XNO's, the NBA podcast from Friends of Sports. Vrienden van Exeno's en Friends of Sports, geen competitiewedstrijden in het voetbal dit weekend, maar gelukkig wel in het basketbal. De NBA stelt nooit teleur. Op basketbal kan je rekenen. En dus ook op Exos. Um, er is weer veel gebeurd. Er was uh, genoeg sportief, maar er was ook weer meer dan genoeg drama. En daar kan mijn gast van vandaag het nu mee over hebben, want is zich eindelijk beginnen verdiepen in de NBA na jarenlang gezaag van mij. En hij is ook eindelijk weer in ons land terugkomen spelen. Uh, ik heb het hier al vaak genoeg benoemd. Misschien wel de meest onderschatte topsporder. Uit België van de laatste 15 jaar en al zeker de beste Belgische basketbalspeler van die periode, Sam van Welkom. Dag, Dennis. Ik ben blij dat ik er eens in uw zetel zit. Ja, want we hebben het eigenlijk nog nooit face-to-face -face gedaan, denk ik. Hè? Of wel? We hebben ooit keer, denk ik, dat tijdens COVID was, dat we via Zoom of zo ja? een keer een hebben opgenomen. <hums> maar niet, uh, ja, niet hier, nee. Welkom in onze studio. Ja, schoon hè. Toffe zetels hè. Toffe zetels. <laughs> Gewoon een decor ook. Kijk. Een professionele podcaststudio studio. Met goede micro's. Voilà, met goede micro's. <laughs> uh, ja, ik, ik zei het daarnet, ik heb al jaren geprobeerd om u te overtuigen om naar de NBA te kijken. Je hebt altijd nee gezegd, maar eindelijk ben je over, overtuigd, mag ik dat zo zeggen? Je bent eindelijk wat meer aan het kijken. Um, maar dat ik vroeger nooit geen NBA keek, is ook niet waar, hè, Dennis? Je zei ja, gewoon je aan besten nog... eigenlijk. Ja, nee, dat is niet waar, man. <laughs> Gij stuurde dan zo'n berichtje. Ik zei gelijk, ik zal eens een match kijken. Ik weet nog dat ik ooit in Valencia zat. Ik zei gelijk, ik zal eens een wedstrijd kijken die zonder avondwedstrijd, omdat het dan om negen uur is. Ja, maar, ja, ja, dat zijn betere uren. Um, en ik had dan een wedstrijd opgezet, ik denk, het was de Houston Rockets, als James Harden daar nog speelde. En ik denk zelf, was dat toen niet met Mike D'Antonië als coach? Ja. Yeah. Uh, met die een second offense verlost dat ze daar Je met de James Hardenbal. ja ja maar het trok op niks <laughs> ik kon ik zei alleen ik ga Dennis een plezier doen ga naar een NBA -match. ik heb je toen zelf nog een bericht gestuurd en ik. ik weet niet of hij had dat niet meer weten dat ja, ik ook zei van ik... man sorry Dennis maar ik kan er echt niet naar kijken ja dat dat van de week zeiden wij ja kijk het is naar OKC Spurs <laughs> dat was ook weer niet top <laughs> dus ja het is uh... Ik ga niet zeggen dat mijn number one pick ga zijn om NBA te kijken, maar nu dat ik terug ben en ja, ik heb nu ook uh, thuis en kan, ja, via mijn TV ook wat meer uh, NBA-wedstrijden weer erop. Dus ga ik er toevallig ook wel wat meer op, uh, op botsen. Ja. Je gaat het licht nog wel zien. Je moet gewoon de, juiste, de goede ploeg okay. zien op de juiste momenten. Denver is heel tof om te zien, ja. Indiana is nu ook heel tof om te zien, Boston, Boston. is altijd een beetje. Dallas, ja, hangt er vanaf of Luca te veel harde bal speelt of niet. Ja. Dit jaar is het nog heel plezant. Um, maar waarom is dat verschil eigenlijk zo groot tussen de NBA en de Euroleague? Want we weten allemaal, het op één na hoogste niveau in de wereld qua basketbal, dat is de Euroleague. Hmm. Maar als je dan naar Euroleague matchen kijkt, dan het is het dezelfde sport, maar langs de andere kant is het ook vaak een compleet andere sport. Ze, ze pakken het daar zo anders aan dan in de NBA. En er zijn een paar ploegen die dat dan wel bij die Europese spelen. Denver is daar op dit moment een voorbeeld van. De Spurs... Nu al negen jaar geleden, toen zij uh, kampioen ja. in 2000, werden in 2014, dat was ook Europees basketbal. Maar er zijn zoveel meer ISO-plays uh, in, uh, in de NBA dan, dan het geval is in, in de Euroleague. Ik vind dat heel vreemd. Nochtans is er ook een talentverschil in Euroleague-ploegen. Ja, maar het begint stellig is dan ook wel over te waaien. Hè? Je ziet dat er nu ook wel meer en meer Euro... Euroleague-ploegen ook een beetje naar die NBA-stijl beginnen gaan. Kijk dan Mike James bijvoorbeeld. Ja, Monaco is daar een, een goed voorbeeld van, want dat die. Hoe moet je het zeggen? Het grootste verschil voor mij tussen NBA en, en Euroleague is, is puur tactisch. He, als je ziet hoe dat Euroleague-ploegen spelen, die spelen vaak veel tactischer dan, dan NBA-ploegen. in die NBA-ploegen je die individuele talenten die zodanig goed zijn in die iso plays dat je misschien ook niet nodig hebt, maar. Vorig jaar bijvoorbeeld, de, de best basketballende ploeg in de Euroleague was Olympiakos. En die, die speelden teambal, dat is ongelooflijk. Dat is movement without the ball, dat is passing, cut Eigenlijk helemaal niet zo moeilijk, maar wel in een systeem. En ook die ploeg heeft toen... Uh, vorig jaar was eigenlijk volgens mij het beste jaar dat mogelijk was voor Olympiakos. Gewoon omdat ze aan die ploeg drie, vier jaar hadden gebouwd. En gezagd dat die automatismen daar compleet in zaten. En die, die vonden elkaar blindelings en dat was gewoon... Ja, Best kut, boom boom Eigenlijk heel eenvoudig, maar wel nog tactisch. En ja, dat is een van de grootste verschillen met een NBA, waarvan ik zeg, als ik Harden zie spelen, en dat is bang, 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 dat is twintig dribbles en een shot. Ik vind dat niet schoon om naar te kijken. Uh, in Europa beginnen we af en toe ook iets meer en meer te beginnen zien, maar het grootste, allee, merendeel van de, van de ploegen gaan nog altijd wel tactischer spelen en meer een ploegverband. En het is vooral dat... Waardoor dat ik liever naar Euroleague kijk dan, dan naar NBA. Het hangt er ook ergens vanaf, denk ik, in de NBA wie je superster is. Mm -hmm. ik kijk naar Denver. Daar is het wel met heel veel movement, met balmovement, maar ook ja. met player-movement, Want hun grote man is Nicola Jokic. Ja, die wil niet anders dan eigenlijk echt Europees spelen. Daar is het ook, als je kijkt naar Aaron Gordon, hoe die veranderd is toen hij bij Orlando speelde en hoe hij nu is geworden bij, uh, bij Denver. Als je kijkt naar die pick and roll tussen Murray en tussen Jokic, ja, dat, is, dat is wel echt prachtig basketbal, ook teambasketbal. Als je dan kijkt naar bepaalde andere ploegen, Luca Doncic is daar een voorbeeld van de afgelopen jaren. Dit jaar is het iets anders, want hij betrekt zijn ploegmaats weer, maar dat was vorig jaar ook iso play na iso play na iso play. Uh, want ja, je zegt tactischer, maar ik denk dat het meer gewoon een ander soort tactiek is. Want heel veel NBA-ploegen, niet allemaal, heel veel NBA-ploegen, die willen zo hard spelen op de sterktes van hun supersterren mm -hmm. dat het gewoon jagen is op die mismatches. Ja. En als ze die hebben, dan uit de weg, laat hem maar zijn ding doen. Ja, dus, ja maar dat komt ook weer met die, die individuele, individuele kwaliteit van die, van die supersterren. Die ja, gewoon te die, goed zijn. Ja, die zijn zo goed. Uh, dat is hetzelfde met, met Stephen Curry. Hè. Ik bedoel, uh, die met drie punten te smijten van op 10 of 11 meter, ja, die kan dat, die gooit ze binnen. Uh, dat is soms ook maar één dribbel of weet ik veel wat. En het is poef, als hij eens binnen gooit, is, is het top. Als hij eens mis, natuurlijk, is het is misschien wel iets anders. Maar ik, ik snap wat je zegt, Dennis. Hè? Uh, ze zoeken meer naar die mismatches en dan... Oké, okay, op, op dat vlak is dat ook te, uh, tactiek, omdat ze wel gaan zoeken naar die mismatches en op een bepaald moment moeten ze ook wat creëren. Um, maar ik zie in de NBA veel minder offenses waarin dat in een bal, uh, mm. ik zeg maar, vijf, zes, zeven passen of zo. Het is veel directer in de NBA. In de NBA ook, uh, bijvoorbeeld, oké, okay, je wil een mismatch, gewoon, ah, pik een rolletje, toen ja. die man switchen, paf, gedaan. Uh, subiet aanvallen en dat is het. En dan zie je bijvoorbeeld, in de ploeg zoals like Monaco, durft dat ook wel doen, zo naar zo'n dingen gaan. Uh, Maccabi bijvoorbeeld, is ook een ploeg die veel directer begint te spelen, denk ik. Uh, die hebben ook guards die heel goed zijn in één tegen één. En bij dat soort ploegen zie je wel dat die iets meer in die richting gaan van, van de NBA-basketbal. En die het eigenlijk ook wel nog goed doen, want ze hadden ook wel resultaten. Het hangt ook van de individu ja, individuele kwaliteiten of die er bij die ploeg ook zijn. Uh, ja, tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk. Uh, pff, maar ja, één tegen één is altijd... Ja, als u, als u speelde vrij goed is in één tegen één, moet hem natuurlijk ook wel een bepaalde vrijheid geven om dat uit te buiten, want anders gaat er ook niet zoveel aan hebben, hè, aan die spelers. En het juiste ja. is ook lezen wat er kan komen. Kijk naar Anthony Edwards, hoe die aan het evalueren is. No. Die heeft er nog soms moeilijk tegen het dubbelteam, maar die is zo goed in, in één tegen één. Zijn ja, shot ja. is zo goed geworden. Sommige mannen zijn gewoon... Ja, Niet te stoppen, hè? maar dat is bijvoorbeeld het ene die, die ik nu van de zomer wat beter leren kennen ja. heb, met 2K en zo. Uh, en ook die oefenmatchen, ik was aan een oefenmatch aan het kijken, dat ze speelden tegen Spanje, denk ik, in Malaga. En dat was die Vregoe, dat koekse zij zei, Dat is wel uh, dat is een, manzien, hè? een stevige kerel. En, maar je ziet ook, ja dat is weer die fysiek, die, die dan bepaalde skill. Als je die twee combineert, dat je toch... Ja, de, de meest uitzonderlijke atleten gaan nog altijd in de NBA zitten. Ja, maar als je dan, vooral als je zo'n atletisch vermogen hebt, en dat shot komt daar ook nog eens bij. Ja, en het is ja, een ja. gast die kan verdedigen. Want Edwards is ja. nu ook... Hij is na Joe Holiday de beste perimeterverdediger in de ja. NBA geworden. Ja, ja. ja, als je die drie dingen samen hebt, ja, dan is het gedaan, hè. Ah ja, nee, dat is dan, heb je, dan heb je een absolute topspeler. Het ja. Ja, is moeilijk om de drie te kunnen combineren. Dat is niet altijd gemakkelijk. Nee, Jordan had dat, Kobe had dat, Wade had dat in zijn uh, absolute topdagen. Er zijn er heel weinig. Ja, LeBron, maar LeBron, LeBron is ja. niet enkel perimeter, dat is ja. meer hybride. Ja. Maar heel veel mensen zeggen ook, vragen dan vaak: van ja, als die topspelers naar Europa zouden gaan, die zouden niet in dat systeem kunnen spelen. Het systeem wordt dan ook aangepast, gewoon, omdat je zo'n talent binnenkrijgt, toch? Ja. Zet een LeBron of zet een Stephen Curry in Europa en die gaan hetzelfde doen dan in de NBA. Maar je hebt dan natuurlijk wel nog andere gevallen. Like, Oké, okay, nu. Uh, de beste signing voor mij dit jaar bijvoorbeeld. dat een EuroLeague-ploeg heeft gedaan vanuit een NBA. is Barcelona, die Jabari Parker hebben getekend. Die compleet washed was in de NBA. Die was misschien compleet washed in de NBA. Maar als je ziet hoe dat het seizoen begonnen is. die heeft heel weinig aanpassingsmoeilijkheden gehad. Die zit er nu volledig in. Die past in dat systeem. Niks van probleem. Bijvoorbeeld Kemba Walker in Monaco, dat een heel ander verhaal. Kemba, Kemba vier, en, Kemba Walker, en Kemba Walker is ook niet meer de Kemba Walker is, van vier Maar die zijn knieën nee. zijn echt volledig kapot. Voilà, die zijn dus. ook meer versleten dan die van nu. <laughs> ja, merci. <laughs> <laughs> Pas op hè Dennis, wat nee maar ja maar Ik vind er eigenlijk mean. wel straf aan Jabari, want dat was, ja, dat was het high school talent. Dat was echt ah, nou dat een fenomeen. 2, als tweede nee? gedraft nee? Ja. Na, na Andrew Wiggins, voor Joel Embiid gedraft. Ja. Zegt ook al veel eigenlijk, ook oh door God. blessures van een toen. Die mm -hmm. sukkelde toen met zijn rug. Maar Jabari Parker was eigenlijk de gast, de nummer één voor Janis. Janis was het jaar daarvoor gedraft, maar Jabari moest de man eigenlijk worden in Milwaukee. Ja. En dat is er niet uitgekomen, maar die gast heeft talent zat. Maar ja, hij heeft een, ook, veel weet, ook wel gehad. blessures gehad in Bennen. Kruisbaan twee keer afgescheurd, ja. denk ik, van dezelfde knie. Kort na dat één. Maar ik ben blij dat hij het wel in Europa ook goed doet. Hij zegt wel van, onze big three zou perfect mee kunnen doen met de big threes in de NBA. Dat betwijfel ik misschien. Goh ja. Pff, dat is nu ook... Uh, Madrid heeft een oefenmatch gespeeld tegen Dallas. Maar dat is een, oefen, een oefenmatch... Dat is ook zoiets, ja, weet je, dat, dat is voor mij geen referentie. Nee. Die NBA games hebben dat al een keer... Nu is dat minder, maar ze hebben dat periode zo meer gedaan. Hè? Die, die European Tours of zo, dat ja. die NBA-ploegen naar hier kwamen en dan speelden ze... Twee wedstrijden tegen Euroleague-ploegen. Ja, voor die Euroleague-ploegen was dat zo. Like, ja, Moet dat eigenlijk een beetje vergelijken met dat, dat in België bijvoorbeeld een derde klasse tegen een eerste klasse zet? Dat is toch meer. Ja, voor een derde. Allee, dat is allee, meer. Allee, of een tweede klasse. Ja, ja, maar nee, qua motivatie, he, ja, absoluut, qua motivatie. Ja, absoluut. absoluut bedoel, dat he, want, zo. Want die man, voor die man is dat match van het jaar. Hij zei, wow, dat is hier misschien een once in a lifetime. Ik weet ja. niet, misschien gebeurt dat niet meer. Dus we gaan in een keer ja, vol een bak gaan. En voor, die, voor veel van die Euroleague-ploegen was dat hetzelfde verhaal. Nu is dat misschien een beetje minder, omdat omdat er meer beweging is gekomen tussen Euroleague en NBA, en, en NBA en Euroleague ook omgekeerd. Um, is misschien iets minder nu de laatste jaren dan pak zes, zeven jaar geleden. Um, maar ja, je kunt dat geen referenties noemen. En dat is ook zodanig moeilijk te verleggen. Nu bijvoorbeeld Real Madrid. Hè? Die zijn aan het seizoen begonnen, die hebben nog geen match verloren. Die zijn basket aan het spelen, Dennis. Ik heb ze nu al vier, vijf wedstrijden gezien. Pff, fantastisch, ongelooflijk. Uh, druk in defense, beginnen lopen. Uh, niets... Super gecompliceerd of zo. Maar ja, basket gelijk of dat moet gespeeld worden, althans in Europa. Maar zet nu Real Madrid bijvoorbeeld in de NBA. En ik weet niet of dat daar zo goed zou marcheren als hier. Gewoon ook omdat het daar weer komt met die ploegen, met die supersterren, met die individuele talenten. Mm -hmm. Die veel moeilijker te stoppen zijn ook in 1-1. Anders, anders. Waar gelijk ook, ja, hier die mannen zetten Tavares in die paint en die komt er niet uit. En ja. gaan we een gaan maken? Hè. Maar in de NBA met three een defensive seconds, three ja, seconds ja. is dat ook alweer een heel ander geven. Dus het zijn allemaal van die dingen die meespelen waarin dat, ja, dat is heel moeilijk te vergelijken. Tuur, want ik, ik, uh, Nu wordt gezegd: Basten, een van de beste ploegen op dit mm -hmm. moment in de NBA. Er wordt dan gezegd, ja, uh, ploeg met balmovement. En inderdaad, die bal gaat redelijk goed rond daar. Maar als je dat vergelijkt met de beste Europese ploegen. Dan is dat nog altijd geen zotte balmovement. En dan denk ik, ja, nee, nee dat, is, dat is niet het balmovement. Want het mooiste basketbal. Ik ben verslaafd aan de NBA. Van kleins af aan, dat zal altijd zo blijven. Dat is iets magisch voor mij. Maar het mooiste basketbal dat ooit in de NBA gespeeld is. blijft nog altijd San Antonio 2014. Oh ja. En dat is het meest Europese basketbal dat er ooit oh. geweest is. Niemand. Ik denk de echte basketbalpuristen. die kunnen niet ontkennen dat het mooiste teambasketbal, dat dat nog altijd effectief is hoe het gespeeld moet worden. Hoe goed iemand ook is, hoe hard je ook kan genieten van ja. het individuele talent van een Anthony Edwards om die er dan maar uit te pikken. Of van een Jason Tatum bijvoorbeeld. Dat heeft toch nog altijd iets, iets extra om te zien hoe Jokic nu het verdeelt. Want Joel Embiid en Jokic, is die vorig ja. jaar die discussie. Ja. En Embiid heeft waarschijnlijk evenveel talent. Kan bepaalde dingen beter dan Jokic. En toch geeft mij... 100 keer op 100 Nicolas Jokic om naar te kijken. Gewoon, omdat beat, hij iedereen rond zich beter ja. maakt en hij zorgt voor een, mooier, voor een mooier geheel om naar te kijken. Embiid Beat is ook wel een ander atleet dan Jokic. Tuurlijk, maar ze zorgen, ze zorgen voor een ander product. Dat betekent ja, niet dat, ja. -beat, dat Jokic op zich altijd beter is dan M Beat. Mm -hmm. Maar Jokic zorgt wel voor mooier basketbal, in mijn ogen. Nee, nee, ja. Dat als, is... als teamspel, hè. Ja, en ja, Lee he? is het ook wel... Allee, dat is een big guy met het brein van een spelverdeler. Dat is een point guard. Dat is... Ja dat is ook iets wat dat, komt dat ook niet zoveel tegen hè? ik heb ooit in de tijd in mijn, stem, mijn eerste periode nog met Elvira of China gespeeld kun je dat nog niet zeggen maar dat, is dat lang was lang geleden dat ik die naam nog gehoord heb ja maar dat was juist hetzelfde. want die, die heeft denk ik in een wedstrijd toen dat we speelden had hij een triple double wat toch wel in Europa uitzonderlijk is moeilijker dan in de NBA. en zeker voor een pivot ja bijna not done hè? want oké okay, een triple double komt af en toe misschien wel een keer voor maar een pivot gaat dan niet zo op nee denk ik meer een vleugelspeler of zo. Zeker, of, ja. Maar als pivot een triple-double Europees te zien, dat was wel... Ja. Dat, is alleen maar, dat is al acht, maar, minuten, acht minuten minder, dat is al heel belangrijk. Dat is ook, veel, al, hè. ook al, en ook, ja, toen... Nu is dat in Europa, stel, aan het veranderen, je krijgt niet zo gemakkelijk een assist, hè. En MJ mocht daarna een pas geven. Die mag nog drie drubbels zetten. En ze gaan hem misschien nog aanrekenen als assist. Dat is bijna zoals die assist die Jan Vertonghen ooit heeft gegeven aan Hung ming Die heeft zo'n in de eigen baklijn zo gegeven. Ja. Ja. ja, maar dat is. Maar in Europa, nu, nu is dat aan een beetje aan het veranderen. Hè, nu vroeger doors, was het zo ik weet, maar, maar dat is echt mijn pa vroeger. Die hield, uh, toen mijn pa nog leefde, die kwam naar mijn matchen kijken. Vanaf dat, de laatste drie jaar dat hij leefde, en dan hield hij zo mijn statistieken bij. Ja. En assist was altijd. Assist was alleen maar direct te scoren. Zonder Naar dribbel. Ja, zonder dribbel. Ja. Dat was heel belangrijk. Zonder dribbel, dan Eén dribbel, geen assist. Mm -hmm. Wat dan natuurlijk de grootste onzin aller tijden is, want dat is ook ja, een nou. assist. Wat hij kunt eigenlijk met een, met een goede pas, ook al is het niet vlak aan de hol, een, een, een voordeel creëren voor je ploegmaat. Dat zodanig groot is dat hij maar één dribbel mee moet zetten en die bal erin moet leggen. Dat kan hè? We, he? we ja, hebben zelfs dinget. ooit een scouter gehad, uh, bij de ploeg waar ik jaren gespeeld heb, die een, een, een pas op een driepuntshot dat binnenging, net vond hij ook geen assist. Ja, hey, dat is wel verkeerd, hey, ja. <laughs> Veel streepjes gemist op die manier. Ja, dan zou ik er ook niet veel meer <laughs> hebben, maar... Uh, ja, nee, maar ja... Uh, jo, maar dat, inderdaad, ja, dat was inderdaad... Vroeger was het inderdaad moeilijker om een assist te halen, dus dan ja, inderdaad dan voilà, veel dus, dus, zeldzamer dus, nee. voor een big man, zeker om een triple-double ja, te halen. De, dus like M was, was wel zo'n zo pivot die dat ook kon, en waarvan ik ook zag van, ja, die denkt mee, gelijk naar spelverdeelers. Hè, want vaak... Ja, het spel is in principe wel eens een beetje brein op, brein op veld, mm. een beetje verlengstuk van uw coach. als je dan met een pivot kunt spelen, die dat ook heeft, ja, dat, dat maakt het spel wel zoveel gemakkelijker. Tuurlijk. Want dat zijn eigenlijk de twee sleutelposities die je hebt op een veld. Als die twee een beetje hetzelfde manier van denken hebben, ja, dan, dan wordt het wel voor die mannen rondom hen veel gemakkelijker om te spelen. Mm. Ook, ja. Want die, die Amerikaanse manier ja, die is natuurlijk al jaren aan het doorkomen in Europa ook uh, af en toe wat meer individuele spel. Hmm. Maar langs de andere kant merk ik en hoor ik en lees ik veel meer dat ze ja, de Europese manier van werken, niet per se het spel op het veld altijd, ja, ze hebben er heel veel respect voor. Ze denken altijd na het WK of na de Spelen hoor je bijna alle analisten zeggen: toch wel heel de FIBA basketbal, toch wel echt Anders. mooi om, om naar te kijken ook gewoon hoe, het, hoe, het, ja. hoe het rondgaat en zo. Maar ook qua opleiding is daar zo'n gigantisch verschil. In de zomer daar in, in Amerika zijn er die EU-circuits, waarin ze gewoon constant matchen spelen. Een paar matchen op een dag. Um, soms is het zelfs momenten zes matchen in, een, in, 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 in drie, vier dagen en dan maar één training die week. Ja, in Europa is het één, training, is het één match, de match en zes trainingen of meer zelfs in een week. En ik denk dat dat iets is waar ze daar ook wel meer en meer naar beginnen kijken, naar hoe, hoe ze hier aan opleidingen doen. Alleen, ja. Een Europese opleiding, dat bestaat ook niet. Hè? Dat is in elk land zo anders. Als je kijkt naar de opleiding in België, mm -hmm. die is helemaal anders dan bijvoorbeeld in Frankrijk of in Spanje in het geval is. Waar jij nog een beter zicht op gaat hebben met de laatste, de laatste jaren die jij in Spanje hebt gespendeerd. Ja, het is, hoe moet je het zeggen? Like Frankrijk met die Centre de Formation en zo, je ziet toch ook dat er de laatste jaren heel veel uitkomt. Um, en dat is ook gewoon elke club die dan. Als ik me niet vergis, zijn die zelf verplicht om de Sant. Elke eerste klasse club is verplicht denk ik, om een zand de formatie te hebben. Dus die moeten allemaal een soort van opleidingsschool hebben. Ik weet niet juist of dat dan nu u 18, u 16 ergens moet beginnen, dat weet ik niet exact. Maar ik weet wel of ze daar zwaar op, op inzetten. En, en je ziet ook dat er meer en meer. Allee, de laatste tijd is er toch wel redelijk wat Frans talent naar boven gekomen. Ook redelijk wat gedraft geweest, als ik me niet vergis. Mm -hmm. uh, ik denk dit jaar weer twee in de top 10, hè? Met Wim ja, Mayama, ja, maar Koulibaly. Koulibaly ook, ja. Uh, dus dat zijn zo wel zo van die dingen waaraan je ziet, ja, het moet toch zijn dat die mannen toch wel goed werk leveren, want anders gaat dat ook niet in één keer zo beginnen shiften en gaat er ook niet in één keer zoveel talent uitkomen. Spanje, die hebben dat ook. Een ploeg like Joventut die is legendarisch op dat vlak. Hè. Die hebben een jeugdschool die, die super gerenommeerd is, waar ook enorm veel buitenlandse jonge gasten ook naartoe zijn gegaan. Madrid, die hebben ook altijd veel gerecruiteerd van... Allee, jongens buiten Spanje dan ook, maar dan ook wel van in Spanje naar daar brengen en dergelijke meer. Het zijn allemaal investeringen. Hè? Ik bedoel, in België is dat dan misschien ja, iets ietske anders. Hè? Ik weet, ja, bijvoorbeeld in Oostende is er uh, een Academy. Uh, daar zijn ze ook wel mee bezig. Um, ja, Thomas Dreesen houdt zich daar nu. Thomas Dreesen is daar nu uh, de, de coach van die Academy. En die, die, allee. Die is daar enorm veel mee bezig met die jonge gasten ook. Dat is een internaat en zo. Allee, die zitten daar samen, die leven samen. Dan hebben we nog allee, de tosportscholen. Like die nu van, van de VBL, die zat nu afgelopen week, heb ik gezien, in Griekenland. Die waren naar Athene gaan. Die zijn ook een keer naar Valencia geweest. En die pikken dan Euroleague-wedstrijden mee. Dus voor die jongens is dat wel leuk om dat eens mee te maken. En eens te zien ook wat dat, wat dat het Europese topniveau wat dat, wat dat juist inhoudt. En dan gaan ze naar daar en spelen ze ook hoefwedstrijden tegen lokale ploegen, dus dat is wel goed. Maar het enige wat dat hebt met die topsportschool natuurlijk, is dat dat zijn allemaal jongens uit verschillende ploegen. En oké, okay, ja, die, die zitten op die topsportschool, maar die spelen niet samen in competitieverband eigenlijk. Want mm -hmm. oké, okay, die, die doen nu al die stages en dan spelen die samen op die stages. Maar dat is niet dat je dan zo groeit <coughs> uh, in ploegverband, met nu al spreken. Want dat is nog iets anders. Hè? Als jij, uh, ik zeg maar iets, je speelt bij de Pinte of je speelt bij Oxaco... He, en je gaat naar de topsportschool. oké, okay, je zit op de topsportschool. en dan ga je nog twee of drie keer gaan trainen bij je club, en dan speel je in de wedstrijd, en in het weekend een wedstrijd met je club. Maar dat is niet met diezelfde jongens waar je hele week individueel mee traint, of dan... Snap je? Dus dat is... Ja... En dat is in Frankrijk bijvoorbeeld wel het geval. Kijk, in Frankrijk vroeger vroeger Tony samen. Tony Parker en Boris Diaw, die voilà. zijn samen opgegroeid, ja. die, hebben, die zaten za samen in zo'n centrum, mm -hmm. die speelden in matches samen, die zijn zo kunnen doorgroeien, dat maakt ook wel een verschil. Mm -hmm. Maar dat is het ook, he. als, je kunt, als je dat kunt creëren in een club dan zijn je doorgroeimogelijkheden naar de eerste ploeg ook veel gemakkelijker. Omdat normaal gezien, als je een beetje doorstroom hebt en als je het goed organiseert, goed gestructureerd, ga je met je jeugd toewerken naar die eerste ploeg. En ga je in principe een beetje in dezelfde structuur of zelfs tactisch een beetje dezelfde dingen Zeker, beginnen uitvoeren dat ja. wat we dan je eerste, eerste ploeg wil brengen. En op die manier wordt die een overstap voor die jonge gasten naar die eerste ploeg ook kleiner. Dus ik vind dat langs de kant logisch dat dat zo gebeurt. En... en ik denk dat dat ook het gemakkelijkst is voor die jonge gasten om het zo om die stap naar die want het is wel een grote stap hè. als je nu een stap maakt maken van de min 20 of zelf van tweede of derde klasse terug naar eerste klasse dat blijft nog altijd wel een stap. Dus Tuurlijk, er, maar ik vind ook ik vind het dat in ons land te weinig gebeurt. Ja. Er zijn wel mannen die kansen krijgen, maar te weinig dat er te weinig ploegen durven inzetten echt op een jong talent en daarmee op inzetten bedoel ik mee die belangrijk genoeg maken. Als er iemand doorstroomt, dan is het vaak als roleplayer, en dat blijft ook zo. Uh, Thijs de Ridder, wil die als voorbeeld pakken bij de Giants. Mm -hmm. Jeugdreeksen doorlopen, doorgegroeid bij de eerste ploeg. Heel goed jaar gehad vorig jaar. Het was niet de bepalende speler. Hè? Misschien was het ook niet zijn rol. Het is misschien niet dat type, dat type speler. Maar stel je voor dat het was: ik weet niet of ze hem die kans zouden gegeven hebben, omdat ergens hier nog altijd de mentaliteit is: drie goede Amerikanen of een paar belangrijke goede buitenlanders, dat is ook belangrijk om die als go-to-guys te blijven hebben. En dat is, al, dat is altijd zo, of al, is al heel lang zo in dit land dat we eigenlijk zo, of dat de club zo redeneren. En ik vind het eigenlijk spijtig bij Okabi bijvoorbeeld: is dat nu bij momenten iets minder, omdat ze daar de financiële mogelijkheden gewoon minder hebben. En daar moeten mannen als Ledegen en Schouwvlieger, die moeten daar een prominente rol spelen. En Thomas Krap, die geeft die ook die kansen en laat die ook belangrijk zijn. En ik denk dat dat net heel belangrijk is voor de ontwikkeling van zijn jonge gasten, om belangrijk te zijn. En jij bent van de pinte gekomen destijds. Mm -hmm. Dus je hebt die stap van tweede klasse gemaakt, dat is anders dan wanneer je effectief uit de jeugd komt van een, van een eerste klasser. Maar kijk naar de Giants bijvoorbeeld, die hebben al jaren een van de beste jeugdopleidingen in België. Ze staan daar bekend om, die halen heel veel talent weg uit andere clubs en die leiden die heel goed op, hebben goede coaches, goede opleiding. En toch, als ik naar die eerste ploeg kijk, dan denk ik van ja, Kees jean marc Mwema is daar een van de mannen geweest... Ja, maar voor thuis, de rest. Thijs is er ook uitgekomen. Ja, maar, ook, maar het is nooit zo iemand dat ik denk: van ik durf daar nu eens meer op inzetten. Misschien zie ik dat zo te zwart-wit. Um, ik weet nee, ik ook niet of hij dat met talent daar... Maar je snapt waar ik naartoe wil. Ik denk kan je ik, ik wel volgen, Dennis. En zeker ook nu, omdat er. Oké, okay. en het is dat ook dat ik, ik. heb het in een interview gezegd ook vorige week: dat verschillende basisclubs het misschien altijd wel moeilijk om zo dat resultaatgewijs een beetje los te laten. Ja. Want uiteindelijk we zitten nu in een gesloten competitie. Je kunt niet zakken. Dat is al lang zo, hè? Ja, dat is al lang zo, maar ik zei, je kunt niet zakken. Dus waarom zouden dan schrik hebben om te investeren in eigen jeugd? En acht, acht ploegen halen de play-offs. Ja, nu weer. Ja, het is maar twee jaar niet fiek. geweest, hè? Ja, juist, ja. Dus ja. het is jarenlang geweest dat acht van de tien ploegen ja. de play-offs haalden. Ja, voilà. Nu zijn ze met elf. Oké, okay, acht van de elf. Maar ja, dat is nog altijd, ja. Dus, acht dus van de, de play-offs elf. zijn meer zekerheid dan niet. Ja, maar zelf dan nog, als ik zoiets heb nu... Als, als, als club zou ik sowieso zeggen, kijk, ik ga proberen om, om elk jaar uh, in mijn kern van 12 of zo, dat je hebt, uh, afhankelijk, ja, bijvoorbeeld Oostende speelt nu wel Europees, en als je Europees wel een beetje wilt meedoen, gaat de stap misschien nog veel groter zijn voor die jonge hassen om die mm -hmm. stappen lekker in een Champions League niveau. Van deze keer te maken is misschien te veel in één keer. Maar alleen in de domestic gezien. Waarom niet? Ik bedoel, ja, inzetten op de jeugd en, en, en drie, vier jonge gasten pakken, waarvan dan gezegd, van kijk, dat zijn mijn prioriteiten. Je pakt die bij u van als die 15, 16 jaar zijn. Je bent daarmee te werken. Met het objectief om daar sleutelspelers van te maken in uw eerste ploeg. Ja. Een keer als ze 18, 19 jaar zijn. Sommige ploegen hebben dat helemaal opgegeven. Kijk naar Bergen ja hadden vroeger een geweldige jeugdopleiding. Ja, ja, ja. Ik denk dat die er nu geen meer hebben. Hè? Ja, vroeger... Ja. Bergen had een goede jeugdwerking, maar er is ook nooit... Nee, maar die, er zijn veel talenten veel doorstromen uitgekomen, doorstromen, maar veel niet, uitgekomen. Maar veel uitgekomen, bij niet in Mons. Ik, dat, dat bedoel ik. Die zijn, bij, die zijn er om bij Luik uitgekomen, bijvoorbeeld. Ja, bijvoorbeeld. Ja, want ik denk... Wacht, hè. Was, uh, Alex Libert bijvoorbeeld, is jeugdopleiding van... Van Mons? Mons, denk ik. Ja. Maar hij is ook een, niet daardoor. Niet gebroken. Echt, uh, daardoor maar, en, gebroken. En, maar dat vind ik jammer nu maar ook. Nu, die... Maar nu denk ik ook. En ja. Kevin, Kevin Toomba volgens denk mij ook. Die zet, maar die zitten daar ook nu zijn. niet op in. En dan komen die, elk jaar hebben die een quasi volledig nieuwe ploeg. Mm -hmm. En er zijn vaak wel toffe spelers bij. Maar voor de populariteit van de Belgische competitie vind ik dat negatief. Ja, elke keer een andere ploeg ook. En je, je kijkt altijd graag ook gewoon naar, naar, naar België. Gewoon naar jonge Als dus Je weet, oh, dat is een jong talent laat iemand falen. Ik vind dat heel belangrijk. Laat de ja. jonge speler falen. Dat is ja. zo belangrijk. Als je hem, als je hem geen fouten laat maken, gaat hij hem nooit meer leren. Hè. Nee. Ik, ik heb bijvoorbeeld, toen ik naar Oostende ben gegaan, heb ik ja, dat geluk gehad eigenlijk. Dat, dat was toen met Oevalien als coach. En Oevalien, ja, die, die wou toch we we wel zo wat pushen. En die had ook gezegd van ja, kijk, op het moment dat ik gesprekken heb gehad met Oostend, hadden ze zegt van ja, We tekenen Jomain. Jomain heeft zijn 20, 25 minuten per wedstrijd, sowieso. Maar ik wil erachter een jonge hast. En hij ze zei: van, uh, uh, Het gaat tussen nu gaan en Laura Loten. Zeg u misschien nog wel iets over hmm, Laura Niks nee? meer. Alleen nog nee. soms een is van Ajax school jarenlang. Ja. Ook een groot, allee, groot talent. Een ja, goede die Dat zou je het moeten weten, man. Allee, Dennis. Ja, kijk. Ja. Er zijn ook gaten. <laughs> maar hij heeft daarna lang nog uh, nauwstandig, denk ik, is, is de tweede klas gaan spelen okay. en zo. Um, en dus dat was het eigenlijk tussen hem en mij, voor, voor die minuten te pakken, die dan... Maar, hoe in zijn insteek was, ik ga starten met mijn jonge gast. Mm. En als dat niet goed loopt, dan breng ik Jomai erin. En die, die fixe het wel. Hè. Jomai was toen... Hij heeft 36 jaar, zeker. Maar ja, die kan orden uh, op zaken zetten dan. Ja, dat was een baas. Hè? Dat, <laughs> het jaar verdien uh, speelde ik nog in de pent. en mocht ik gaan meetrainen met Moos. En toen zat hij nog in Moos. En uh, oh ja, maar die heeft mij doen afzien, man. Dat is niet... <laughs> De, die, die moest in principe, uh, in het begin was dat precies, die moest niks van mij hebben. Hè. Ik zat er, ik kende dan, een jonge gast, uh, vol energie. Zijn ouderen heeft dan niet graag op training, dat er zo'n jonge gast binnenkomt, die begint er te pressen en te doen. Dat dat, dat had. Uh, <laughs> Tuurlijk. <laughs> uh, maar zo word je ook sterker als jonge gast natuurlijk. En dan tja, nadien samen in een standaard en dan begon hij zo, uh, moet je zeggen. Ja, zo meer met mij beter te zijn in de plaats van ik kan hij zeggen tegen mij, want er was een monster, hij was ook niet tegen mij, maar hij was wel hard voor mij, mm. snapte? Dus en ook op training en op stenden was dat ook soms hard tegen hard, maar ik heb er zodanig veel van geleerd. Toen voor mij was dat goud op dat moment. Tuurlijk. En ook en ook dat, dat je van Oevalin die kans kreeg van kijk, ik ga Sam starten, ik ga kijken in deze vijf minuten hoe dat gaat, dat gaat hoe, dan blijft hij nog een beetje verder spelen. Mm. En is het echt een drama, dan zet ik Schumaan erop en is zijn de match misschien gedaan. Maar op, dan, op, op, op die manier geeft dat aan die jonge gast wel enorm veel vertrouwen. Om te weten van, kijk, oké, okay, als ik fouten maak, zoveel, so, ah, zit een achter mij. De ploeg gaat dat dan nou wel kunnen rechttrekken. He, dat geeft een, een bepaald Tuurlijk. vertrouwen aan die jonge gast. En dat zie je nu al bij Giants bijvoorbeeld. Jo van Buchenhout, die krijgt daar kansen. Ja. Bij Kangaroos zie je Niels van der Rijn, die nu van Luik weer is overgekomen. Mm. Maar met, ik heb het meer over ook dat er uit de eigen jeugd doorgestroomd wordt. Want ja, Niels van der Einde van Giants naar Luik. Van Luik nu naar uh, Jo Johan Buggenhout komt van Kangaroos Zat hem daarvoor ook al bij Guco. Die dan nu doorgestroomd naar, uh, naar de Giants. Ik wil gasten ook bij hun eigen jeugd daar zien doorbreken. Ja. En die echte kansen krijgen. Het is vaak van: ach, die heeft dan iets daar laten zien. Dus dan kunnen we jonge gasten ook de kans geven bij ons. En ja. Ja, maar dat, ik, mis ja. Dat, ik, ik mis dat een beetje. Misschien zie ik het allemaal te idyllisch en zie ik het te romantisch. Dat kan allemaal zijn. En ben ik daar veel te naïef in. <laughs> ik geef het eerlijk toe. Dat kan allemaal. Het is veel wel te... het schoonste van normaal. Ja. Het kan heel naïef zou, zijn van mij. Hè? Ik zou dat Max van hebben, moest ik. ik vroeger, hè, want ik ben Van Gent. En uh, ja, ik heb Bobcat zien Gent, heb ik allemaal meegemaakt. Maar dat was dan in één keer gedaan, dat was, dat was failliet En uh, ja, bij mij was het eigenlijk ook uit noodzaak dat ik weg moest uit Gent. Oké, okay, ja, er was dan gent trekken en zo, maar dat was. Een gecompliceerde situatie daar. Basketbal in Gent is heel ingewikkeld. Heel ingewikkeld, <laughs> heel ingewikkeld. Uh, veel clubs uh, en veel, veel dingen, maar ja, het komt er maar niet uit. Uh, maar goed, ik, ik, ik zou dat Max gevonden hebben, hè, mocht ik in mijn eigen stad die daar, dat, dat bedoel daar ik bedoel in deze ja. klas kunnen spelen. Dat... Ik ben heel blij dat de jonge Belgen kansen krijgen, Johan van Bluggenhout, Joppe Mennis uh, bij jullie bijvoorbeeld, mm -hmm. uh, Rogiers als hij fit is, dan speelt hij ook nog altijd. Um, Ledegen en Schouwvlieger zijn er voorbeelden van. Je hebt genoeg mannen die kansen krijgen bij heel veel clubs, maar toch, het mag nog meer zijn voor mij. Voilà. Ja, We zullen zien hoe dat. Ik, de... ja. <laughs> ik, wil, ik wil goede Belgische spelers hebben, Sam. Voor de toekomst is ik wil, dat ook ik, wil niet belangrijk, België, ik wil de Belgian Lions maar naar het ingaan. zien gaan. Ja, maar dat is ook. Weet je. Uh, die, Hans, die situatie heeft denk ik ook iets meer geleid dat er nu veel meer jongens geneigd zijn om ook weer naar college te gaan mm -hmm. dan vroeger. Ook al is die een drempel nu misschien lager dan dat die vroeger was. Hè. Ik heb die kans in de tijd ook gehad, maar ik heb dat niet gedaan. Ik was... Ja, ik was nog te veel baby. <laughs> ik dacht, oh, ik kon. Het is lekker met Boston College. Jij hebt die frat parties van Boston College. Olif? Jij hebt die frat parties van oh, Boston College. Stel, ja, stel je voor jongen. <laughs> ja, ach, nu nu, nu denkt hij zo van: ik heb dat toch wel gemist, gelijk. <laughs> maar uh, dus ja, weet je, maar nu zie je dat er toch meer en meer dat beginnen doen. He, want uiteindelijk ook bijvoorbeeld, het voorbeeld AJ Mitchell bijvoorbeeld. Ja. He, want die, die, die speelde eigenlijk bij Limburg. Voor, vlak voordat hij, oké, okay, ik denk dat hij maar drie of vier maanden. Dus één seizoen, hè? He? Was hij dan een heel seizoen. Da, als ik me niet vergis, heeft hij één volledig seizoen daar gespeeld. Toch. Ik kan missen, maar ik dacht één volledig ja, seizoen. Ja, zo, zo kan dat ik ook verkeerd ja. ben. Maar, en dan heeft hij toch die beslissing genomen om toch die stap te maken naar, uh, naar college. En dan denkt hij van, ja. Ook al was dat een uitzondering volgens mij, want had hij gebleven, die had volgens mij na die hadden, 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 20 minuten gespeeld in deze eerste klas. Al, die speelde nu al veel hoor. Ja, die speelde, speelde dus, echt al, Die ja. was goed. Die was echt goed. Maar ja, die, die is echt goed. Oh, man, dat is een en een ik heb ook zoiets van: ja, had hij misschien in deze eerste klas gespeeld bij ons, dan had hij misschien één of twee jaar bij ons gespeeld en daarna was hij uh, ergens anders naartoe gegaan, naar buitenland, naar Frankrijk, naar zoals Duitsland. Zoals Thijs naar Spanje, nu gedaan heeft. Maar dan had hij hem toch nog even geschat, weten. En nu. Gedaan ja, naar college, en dat is ook alweer wat moeilijker om te volgen allemaal, en, ja. want er zijn weer veel, veel mensen in België, oké, okay, ze kennen zijn naam misschien wel, maar ze kunt dat moeilijk echt volgen, hè, nu college, ja, uw March Madness, je marchman is gekoopt je pas, en ze zijn vertrokken, maar... En dat is inderdaad een probleem, ja, of één van de problemen, maar kijk, ja. ik wil gewoon een Belg als ster, dus aanhalingstekens, dat mensen erin kunnen luisteren, je weet wat ik bedoel met ster, ja, ja. in onze eigen competitie, ja. een jonge Belg die effectief gewoon zegt, hier, dat is van mij, ja. wat jij eigenlijk op een gegeven moment ook gedaan hebt, en... Dat zijn, dat zijn dingen wat die mensen gewoon onthouden en waar mensen gewoon denk ik enorm van uh, ja. Ja, ja dat is waar maar ze willen zien bij ons nu ja, we hebben nu Jean Zalmou teruggetekend ja. Hij zei hoe kan al die reacties van de mensen ook, ja, uh, ja die vinden dat leuk omdat Jean en zo'n bolsters in Oostende. De hè? enige Belgi uh, de enige speler ooit die speler van het jaar en MVP's gewoon ja, ja, in hetzelfde ja, ja, jaar. Dat he? is ook straf, hè? Dat is dat ook is... niet gemakkelijk. Want ja, echt. niet lekker. snel mensen op een Belgische speler als MVP. Nee, 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 nee. <laughs> dus dat is heel, heel straf. Oké, okay, we gaan het zo meteen nog daarover hebben. Ja. We gaan het over uh, over Oostende en Valencia nog hebben. Um, maar eerst even NBA. Ja. Het is een NBA-podcast, we moeten het erover hebben. Uh, Thomas die gaat nog één keer de traditionele previews doen. En <laughs> keer ben je klaar om hem daarna te vervangen. Ik geloof dat niet. Dat is zodanig goed, Thomas gaat dat blijven doen. <laughs> dat is nou tos. Het zou tof het is een traditie geworden. Maar hij nee. heeft gezegd dat hij tien keer gaat doen. Dus dat betekent het volgend jaar dan de laatste keer is. Tien keer. Dus in 2025 zou je klaar moeten zijn. Maar Omkoper... ik, vind dat, ik vind dat ook straf. En ik weet niet wie dat gezegd heeft. Uw... Ik weet niet of dat met uw katholic voor was of niet. Uh, de hoeveelheid info dat Thomas <laughs> nog heeft over de NBA. Ook al heeft hij volgens mij niet meer de tijd om zoveel te kijken of zo. Maar zijn kennis over, over de NBA is nog altijd zodanig groot dat ik zoiets zeg: van, helemaal. man Want Thomas, kan zo er niet minuten stoppen. tijd vijf artikels snel scannen en er allemaal onthouden. En maar dat het dan ook juist plaatsen ja, en even snel iets bekijken, die ja, is daar zo goed in. Dat is wel een beetje eigen aan zijn job nu ook, misschien dat hij dat, mm -hmm. dat hij dat kan. Thomas is altijd wel een intelligente kerel geweest, natuurlijk. Uh, maar ja, nee, ik vind in de preview ook zo... Dat, nou, de preview heb ik al vaker ook geluisterd. Dat ik, omdat voor mij heeft dat ook zo'n beetje, ah oh ja, kan ik hier kijken naar dat of kan ik hier kijken naar dat? Ook al zitten we er heel vaak naast qua ja, voorspellingen. Maar ja, ja, dit zeg, jaar is het al heel duidelijk. Nee, ja, ja, we zijn nog maar 12 maar elf nee, het Niet gegokt, is altijd best. verloren, hè? Kijk, ah, ja, voilà. Voilà. dus uh, <laughs> ja, we kijken zien. De, de Minnesota, die ja, heb ik, dan niet, dan, had dan 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 ik dan nog gedacht, nooit hè? zien aankomen, <laughs> nooit verwacht. Oké, had toch nog de, de, het was uh, Over Towns, ja. Waar jullie niet zo? Allez, maar is maar je, een goede speler, en, maar ey, en die laatste week was hij echt goed. Hij heeft vier, ja. drie, vier goede matchen op rij gespeeld. Maar ik ben, ja, ik ben niet zo'n fan. Maar oké, wat een hele leuke giveaway. Uh, de shirt van Victor bij dat hier op tafel ligt gaat het nu niet pakken maar het ligt daar mooi op tafel te pronken um, je moest daarvoor de statline raden van hem en Chad Homgren in hun onderling duel um, zoals altijd kan je shirt enkel winnen als je ons volgt en als je ons contacteert want wij maken hier de winnaar bekend dus die moet ons dan sturen dus dat gaan we zo meteen doen um, is, is, de, is de maat van uh, Wemby ook of niet nee dat is eigenlijk gewoon mijn shirt de, ah. de, de goede versie die ligt bij Bouncewear ligt die netjes klaar voor de winnaar ah, maar jij hebt ook al een. ik gekocht. heb er een gekocht niet nice. gekregen, gekocht. Goed Dennis. Ja, ja. De, en ik zal het Dus San Antonio was een van de weinige ploegen waar ik nog geen shirt van had eigenlijk. Olé. Dus in de collectie. Geen een Parker, geen een Duncan of geen een uh, Ginomi. Nee. Ik had Kawhi willen kopen eigenlijk destijds, maar ik heb het oh. niet gedaan. Ja, kijk, nu terug een beetje aan het uitbreiden. Ik heb eindelijk een paar weken geleden Mahmoud abdul Abdulraouf gekocht. Die wou ik altijd hebben. Heel trots op. Eindelijk gevonden. was ik echt jaren aan het zoeken. Dat is eindelijk gevonden. Uh, okay, goed. Is dat gewoon voor de naam dat ik dat gekocht Nee, nee, nee. Ah. Ik vond, dat is Stephen Curry voor Stephen Curry. Ja, en ik weet, mijn, mijn vader die werkte vroeger samen met, uh, met kinderen met, met gedragsproblemen. En uh, ook met kinderen die, die Latourette hadden. En Abdul die had Latourette en ik weet dat hij daar altijd heel hard door gefascineerd wordt, dat hij op het veld zo'n zo tik nerveu had. En dat die, je zag dat heel hard, hè? dat hij op de vrijwoordplein stond uh -huh. en ineens zo zijn schouder altijd naar zijn hoofd deed. En dat, ik, weet, ik, kon, ik, ik weet dat nog heel goed. Ik was toen oud, acht jaar, zoiets, denk ik. <laughs> acht, negen jaar. Dus ik weet dat hij daardoor gefascineerd was, waardoor ik nog meer naar die mens begon te kijken. Want ja, een pa vond die interessant. Uh -huh. En dan zie je zijn speelstijl en was er ook super attractief. Ah, dat was in die tijd was het niet normaal, dat een gast overkwam dribbelen door zijn benen. Uh, ging en dan van twee meter achter de driepuntlijn knalde. Ja, ja, nee, nee. Zo'n kleine. Dat was nog een tijd van uh, de pull-upjes en de midrange. Oh, hey, uh, maar die was goed. Uh, die uh, was echt goed. Oké, okay, um, OKC okay, tegen San Antonio. Ja. Ik heb u laten kijken. <laughs> het spijt me. Het is niet erg. Oh, het was het een draak van een matje. Oh, het was erg. Ja, het zag er niet zo goed uit. Maar ik ben blij dat ik het gezien heb, want uh, ja, Gilders Alexander ook, oh. van, van de zomer op 2K Ik dacht, man, my. Dat was mijn pick voor MVP. Voor het seizoen heb ik dat gezegd. Vier weken ervoor. Ik dacht, als ook zie verrast. MVP is natuurlijk wel. Jokic, Doncic, M erbij. Edwards. Er zijn veel kandidaten tegen. Er zijn veel kandidaten. maar Het is toch lang, nog 70 matchen. Maar hij is wel vrij goed begonnen. Fantastisch. Maar ik vind hem ook, wat ik zo. zijn veranderingen van ritme en zijn drives. Dat is fantastisch, vind ik. Heel herky-jerky. Dus, ja, uh, je denkt van die gaat niet vooruit, maar die graag er altijd wel. En uh, ja, nee, ik vond het leuk om hem te zien. Ja, natuurlijk, uh, chat tegen, uh, tegen Wemby. Ik vond ik wel een beetje jammer dat er zo heel weinig directe uh, confrontaties waren. Eén keer in, één of twee ja, keer in de eerste helft? Ja. Ze hebben een paar keer staan, maar dan niet echt beginnen zoeken voor... Ik dacht, allez, kom, speel dus, mannen. <laughs> Gaat er een spoor hè? Als twee gespierde stielers tegen elkaar. <laughs> ja, maar dat is toch, hè? Uh, Wemby ziet er al iets... heeft iets meer bodyleg, -like, maar de chat homegren home jongen die is zo... Dat is echt... En die heeft ook niks van definitie in zijn armen of zo. Nul, hè? hè? Ja, en ik ben dan eens gaan kijken hoeveel die mannen wegen... 95 kilo en 94 kilo, denk ik. Ik denk dat er bij Wemby al, al wel iets is bijgekomen. Dat oh, ja, zou kunnen, maar ja, hoe groot zijn die? Twee, twee, uh, 220? Wemby is 224 en Homgren is 216. Ja, ja ik weeg bijna evenveel als die mannen. Ik weeg bijna <laughs> ja. evenveel als, als ja. Ik ben zelf zo. Ja, dus ja. En um, ja, het was niet onder een beste match, hè, Dennis, oh, denk man. ik. Maar dat begin, eigenlijk wist je het bij het begin al. Ja. Ongelooflijk slordig. Ja. En dan hoor je bij OKC en bij San Antonio Keldon Johnson geblesseerd. En vooral Trey Jones geblesseerd. Dus eigenlijk hadden ze geen point guard mm -hmm. met het Sohan experiment. En het is gewoon nooit te match geweest. Van het begin eigenlijk niet. Je moest hopen o, dat ja, Wemby. En Ben liep het nog een beetje gelijk op. Ja, maar je voelde, je voelde al meteen hoe slordig zijn Antonio was. De ene bal naar het andere. Dat je ja. eigenlijk wist. Als OKC even op dat gaspedaal gaat staan. dan zijn ze weg. En ze hebben dat in het tweede kwart gedaan. en het was eigenlijk direct gedaan. Hè? Ja, ze hebben ook gewoon, denk ik, wel een betere ploeg. dan... Uh, Veel beter. Dat maakt ook een verschil voor Holmgren tegen Bayama, tegen denk ik. Ja. Want Holmgren die moet eigenlijk niks doen. die omkaderd is. Heeft uh, Gilgis Alexander heeft daar die die... Jalen Williams. Die vind ik echt goed. De, ja. de vleugelspeler, Jalen ja, ja, ja. Williams, uh, J-Dub. Ja. Um, ja, Giddy doet er nog bij ook. Giddy, ja, vind ik een bizar. Van Giddy pff, op 2K ook? Ik dacht, man, die gas verdedigt op geen stoel. Hè. Maar dat er zijn. stoel, er zijn, die, stoel nog. Maar er zijn maar, twijfels over of ze die moeten traden voor een, voor een big man om naast um, Homerun te zetten. En dat ze chat op de vier kunnen zetten. Ja, vind Zou dat al, beter zijn voor die bloem? Ik vind dat altijd moeilijk. Waar gelijk, ja. Home het chat is misschien iets meer dat gezegd. oké, okay, het is een 4-5. Maar gelijk bij Wemby, wat doet het daarmee? Wemby is een 3, hè. Eigenlijk. Ja. Maar die is wel 2,24 meter. Dat is toch ja. een small forward? Ja, maar gelijk, hoe, hoe gaan die de komende jaren beginnen omringen? Wat, wat pakt je erbij waarvan... Oké, okay, voor mij, ik zeg één een top point guard. Maar dan daarnaast... Wat pakt je? Een top center? Je, een top? Ik zou geen goede center... Ik zou eerder een, een goede shotter erbij zetten misschien. Ja, een topcenter, ik denk dat ze gewoon iemand nodig hebben die oorlog wil maken in de paint. Ja. Zo'n Steven Adams. Ja. Die ja, zou ja, ja. daar goed bij passen. Zo wat koeken uitdelen. Ja, zo. ja. dat type ja. speler zou heel goed passen bij, bij Miami, denk ik, ja. in de toekomst. Maar ja, ik vind dat moeilijk bij dat type speler, omdat wat is hun ideale positie? Ik weet, je hebt het met Thomas ook al... Uh, zitten over maar Toen hadden we ze nog niet gezien. En nu is er een, een sample size van een match of tien, iets meer. Maar ja, we zijn er al veel wijzer uit geworden. Nee, is het dat is nu probleem dat de Wemby wilt zetten. Ik heb, al, ik heb al heel veel San Antonio gezien. Ik denk dat ik al zeven of acht matchen heb gezien van de Spurs. Ja. Omdat ik gewoon zo gefascineerd ben door Wembayama door, door en door hoe ze het gaan aanpakken. En ik heb het hier vorige keer ook gezegd: Devin Vassell. Ik zie die super graag oh ja, ja, ja. spelen. Oh. Echt. Die was ook wel nog moeite. Die had ze wel. Dat shotje, is Goed, een lekkerheid. Ik ja. vind dat echt een toffe Mooi. speler. Ik ja. weet ook niet wat het gaat worden, maar ik denk wel die als tweede of misschien derde optie bij Miami, ja. als wordt, we wordt, wat we denken dat het gaat worden. Maar ook, hoe grappig is dat, Dennis, dat je zo een seven-footer die een bal ziet opdribbelen met zijn dode gemak. Zo en die andere mannen lopen daar zo rond. Maar hij ziet er zo een in lopen. Toen meld ze een beetje spijs naar de Monsters van Space Jam Die een hele lange sol die daar loopt. Lalala. Die talent van Sean Bradley had gepikt. Ja, ja, ja. Al ja, ja. ja bon, wat. Maar... maar wat ik wel merkte nu, is dat de mensen vanaf dat Wemby begint te dribbelen, hmm. dan beginnen ze hem echt wel te belagen. Dat is echt ja, ja, swarming. Ja. Maar ja. ja. Je moet je voorstellen dat hij in traffic gaat en je zei 2,24 meter. En je ja, dribbel gaat sowieso al hoger zitten. Tuurlijk. Dus als er daar een paar van die kleine mannen tussen lopen, die komen voep, die zijn er normaal gezien wel, kunnen die er wel mee weg zijn. Maar ik heb hem ook al dingen zien doen dat ik zoiets dacht van... Wemby bijvoorbeeld. Ik denk dat het drie jaar geleden was dat wij tegen wel speelden in Euroleague. En die liep daar toen ook tussen. En iedereen was bezig over Wemby, Wemby, Wemby... En ik was zo aan het kijken, en de warm-up ook, en ik dacht, oh, dat ziet er klungelig uit, jongen. Dat is, dat is nog niet gecoördineerd. Ik vind dat zot, hoe hard dat in gast geëvolueerd is in zijn uh, coördinatie en zijn dingen op twee, drie jaar tijd. Echt, echt zot. Ik vind het ook straf hoe ze dat hebben kunnen zien. Want je kan denken, ja, ja. die gaat slang. Ja, maar je, kan, ja. je kan nooit voorspellen dat die coördinatie er komt. Hè? Nee. En toch was daar de juiste vertrouwing ja dat komt bij die kerel. Hè? Ja, en ook het feit dat ze met hem zijn beginnen werken op de manier waarop dat ze gewerkt hebben. Hè, want die heeft, die heeft skills voor te dribbelen. Die, ja, die mens kan bij ons spreken, we hebben alles. Hè. Uh, dus dat je erdoor kijkt en dat je niet limiteert: van ja, die is 2,24 meter, 24, we gaan die onder de hole parkeren. En we gaan die drie goede postmoves leren of zo en die... We maken er jouw van. Ja, voilà, bijvoorbeeld. Hè? Maar nu heb ik wel zoiets van... Ik ja, ben benieuwd nu om te zien hoe dan die mannen ook fysisch gaan evolueren. Maar ik denk, je ziet al wel... Bij, bij, bij Mayana zie je het verschil al ja, ja. met vorig jaar. Iets meer, hè. Bij Chet hm. zie je het verschil Niks. nog niet met Gonzaga. En die heeft al een jaar gehad... In de NBA, hij heeft niet gespeeld, maar hij heeft een jaar aan zijn lichaam gewerkt. En toch zie je daar heel weinig evolutie. Maar ik denk dat Wemby ook meer aanleg hebben om rapper, misschien een beetje spiermassa bij ja, dat denk te ik kweken dan, uh, dan chat. Ik zie bij Mayama sneller het Janis traject afleggen. dan... Uh, ja, maar ik, ik vraag is, mij ook af, het mag niet te veel he? zijn. Hè? Want ik zeg dan eens, stel dat hij een 15 kilo erbij pakt de spiermassa, die gaat nooit nog zo beweeglijk zijn, denk ik. Maar ja, Janis is ook super beweeglijk? Ja, is Daar is maar, ook 15 maar des... kilo bij gekomen. Ja. Ik, ik heb daarbij in de kleedkamer gestaan in zijn tweede jaar in de, in de league. En toen was er nog niet de Janis die het nu is qua, qua fysieke presence. Mm. Totaal niet. Je moet, je moet echt die beelden eens bekijken van zijn rookiejaar. Hoe, ja, hoe maar... smal die toen was. <laughs> Trouwens, over Janis <laughs> Weet jij dat hij Nijck naar de NBA zou gaan vanuit Zaragoza? Nee. Alleen niet rechtstreeks, hè, maar. Ik ga het nooit vergeten, die, die manager van Zaragoza kwam bij mij en zei: Goh, ik, ik ben naar Griekenland geweest, ik heb er iets in lopen, jongen. we gaan dat tekenen. En ik zei: Ja, ja. Ik zei, Willy Villar was dat, onze, onze manager daar. Oh, ik had daar nog een goeie band mee. Dat was denk ik mijn laatste jaar of mijn voorlaatste jaar in Zaragoza, ik weet niet meer, was het 2012 of 2013? Hij is in 20... 2013, hij gedraft... 2013 is hij gedraft. Voilà, dus het gaat dat jaar geweest zijn. En Zaragoza heeft hij toen getekend uh, vanuit Griekenland. En die hebben daar toen nog, zonder dat hij één match of één minuut op veld gestaan heeft, is Zaragossa, hebben ze die een buy-out gehad. Van uh, hoeveel was 700 en zoveel? Uh, 700 en zoveel dus ja. euro of dollar ik of we, het was. Dat dat was, kan het ik, ik niet. Want NBA-teams mochten maar tot een bepaald bedrag gaan voor een vrij te kopen vanuit Europa. Mm -hmm. En dan de rest moest onderling gereden worden. Ik weet niet wat dat was. Maar dus die net En die kwam bij Ik heb dat gezien in Griekenland. Goh, volgend jaar zit die positie kwijt, zegt hij tegen mij. Ik zeg, zo beet zeker. Ik zal er wel van de bank komen, zeker het kikje. Ah, ja, zoek man een krop. Jan is Ik zeg, wat? Oh, Antitekumpo. Ja. Ik zeg, schrijf me daar eens in een berichtje dat ik die is <laughs> goed heb. Baam, die wordt ze gedraft Chop. Ik zeg, maai. Dat die dat kunnen tekenen heeft ze zot dan die mannen in Griekenland daar niet aan vastgehouden hebben. Ja, heeft vond ik wel straf. De tweede klasse in Griekenland. Hè? Ja. Dat is. Hij heeft nooit ja. hoog gespeeld daar. Ja. Natuurlijk ook als hij... Niemand had ooit toen durven voorspellen dat Janis zou worden wat hij nu is geworden. Hè? Ja, nee, maar ja... Potentieel zag iedereen, maar die was... Ja, maar ook... Dat is hetzelfde met Wemby. Potentieel op zijn 18 of 19 zie iedereen. En zo lange... Ja, maar bij Wemby was het. Oh, Wemba Yama is al veel verder ontwikkeld dan Janis op die leeftijd. Hè? Oh, ja, ja, ja. ja oh, dat ja, dat is dag en nacht verschil. Je zag daar iets... Ze wilde Janis ook eerst een point guard maken, hè? zijn eerste ja, jaren en toen is ja, hij ja, ja, toen had is hij, hij, had is hij nog, hem ook getekend als point voilà, toen, toen, toen is hij nog zeven toen is hij acht centimeter gegroeid in zijn ja, eerste jaar ja, in de NBA ook, 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 ook. en dan is hij beginnen uitzetten en dan ja. is hij nu geworden wat hij nu is ja. niemand had dat, dat ik denk ik durf durven dromen zelfs maar ja maar Wemby allez, hij zit in een shooting slump nu hmm. wat je ook ziet want zijn shot moet eigenlijk gewoon nog beter zijn, zijn shot is, Ja, zijn shot dat het, is misschien zijn grootste werkpunt nog dan erg dat je dat moet zeggen maar ze werken nog niet offensief met hem. Dat is nog niet ja, aan, de, ja, ja. aan de orde. Ze hebben er wel een plan mee, hè, natuurlijk. Ja. Popovic zal er wel zijn ding mee doen. Denk Dat zo. denk ik ook. Maar op een gegeven moment toen hij daar in de, in de eerste helft. Elke match heb je zo'n ene play. En hij krijgt daar een bal aan de zijlijn, aan de, aan de baseline. En on the catch doet hij. Wat deed hij daar? Hij krijgt die meteen. Hij pakt die aan. Doet hij achter de rug. Doet die een spin move. En dan werkt hij zo af met een, met, een, met, een, met een hele zachte touch. Mm. Dat is geen move die een gast van 2,24 meter ja, mag nee. maken. On the catch, meteen achter zijn rug meenemen. Voorbij zijn man aan de baseline. En dan ook, ik denk dat het voor hem nog moeilijker is om een soft touch te doen dan een dunk. En het was, het was een easy slam. Nee, hij ging voor, inderdaad, het ging zo gemakkelijk. Hij deed zo een euro stepper voorbij. Easy slam. Ah ja, dat he, Die neur, die dat hem daar. Ja. ja, ja, ja. Dat is, ja, ja. ik ja. vind het ja. Ja, ik vind het ook zot. Like, ze hebben hem, ik heb al een paar beelden gezien dat ze hem zo'n bal gooien in, in transitie en dat hij met zijn rug naar de, naar de basket staat. Die doet gewoon zo, hè. paf. hij weet dat de ring altijd perfect zijn. Hè? Ja, maar dat is, eh, qua coördinatie voor zo'n hast, is dat zodanig moeilijk. Want die loopt volle, volle snelheid naar die ring. Die staat daar, die komt er eigenlijk al aan en loop, die pakt die bal en die doet zo. Maar ook nog niet zoveel gezien. Nee. Dat is echt heel straf. Um, ik heb ook de cijfers uh, is opgezocht van Janis um, tegen... Eh, wat is het van um, Wemby tegen Lebron? Na hun eerste elf matchen. Want wow. bij Mayama is het de grootste hype sinds Lebron in 2003. Ja. Als je dan kijkt. Na elf matchen. Wemby 18,9 punten. Lebron 16,5 toen. Mm -hmm. Rebounds 9,5 tegen 6,5. Assists 2,5, 6,4. Lebron werd als Spongard ook uitgespeeld toen. Uh, blocks 2,4 voor Wemby. Dat is waanzin. LeBron 0,8. Was ook niet nodig. Steels 1 tegen 1,4. goal percentage allebei 43%. 43,2, 43,3. 3-percentage, ja. 28 en 33. 8, LeBron 20, pakt 28 voor Wemby. Voor Wem. Wem, ja, ja dat, is van die dat gaat omhoog moeten inderdaad. Vrijwoord percentage, 76,6 voor Wemby. 59,5 voor LeBron na de eerste 11 oh. matchen. Minuten, 30 minuten per match. Maar voor Wemby, LeBron speelde er. 41. Zijn eerste elfmatje. Waanzinnig, hè? Ja, best... 41 minuten gemiddeld in uw eerste elfmatje. Ja, maar hij speelt bijna nog altijd in, de 41. Ja, <laughs> nou, dat is echt... Ze ging het rustig aanpakken. Maar om maar te zeggen, we moeten, we moeten nooit te snel oordelen ook over een talent. Sowieso, het eerste jaar is eigenlijk al is, ja. is nooit de, de juiste waardemeter. De eerste twee jaar vaak zelfs niet. Maar die cijfers van bij Miami zijn eigenlijk... Best goed, ook al heeft hij al een paar matchen gehad waar je van denkt, hier moet het wel veel beter zijn. Ja, maar ik vind ook die cijfers dat hangt ook een beetje af van uh, uiteindelijk waar dat je terechtkomt. Hè Dennis, want oké. Ja. Okay, zeker. ja Wemby moet nu ook al die ploeg dragen. Ik weet, of, LeBron, tijd, moest, dat ook, LeBron moest dat ook al doen. Hij zat met ja, Darius Miles ja. en met um, Ricky, Ricky Davis ja. daar. Die, dat is die gast die dat in het midden van de match zo een, een dunk door zijn been heeft proberen te doen en die dat ooit <coughs> zichzelf een triple-double heeft gegeven door <laughs> tegen de onderkant van zijn eigen ring te gooien. Ah, 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 nu, wie net af en probeert, vorig jaar, heeft dat geprobeerd? Voor de heeft het ook ook ingedaan. En wie heeft die gecanceld toen? Toen ook gecanceld. Hadden. Ja, inderdaad. Ah, was, hem toen gecanceld? was dat niet Janis? Was, Janis? Dat, nee? was, Janis? Dat, was Janis? dat was Janis denk ja, ik, ja. ja. Ze hebben hem toen gecanceld, ja? he? ik weet nog. Uh, kom, ik moest niet lachen. Kom, echt. Maar uh, uh, Ja, nee, ja, dat hangt af van uw rol ook, denk ik. En daarom denk ik ook misschien dat uh, Chad zou voor dit jaar misschien minder punten maken dan Wemby. Maar ja, ik denk dat dat redelijk zeker zal zijn. Omdat hij beter omringd is ook. En omdat hij niet zo die ploeg moet dragen en zijn percentage zal misschien beter zijn omdat hij zijn shots ook beter gaat kunnen uitpikken. Ja. Wemby gaat veel meer geforceerde shots pakken dan Maar het dan, zit ook uh, meer in het ontzettig. spel van Wembayama, denk ik. Chat heeft ook al gezegd um, ik vind iemand die 30 punten scoort uit 30 shots geen een goede scorer. Ja, ja. Maar hij heeft hij wel. Ik gelijk. ben geen fan van van op zich. Ik weet, hij heeft al te veel stomme dingen ook gezegd, maar mm. daar heeft hij groot gelijk in. Tuurlijk. En een hele, en ik vind ook als je hem ziet spelen, het is een heel intelligente speler. Hij heeft een hele goede shotselectie. Ja. Um, hij weet Vaak beter dan Wim Miami, al waar hij moet lopen. Held ook natuurlijk als je een jaar hebt kunnen kijken naar je ploeg. Ja, Die ploeg is bijna serie. niet veranderd. Dus je weet perfect. Met die ga ik samenspelen. Dus daar ga ik mijn positie hebben. Daar ga ik mij kunnen zetten. Hij heeft vorig jaar een jaar lang ja. kunnen kijken wat zijn rol perfect zou kunnen zijn. 82 mm. matchen is veel tijd om effectief je plaats te kunnen vinden ja, ja. te vinden in een team. Zeker. En hij heeft, kunnen, hij heeft letterlijk met zijn ogen kunnen stelen. Dat heeft Ben Mayama nog niet kunnen doen. En ik vind dat je dat wel ziet. En dan komt de defensieve, de defensieve daarbij. Wim ja, Mayama die kan gewoon overal aan. Omdat hij gewoon zo. echt zo'n freak is. Ik heb, ik heb daar zo... Hij heeft hem al een paar drie-punt-shots geblokt, ja. dat ik dacht van, man, hoezo zelfs? Ja, 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 echt. Er was één foto... Tegen wie was het weer? Tegen ik Heb je daar ook nog tegen, op gereageerd? Tegen, tegen, tegen Kyrie Irving? Of tege, tege tegen Klee Thompson ook één? Was tegen Clay? Ik weet niet. Dat hem gelijk twee meter binnen de drie stond, en dat hem toch nog dat shot blokt. En dat moet zo een fuck-up zijn voor die shotters, want die zeggen, oh wow, die staat daar, ik ga er wel overgooien. En in één keer doet hij een woep, baf. En dan ik, zoiets zit alleen man. Want hij kan ook, altijd, ook al is hij geklopt, hij kan het altijd nog recupereren ja, door dat, zijn. Dat is ook, okay, Terwijl Homer heeft gewoon een fantastische timing. Ja. Als er bloks aankomt, chat is daar, denk iets beter in, gewoon omdat hij die timing nog meer heeft. Omdat, ja, hij is ook lang, maar niet zo freakish lang als Wemayama ja, is. Ja, ja, ja. En ik vind dat heel, heel indrukwekkend om Hongren, Het is een goede basketter. Op dit moment is Homer nummer 1 in de Rookie of the Year race. Ja. Het is Homer op 1. Tj, um, o, Wemby op twee, gezien dat het iets anders was. En Ousar Thompson op drie. Dacht dat Wemby opeens stond, ja. Ja, voor mij is, voor mij is ah, het mij voor u voor persoonlijk. Mij, ja, ja. Ik zeg, ik ben, ik ben Team Wemby. Als ik, dus, want ik ja. denk dat er een hele toffe rivaliteit gaat worden tussen die twee. Dat ja, zal wel. Ik ben Team Wemby, maar objectief dat is het gezien, nu, dat is ook een beetje. Ik weet dat als Luca gedraait was of Salva met Trey Young. Ja. En dat was ook dat eerste jaar dat ze constant aan het vergelijken waren van ja, die dat die. Dat die ook voor elkaar getraind zijn, hè? Ja. Daarom. Ja. En deze twee die hebben, ja, die hebben tegen elkaar gespeeld uit de WK u 19 twee jaar geleden. 2021 was hun eerste ontmoeting. En dan omdat Chat vorig jaar het jaar geblesseerd is geweest. En ik denk ook niet dat die elkaar echt kunnen hebben. <laughs> heb je al zo'n paar dingen gezien? Ja, maar, maar dat is tof. Dat is ook niet onlogisch, hè, Dennis. Maar dat, dat is zalig. Dat, dat, dat is ook een beetje het geval dat daar rond wordt gecreëerd. Hè. Maar dat is, toch, dat is toch wat je ook wil als. natuurlijk. btp uit. Heb je die foto gezien trouwens van die en tip Tipoff? Uh, van nu? Van ja. Oké, okay, nee, okay, is. Zien. Ik kan je straks laten zien dat is een fantastische foto Die met twee. En dat die een bal gaan. En dat je alleen maar. Arm ja. zit. <laughs> die ref heeft die bal ook 10 meter hoog moet smijten. Hè? Want anders. Een, een stok om, <laughs> twee stokken omhoog die, die, naar de die zijn bal zijn gaan. Die ref was hij gewoon om zijn nop op, 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 op zo 4 uh, meter boven de dingen te doen. Dan moest hij hem 10 meter hoog dat smijten. Dat is echt waanzin. <laughs> maar Wat trouwens. Die, over die voorbereiding. Hè, dat je zei van ja, chat. Dus als je een beetje kijkt naar het voorgaande jaar. Voor, dan ben je eigenlijk. Ja. Als je kijkt naar Wemby en de move. Hij heeft er ook wel alles aan gedaan om hem toch wel zodanig uh, zo goed mogelijk voor te bereiden om hem weer te denken. Want zijn move naar, uh, naar Parijs leek totaal niet logisch, ouais? want hij zat in Asfal in een Euroleague-ploeg. Een goede ploeg. Waarin, waar, waarin dat gedacht van, ja als hij in een Euroleague speelt, gaat hij veel meer bijleren. Maar in Parijs was die ploeg al zodanig rond hem gebouwd en ze waren alles aan toen voor hem, want die zijn. Als hij toen al bezig was, zijn die naar Amerika gegaan. Die hebben daar oefenmatchen Vegas, gaan spelen in ja. Vegas. Tegen, de, wat was het, de Ignite en tegen zo. Scoot, tegen Scoot Henderson. Tegen Scoot Henderson en zo. Dat, dat zijn allemaal dingen dat hij, als hij bij ons wel gebleven was, ging dat nooit niet gebeurd zijn. En, en die, is, dat, is dat beter geweest voor zijn ontwikkeling, denk ik? Ja, ah, wel, dat weet ik niet. Maar ik denk het wel. Want ik denk dat hij nu veel meer voorbereid is om een ploeg ook echt te dragen al. Oké, okay, hij gaat nog altijd wel wat, wat struggelen. Hè. Ah, het is een gast van 19 jaar die, die een NBA-franchise moet, moet dragen. Dat is dat ziek, eigenlijk. Als en die je weet we net... dat hij dat nog 15 jaar gaat moeten doen. Ah, voilà. Maar oké, okay, ja, ze gaan met de jaren wat beter en beter beginnen omringen, wellicht. Dus dat gaat wel beter worden. Maar... Dus op dat vlak was misschien geen slechte move om hem naar Parijs te brengen. En dat hij daar ook... Ja, hij was daar de man, hè. Het hangt ook niet gezien... heel veel af van hoe iemand zijn karakter is. Want ik denk dat er heel ja. veel spelers zijn die net door die move... Zo zouden we beginnen zweven en de verkeerde dingen zouden aanleren. Maar blijkbaar, dat blijkt uit, alles, uit alle interviews ook, en alles wat je leest en ziet, is Ben Bayama heel goed opgevoed. Is hij effectief goed begeleid, is hij een hele clevere gast, weet hij perfect wat hij naartoe wil en heeft die, staat gewoon een goede kop op. Ja. En ik denk dat het daarom ook gewoon mogelijk was. Als je aan een gast op zit, ja. die begint te zweven. en die wordt direct de man van een ploeg om zich voor te bereiden op de NBA. dan kan het ook wel eens heel snel een andere kant op gaan. Ja, maar denk ook dat als je kijkt naar die move dat hij deed. van dan naar Parijs. Hè, voor, want die spelen zelf geen Europees, denk ik. Nee. Um, of wel Nee, nee, hij speelde geen Europees. Europees. Ook geen Europe? Denk ik het niet. Ik denk dat hij enkel in uh, Frankrijk speelde. Ja, zou nu dat wel, wel want nee, ze hebben de finale verloren. Ja. En we hebben trouwens een oefenmatch gespeeld tegen Metropolitan dit jaar. En dat ploesje zag er al helemaal anders uit. Ja, tuurlijk. <laughs> ook, hè. ja Tuurlijk. Um, maar uh, ja, nee, die move alleen al... Op het moment dat hij me dacht ik van, alleen wat doet hij nu? En dan achteraf beginnen te kijken, och, daar zat gewoon een heel plan achter, hè. Dat was, ah oh ja, we gaan nu naar de States brengen, we gaan uh, tegen die mannen spelen, een oefenmatch, dit dat. We gaan nu daar helemaal op de radar zetten. Ook die in opbouw, denk ik dat in draft, toch die number one pick te worden. Ik mm -hmm. denk dat dat ook wel meespeelt heeft. Met of. een goede coach met Collet daarbij. Ah, ja. Voilà, ja. Coach van de Nationale Ploeg oh, gaat dat ook, ook wel helpen. Ja. Mm. Oké, okay, goed. De um, giveaway. De winnaar is geworden. Dus um, alles, alle statistieken bekeken. Jullie hebben massaal meegedaan. Bedankt daarvoor trouwens. Uh, ook bedankt voor de hulp die we hebben gehad met de statistieken wat bij elkaar te zetten. Um, het was wat zoeken naar, het, uh, het, uh, ja, naar de, 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 de juiste winnaar. Um, want belangrijk, je moet ons volgen om te kunnen meedoen natuurlijk. Um, degene die het dichtst bij zat, die volgde ons niet. Jammer Oei. genoeg. Gemiste kans. Ik heb Allee, het nog al, ik heb het, we hebben het nog online gezet. De winnaar was gevonden. Ik heb het op het juiste medium online gezet. Want um, YouTube zat er niemand dicht genoeg bij. Op Twitter ook niet. Dus de winnaars komen van Instagram. Daar zat het dichtst bij. Maar degene, de nummer 1 grijpt er jammer genoeg naast. Heeft kansen genoeg gehad. Zonde. Ja, zonde. Dus het is de nummer 2 geworden uiteindelijk. En dat is met de Instagram-naam. Tales of NP214. Heb... <laughs> Tales of NP214. Contacteer ons. Uh, stuur ons jouw gegevens door. Um, Volledig een uh, voornaam, achternaam, adres. En dan laten wij de geweldige mensen van Bounce Wear het shirt van Victor Wembayama naar uh, jou opsturen. Uh, bedankt trouwens om zo massaal mee te doen. Dat is heel leuk om te zien dat er zoveel interesse in is. En volgende week uh, is er een nieuwe giveaway. Kunnen jullie opnieuw iets winnen? En er staat al een kleine teaser. Ik kan zeggen: het zit in deze doos. Ik ga het nog niet open doen. Dus wie het kent, kan het dan al weten. Het zit hierin. Voilà. Volgende week. Surprise. Het is kleurrijk. En het is ook iets ja. voor de, um, de kleineren onder ons. Kan ik al zeggen. Voilà. Oké. Okay. Um, ik wil het met jou over Point Guards hebben zometeen. Maar eerst, ik ga een teltje doen. Ik heb te veel water gedronken vandaag Sam. Moet je weer naar wc. Ja het is zover. ik ken niemand om tegen te praten nu. Jawel, Kijk, uh, ik wil het met u over point guards hebben. Ja. Sam, we hebben gekeken naar OKC uh, tegen San Antonio, mm -hmm. ah, ja, onder andere. Uh, maar bij San Antonio hebben ze daar het interessante experiment. Jeremy Sohan op de point guards. We hebben het er al eventjes over gehad met de 4 vorige week, maar ik wil de mening van een echte point guard wel eens weten. Geloof je daarin? Is dat iets wat kan werken denk je? <tie> Maar ik, ik heb hem niet zien spelen voor dus ik weet niet wat voor speler dat was Een small forward, een kleine vier, die hustelde, een goede visie had. Een kleine vier ook. Niet ja. op de twee of op de drie nee. speelde je? Die. die echt wel, echt wel inside kon hustelen. Ja. Dat is dan echt wel een Maar Hij ge, heeft geen shot, hè? Dat is het probleem. Ja. Daarom, daarom dat hij af en toe op de vier ook uitgespeeld kon worden. Zeker in college is dat gemakkelijker hè? om die daaruit te spelen. Ja. Maar het is eigenlijk een small forward. Een, ja, een spaalverdeler zonder shot van tegenwoordig is nu ook niet top. Nee. Ik um, moet wel zeggen, ik heb hem die wedstrijd gezien. Oké, okay, ja, buiten het feit dat zijn ploeg verloren is met 30, maar ik vond, het, ik vond hem niet slecht of zo, de Poyngard. Hij heeft wel visie, hè? Ja, hij, 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 hij ziet het wel, hij, hij, hij vindt wel de goede opties, hij ziet de passen wel. En oké, okay, ja, het is, het, is, het is ook wel een grootte, hè? Het, is, het is een beetje, hoe moet je zeggen? En die zeggen de moderne guard, maar je ziet wel dat de guards groter en groter beginnen worden, natuurlijk. De, de kleinere mannen die zijn er allemaal zo wel een beetje uit aan het gaan. Maar, uh, ja, hij is 6'8. Is, is dat is 2 meter ja, en 4 ongeveer. 2'4, 2'5. Ik dacht dat, nog, dacht dat nog groter was. Maar, uh, maar, ja, maar als je dat de point kan zetten naast de ja, Miami, ja, als ja, het ja. zou werken. Ja. En ook, ja, stel je voor dat je dat doet en dat je daarnaast nog een paar. Uh, atleten staan, begin maar een beetje te switchen in defensie zo. Dat gaat niet zo gemakkelijk zijn om daar voorbij te gaan. Ja, defensief is die heel goed. Ja. Alleen je merkt nu ook wel qua hoeveel balverliezen zijn je had. Dat is ook puur omdat ja, ja. Er, gewoon, er, er is geen controle over dat die direct veel. He. Ja. Maar het is ook niet de bedoeling om dit jaar te winnen, denk ik. Nee. Maar ik me alleen afvraag. Oké, okay, het, het experiment op zich vind ik interessant. Kan het werken? Denk dat het moeilijk is om te voorspellen. Ja, maar ik heb dan ook zoiets. Als je naar de toekomst kijkt en je zegt van, we gaan er een top point guard bijzetten, dan zijn ze nu wel een beetje hun tijd aan het verschijnen, toch? Want dan gaat hij toch niet meer maar, uw pointguard zijn. Maar of, dan mag er een twee van, of een drie. Of, nee, of ze willen net dat hij inderdaad de pointguard is, en ze, moeten, ze gaan er geen top pointguard meer bij zetten. dat is niet waar ze naar op zoek gaan. Ik hmm. denk dat dat zo... Uh... Met Greg Popovich? Ja, je weet nooit, hij gaat die speler wel beter kennen dan ons nog. Dus hij moet er wel iets aan zien dat hij eraan begint, want anders zou hij er toch niet aan beginnen. Hij nee. heeft ook letterlijk gezegd, dit is het officiële experiment voor 2023-2024. heeft hij in de persconferenties al gezegd. Dus het is wel iets waar ze effectief voor dat gaan. Is ook, ja, oké. Okay. En hij krijgt één jaar de tijd om, om te, te zien of dat er iets zou kunnen uitkomen als ja, point. Ja, dat maar. denk ik wel. En dan, daarna kunnen ze er nog altijd opnieuw een 3-4-speler van maken, hè. Ja, ja, of tuurlijk. een zevende man. Nee, nee die, die omschakeling gaat veel makkelijker zijn dan het dat ze nu aan het proberen te doen zijn. Maar Wat uh, ik alleen alleen afvroeg uh, uh, vorige week ook is: kan het de ontwikkeling van bijvoorbeeld een Vesel of een Wemayama niet vertragen? Het feit dat je niet met een degelijke Ponyguard samenspeelt of maakt dat echt niks uit? Als je ja, niet haalt, je, helpt, moet, je moet niet winnen. Hè. Winnen is niet belangrijk. Nee, dit jaar. maar stel, okay, stel, je zet daar een Ponyguard à la Chris Paul bij. Tuurlijk gaan die gasten beter binnen spelen. Maar gewoon omdat die, die, die zie andere dingen en die heeft die ervaring. Maar. Um, ja, beter beginnen spelen en zich beter ontwikkelen, zijn er nog twee verschillende ja, dingen, voilà. natuurlijk. Well, is het nu de bedoeling dat, dat Wemby of zelf, uh, Vessel dat dan die gasten dit jaar nu al uh, 25 punten average En zo. Oké, okay, bij Wemby gaan ze dat misschien wel verwachten, omdat hij nu de main guy is. Maar, mm -hmm. um, ik denk dat ze daar iets aan toewerken zijn binnen dit en vijf jaar, waarbij dat ze zijn, binnen vijf jaar. We gaan we dan nog een keer weer een klets op geven, gelijk dat we hebben in het verleden met Parker, Duncan en uh, Ginobili, of, of daarvoor nog met Robinson en zo. Dus ik denk dat ze daar naartoe aan het werken zijn. En ja, dat experiment, het is wel interessant natuurlijk. Hè? want ik denk niet dat al veel coaches zich eraan gewaagd hebben om, om een 3-4 speler om te scholen naar een spelverdeler. Ik heb het nog nooit gezien. Zeker zo, maar ook zo vooruitkomen. Dit is wat we dit ja. jaar gaan doen. Dat heb ik echt nog niet vaak gezien. In het voetbal heb ik veel positiewissels ja, gezien. Ja, op. Het is natuurlijk ook. Maar... Uh, Popovic kan het hem al permitteren, omdat hij in de spurs zit. En hij weet, ja, ze gaan hem daar nooit niet op afrekenen. Of zo. Ze en gaan ze hem... moeten ook niet winnen dit jaar. Ze, weten, ja, voilà. ze, zijn in, ze zitten in de Western Conference. Maar ik zeg maar iets, zeg dat, zeg dat tegen Vogel van het jaar bij Phoenix. Ja, ja, we gaan de... een experimentje doen, we gaan ze van de 4 1 <laughs> maken. Die gaan zeggen, ze Zij zeker? zeker. Ja, die moeten <laughs> winnen dit jaar, dat is het voilà. verschil ook. Hè. Voilà. Dus alleen, in de context heb je wel zoiets van: oké, okay, ik snap het misschien wel, maar het blijft wel speciaal. Ja, we zullen zien, hè? Kijk je al genoeg? Je NBA intussen om te kunnen zeggen wie de beste Point Guard is op dit moment. Nee. nee? Ik heb niet genoeg wedstrijden gezien. Okay. Ja, het is, is ook heel subjectief natuurlijk. Ja. Ik heb zo'n paar kanshebbers. Stephen Curry, vind je dat een Point Guard? Voor mij is dat meer een Shooting Guard doe ik ook meer dingen weg van de bal dan, ja. dan met de bal. Luca ja. Luka Doncic, dat is wel een pointguard. Ja. Misschien op dit moment de beste die er is, maar dat is gewoon nog. een... Ja, dat is geen pointguard. Dat is een pointguard, guard small... Oh, ja, dat, dat is, is, dat is Luka. Dat is ook geen pure pointguard. Een pure pointguard is Chris Paul. Ik denk dat de beste pure pointguard op dit moment Tyrese Halliburton is. Van de ja. Pacers. Ja. Want Tyrese Maxey is ook een point guard, mm. Maar dat is ook zo'n hybride. Dat is ook echt een scoringguard. Die, 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 die is nog, die nog niet is bezig Die in. is... Door zijn ontwikkeling nu weer te zien dit jaar is extra duidelijk dat de James Harden trade is de grootste cadeau die Philadelphia kon hebben gehad. Oh, die scoort daar vorige week ineens een match 50 punten tegen Indiana. Die mannen zijn ook wel goed bezig, hè? Nee. Philadelphia is goed bezig. Hè? Die verliezen dan wel daarna ja. van Indiana en verliezen nu ook ja. van Boston. Boston speelde zonder Porzingis en zonder Jalen Brown. Mm -hmm. Maar die ploeg is veel beter zonder Harden. Ik denk dat ze beter af zijn. Maxi kan nu eindelijk het tweede ja, man worden. En ze gaan kan. nog iets traden. Ze moeten gewoon niemand halen die nummer twee wil zijn. Laat, laat Maxi nummer twee na beat zijn en dan werkt dat. Maar Halliburton. Wat die met Indiana doet. Of wat Indiana als ploeg doet. Die hebben. De, is de beste aanval op dit moment. Ik denk dat ze de beste aanval van de NBA op dit moment hebben. Die scoren gemiddeld. Na 11 matchen, 126,5 punten per match. En Pakken als ploeg 95 shots gemiddeld. <clears> oh, <throat> mooi. Ja. Waanzinnig tempo hè? Toch wel een leuk tempo ja. Dat is het, ho het hoogste tempo van de, van de hele NBA. En als je dan kijkt, Halliburton, um, in zijn eerste 10 matchen, want hij heeft één match gemist, in de eerste 10 matchen die hij gespeeld heeft, waren zijn slechtste matchen. Twee keer dertien assists en vier bal verliezen. En één keer acht assists en twee bal verliezen. Heeft al twee matchen gehad. Heeft een match gehad van vijftien assists en nul turnovers. Zeventien assists en nul turnovers. Als je aan zo'n ah ja, tempo speelt. Ja, dat was nu die twee wedstrijden <coughs> na elkaar. Zeker dat, dat dat is de eerste keer ja. dat dat gebeurd is. Dat als je zo... zoveel assists geeft zonder turnover. Maar dat is al straf. Maar het is vooral nog indrukwekkender. Als je dan ook nog een ploeg hebt die aan zo'n tempo speelt. Ja, zeker. Maar ja, je risico om een balverlies in, uh, in een high tempo game of een up tempo game. Is natuurlijk wel veel hoger dan dat je <coughs> gewoon een setplay gaat. Hè. Ja. Het is die gast ja, spelen. spelen. Want we hebben het daar straks. Maar dat is ook een dat ik, dat ik tijdens de zomer ook wel contact heb met Team USA. Dat ik dacht van. Uh, misschien niet zo uh, de grote ster of zo. Of de absolute go-to guy. Maar wel een vreemd nuttige speler. Ze willen daar bij Indiana. willen ze er wel ontbouwen. Ze hebben hem binnengehaald. een ja, hebben dan, trade dan, wel, de dan Sabonis getraind ja. uh, naar Sacramento. Ja. Uh, daar hebben ze Halliburton voor binnengekregen en meteen gezegd. Dat wordt onze nieuwe Reggie Miller. Als in Face of the Franchise, oh. daar gaan we rondbouwen. Mm -hmm. En Rick Carlisle ah, daar nu... Hoeveel assisten heeft hij nu gemiddeld op seizoen dan? Goeie vraag, moet ik even op zoek. Hij, is, oh. hij, hij leidt de NBA al ja, sinds... Hij zal toch een dubbel-dubbel hebben gemiddeld, denk ik. Ja, ja sowieso. heeft gemiddeld... <laughs> 24,7 punten per match en 12,5 assists. Gemiddeld. In 33 minuten. Dus oh, ook nog, nog niet, niet, niet zo zot, hè? En shotpercentage van 53%. Procent. Dat is ook goed. Mooi. Dat is echt. En, en, dus dat kan volhouden. En, en 43. Hey. En 43. Hey. Maar dat gaat geen kans hebben zijn voor MVP, zeker zo. ik er vanaf dat hij niet aan doet. En 43,5 van achter de drie puntlijnen. Percentage. Ja, mooi. Zijn percentages zijn goed, en als je kijkt. en zijn een assist turnover ratio hou ik vrij goed zijn dan. Dat is... Wat is het in gemiddeld? Weet je. Ja, 12,5 assists tegen twee turnovers per match. Dat is, uh, is uh, 6-0. <laughs> dat, dat is echt. En ik zie die ook heel graag spelen. Die heeft een super rare shottechniek. Begrijp dat nog altijd niet als ik die zie spelen. Die een bal komt van die gaat hier weg. Voor. Hem. Ja, dat vond ik ook in de zomer. De dus shot leek raar. Maar hij heeft dan de match gehad dat hij de 4 of 5 naar elkaar binnenklop. Ja, hij, hij krijgt hem ook weg. Hij ja. krijgt hem ook weg. Je zou denken op dat niveau, hij springt ook niet bij zijn shot bijna. En toch lukt dat elke keer. Ik vind dat een, die, een gast die ik heel graag speel. En Maxi, ja, Maxi is een superster. Dat is, die twee gasten vind ik fantastisch. Ja, um, ik ga dus beginnen volgen. Let, let erop, echt. Daar ja. is Halliburton. Ik denk dat je van gaat worden. Dat is ook nog, nog eens de pure point guard, die ook nog eens scoort, maar wel effectief ook een pure point guard is. Ja. En zo zijn er niet veel meer, denk ik. Hè? Echt zo, de, de oude nee. definitie van point guards, ja. puur spelverdeler. Maar ja, je ziet dat er meer en meer uitgaan. Dat is Wat ook ik... zo'n trend hè. In Europa zie je dat ook. Hè meer en meer scoring points. Uh, pointgangers. Dan denken wie je zo nog wie je zo nog hebt Mike Conley bij Minnesota. Ja. Is er nog echt zo'n ene? Voor de rest die kan er nu echt zelfs niet op eentje komen. <laughs> Waarschijnlijk kan ik er echt een overslaan. Conley Dennis moet echt uh, op dat vlak zo hard. Ben ik er nu nog niet begonnen volgen, maar het komt wel. Het, het, he? het komt. Uh, ben dit dan twee jaar? Ben twee jaar moet klaar voor die preview? Zie, kijk, dat komt <laughs> kom, kom perfect in orde. Um, Missich ja. Daar heb ik het met Thomas over gehad in onze preview, mm -hmm. en Thomas die geloofde daar niet in. Ja, hij, heeft, hij krijgt gelijk. Alhoewel, oh, de laatste twee wedstrijden heeft hij wel meer minuten gepakt. Hè. Maar het is dat vooral, hè? hij krijgt gewoon amper kansen. Maar ja, maar waar zet hem ook, Dennis? Je zit, hij, hij zit in de ploeg. Michic is al een speelverdeler die bij FS heel veel de bal is in zijn handen had en hem veel nodig had. En hij zet hem in de ploeg waar je al Gildjus Alexander hebt en Giddy, die zelf ook al veel de bal in hun handen hebben. Hè. Dus hij we weet al sowieso en... dat hij van de bank komt. Ja. In een NBA, als je van de bank komt, raakt het toch moeilijk aan meer dan 15 minuten, meestal? En ze en hebben die, die Wallace, mee, ze hebben Wallace, die rookie, hebben ze ook ook nog. dat is ook een, een man die de bal wil dragen. En het is een vreemde jonge ploeg en Mitchits is er ondertussen toch al bijna 30. Waarom geven ze dan een contract van drie jaar? Ja, dat is dus vooral het. drie jaar. Het is dat ook, ik heb het u gezegd ook, hè, omdat ik ook zei: hij zei van ja, wat is het, hoeveel krijgt hij per jaar? 9 miljoen of 8 miljoen? Ik denk 8 miljoen, had Ja, hij zegt ja, dat is Peanuts de dag van vandaag. Dat is ook NBA. zo, hè? Ja, met die, ja met die, maar ik vind nog altijd, als je dat haalt geeft aan, aan een benchplayer, dan denkt je toch dat je er wel op gaat rekenen, toch, een beetje, of niet? 7 miljoen per jaar. En zijn laatste jaar is een team option Dus eigenlijk heeft hij een contract voor twee 2 jaar. jaar. <coughs> ja, voor hem was het wel, nu of nooit, hè. Want, ik eh, in de Euroleague, altijd had de Euroleague twee keer gewonnen, hij is MVP geweest en zo, dus als hij de stap moest maken naar de NBA, was het nu. En ik... Is hij ook gedraft geweest door OKC? Dat weet ik niet. Maar ik of ik of checken. is dat. Als je dat, want. Daar zei ik ook nog een interessante discussie om nee, te hij is gedraft door Philadelphia negen jaar geleden al. Hoeveelste? 52ste. Oh. De, de Belgische pick. Dat was een schone nummer, hè? De, de, de Belgische pick. 52ste door Philadelphia. En dan, ja, trade geweest. En dan um, drie jaar geleden getrade geweest naar OKC samen met L. Horford in die trade destijds. Mm. Dus eigenlijk maar één keer getrade. Dat valt mee. Axel Ervel, die zijn rechten worden nog altijd getraden. <laughs> dat vind ik ook zo'n absurd te geven aan de NBA. Hasten die al op pensioen zijn, die nog getraden worden met hun rechten. Dus dat, dat is zo mooi. Dat is geniaal. Uh, Kunnen je mij even uitleggen waarom dat al zal gebeurt? Ik denk dat Axel Hervéldi gewoon toen nog niet zijn pensioenpapier had ingediend bij de NBA. Ah, dat die nog niet, niet, niet okay. officieel waren. Yeah. En dan denk ja. ik, hè, ik weet het ook niet, ik vind dat ook heel ja. raar. Die was Schap. al officieel gestopt hier en dan... Ja. Om terug te gaan naar Micic... Ja, ik, ik denk dat het moeilijk wordt voor hem jongen. want alleen nu de laatste twee wedstrijden zag ik dat hij aan hoeveel was het 21 minuten zat en ja. 19 of zo en dat nu ook onlangs zijn een beste wedstrijd gespeeld. Maar zijn een beste wedstrijd dan in die 21 minuten waren vijf punten en een assist of zeven, zeker. Zes, zeven? Maar meer gaat die, scoren gaat hij daar niet mogen doen hè? Ja, wel, het is dat en het is wel een scorer oké? Ik bedoel in Euroleague was het een scorer hè. Ja, en, maar de, daar je hebt daar je hebt Che Alexander, ja. je hebt Jalen Williams. Dat is één en twee als op scoren aankomt. Dan ja. heb je Chad Holmgren. Ja. Dat zijn de drie eerste. Heel Lou Dort gaat zo'n shotje ook willen pakken af en toe. Ja. Dan heb je Josh Giry. Giddy dat is een, een extra spelverdeler op. die je daar eigenlijk hebt. Hè? Giddy is ook iemand. Williams die wil die bal ook hebben, maar Giddy ja, die gaat ook ja, maar, wel. Ja, ik, ik heb hem ook niet. Mart Steen de Speurs, ik heb hem ook eigenlijk niet zoveel op de spelverdeel spelen. gespeeld. Ja, nee. als hij een balken afgeeft om twee te gaan staan en als hij hem kreeg, dan kreeg hij hem. Dan probeerde hij net wel iets te doen. Moet hem toch frustreren als je, als je weet wat hij heeft kunnen doen in de Euroleague? Ja, maar daar is ook juist. Is dan OKC wel de juiste situatie voor hem? Want stel nu dat hij in een andere ploeg was geweest, waar dat de spelverdeling niet zo sterk was als Gilges, al ik bijvoorbeeld. Ja. ja, serieus, dan had hij een ponyguard kunnen gebruiken. Voilà. Of zelf dingen, nee, we hebben het er nog over gehad ook. Uh, de, de, de Suns. Nee, ja. ah, dan ah, ook zo... geen ponyguard. Zeker. Dus, dus stel dat, je ook al denkt hij misschien wel de Suns, oké, okay, ja. het is wel moeilijk natuurlijk om vanuit de Noord-Licht te komen en van deze keer dat startenstatuut te krijgen. Hè. Behalve als je echt een superster, like Luca ofzo of zo. Of... Dan, dan komt dat wel voor. Maar als je kijkt, ook Verzenkov, vorig jaar MVP van de Euroleague. Ja, komt van de bank. Maar die heeft hij heeft een wel meer... zijn rol. Dat wou ik net zeggen. Dat is ook een specifiekere speler, hè, omdat Verzenkov zo'n ja, ja. shot heeft. Maar ja, ik, zou, ik had die doorgestuurd. Hij had zijn eerste 35 punten gemaakt met maar twee dribbles of zo. Dus ja, dat is pure catch and shoot. Hè. Maar ja, daar is hem ook goed in. Hè. Die zal ik wel zo. Ja... Die gaat zo gebruikt worden. Hè. En ik denk ook dat ze hem zo hebben binnengehaald. Van dat gaat uw rol worden ja, bij ons. Maar bij Olympiacos was dat ook. Hè. Daarom. Was dat vorig jaar in Euroleague? Dat hij een match had. dat hij 30 punten maakte. dat hij drie keer met een bal gebost had. Hè. En dat past ja, dat ook perfect. Is dat type speler, dat past perfect bij de manier van spelen van Sacramento. Ja. Met Fox die daar gewoon constant. Rond rond, hè. Er zit natuurlijk ook wel een. Ja, er zit ook in een goeie, heel. Het gaat over een van de beste Ponyers, trouwens. Die Aaron Fox die mag ook mee in dat lijstje, denk ja, ik wel. Voilà. Die kerel. Maar dat is wel die zorgt voor het tempo. Het ja, moet toch een droom zijn voor een speler als Verzink of om gewoon die drie-puntlijn drie af te dwijlen en ja. te weten, elke bal, hij weet ook, elke bal die hij krijgt, mag hij ook shotten. Hè? Oh, ja, ja, maar ja, dat is ook waarom dat ze hem getekend hebben. Ja, anders moet hij er niet op komen, dat denk ik. Hij is... heeft ook de beam mogen aansteken, trouwens. Is het waar, dat heb ik niet gezien. Ja, ja, ja. En dan zijn de match daar, want nu was het uh, twee wedstrijden geleden. Ah, heel goed, dat heb ik nee. niet gezien zelfs. Ja. Nee, maar ja, daaraan zie je dat toch. Ja, dat toch zodanig anders is. En, dat, dat, en zeker als een guard ook, denk ik dat het nog moeilijker is om erbij te geraken. Of, nee. of, of om een bepaalde rol te gaan spelen. Kijken, de rechten van Vizinko, die waren blijkbaar ooit mee betrokken in, de, in een James Harden trade. Hopla, nog ja. een keer. James Harden is hier de rode draad, joh. Dus blijkbaar is het altijd de rode draad. Maar gaan, vandaag gaan we er niet te veel woorden aan vel maken. Ik heb al genoeg geërgerd aan James Harden. En ik denk dat ze bij de Clippers zich ook kapot ergeren dan dat ze hem hebben binnengehaald. Ze ah, hebben nog geen match gewoond. Oh, toch, nee, het is meestal. vrijdag, als we dit opnemen. Uh, nee, ze hebben, het was 0 op 6 of zo? Ja. 0 op 6. Ja. Westbrook heeft nu gezegd dat hij van de bank gaat komen. Belachelijk. Um, harden <laughs> gewoon de bank laten komen. Zwat. Um, maar Misic, ja, door die zo te zien spelen, dan stel ik me wel de vraag: van ja, Euroleague-spelers in, in de NBA, zeker Point Guards, dat is niet altijd een groot succes geweest. Um, wist ons, kijk daar, Nee, Arroyo. Kom Arroyo uit de Euroleague? Toen hij naar de NBA ging? Of van waar kwam uh, die? Dat was niet omgekeerd. Ja, die is daarna naar Europa gegaan. Ik heb nog tegen hem gespeeld als Senegal Galatasaray was geweest, maar dan komt hij uit de NBA, denk ik. Wel ja. hè. Dat is al een hele tijd geleden. Maar je hebt een paar mannen die dan, die dan naar de NBA zijn gekomen en waar je van zag: van ja, dat is het toch niet helemaal. Je moet een, een heel specifiek profiel hebben. Maar ja, kijk zo nu zoals... ook zelf nu, huidig. Mike James, ja. uh, Shane Larkin. Dat zijn er twee bijvoorbeeld die in Euroleague heel dominant zijn, maar die in een NBA uh, misschien juist niet alleen, goed genoeg waren voor die startersrol. Of, of al, niet, ze werden niet aanzien als goed genoeg, ik zal nee. het zo zeggen. Wow, um, Mike James heeft zijn kansen gekregen toen jaar dat hij bij Brooklyn, Brooklyn. zat. Brooklyn, ja. Maar ja, natuurlijk, je zit dan ook bij, met, met zo'n vuurkracht. En wat wil Mike James ja, doen? Ja, dat, dat was Brooklyn met KD, met Harden. 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 Kyrie. Kyrie ook nog? Ja, ja. Uf was ook niet. <laughs> hij heeft, ja, hij heeft toen mogen spelen dat er blessures waren. Toen heeft hij ja, wel mogen knallen. Ja, ja. Maar als je sommige anderen ziet, Juan Carlos Navarro, een ja. jaartje gezeten, die had het volgens die had het volgens mij goed kunnen doen. Ja, maar dat is een, ja, hij heeft goed gespeeld trouwens. Hè, dat jaar dat ja, daarom. Ja, Maar hij kon meer hij, verdien... hij zei voor, oh, het is niet voor mij. Hij kon ook meer in verdienen in Spanje. Uiteindelijk, toen, uh, was dat zo? Toen ja? wel, ja. Het, uh, het contract dat Barcelona hem gaf was toen meer waard dan wat Memphis hem wilde bieden voor de, de jaren. Ja, daarna. toen was het ook nog een beetje een andere tijd. Mm. Hè? Rubio al, die... had, hij nu, had dat nu geweest, dan denk ik dat hij NBA wel meer verdiend hebben dan in dat was hij gebleven volgens mij. Maar ja. niet straks. Rubio, nog iemand die van de Europa kwam, die wel meteen een kans kreeg. Ja, Rubio. Maar dat is ook weer was ook op, hè? op zijn veertien jaar begon hij in een ACB te spelen. Uh, heb je er tegen gespeeld toen hij veertien was? Nee, nee, nee. nee. Uh, wanneer, ik heb. Hij zat al bij Barcelona, denk ik, als ik tegen Ricky speelde. Maar was ook al, was ook nog een kind. hè? Ja, maar toen, wanneer is hij naar de NBA gegaan? To de negen. Hoe oud was hij toen? Nee, toen is hij gedraft? Ik denk dat hij op zijn 18 of 19 Het jaar dat, de 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 jaar dat hij 19 was, hè? want vroeger mag je niet gedraft worden. Ja. Dus <huch> Rubio is van 90. Ja. Ja. Dus voilà, maar dat was ook weer zo'n uitzondering. Dat was Desne-Luca. Dus, niet hetzelfde niveau van Luca natuurlijk, maar dat werd wel aanzien in een tijd als we dachten van wel, hè? Ja, ja, ja. Hij is, is, is gedraft voor Stephen Curry. Hè? Het grote probleem van Ricky was zijn shot. Hè. Want, allez, puur spelverdeling, top, hè? Een visie van het spel, uh, die pasjes dat hij geeft, uh, weet Wat, ik, ik niet waar. Uh, in Tokio had hij geen probleem met dat shot, spelen. Ja, maar het is. Pff, die was het goed. is zo ja. Weet het, het is nooit in zijn carrière een constante geweest. Het is je stopt trouwens, hè, tijdelijk. Basket. Ja, ja, ja. Is dat mijn, mentale, een, een mentale problemen. problemen ja. Daar heeft hij afstand genomen. Dat uh, ja. is sports. natuurlijk ook wel wat meegemaakt. Mm -hmm. uh, laatste tijd ook al ik, vind het het ik vind het altijd mooi dat, hij ervoor, dat mensen daarvoor uitkomen. Ook in plaats van zeggen: ik stop er gewoon mee. Nee. Mm -hmm. Daarom ga, stap ik tijdelijk weg van de sport. En mm -hmm. we zien wel of ik ooit nog terugkom. Ja, ik zou hem toch graag nog zien terugkomen. Zij ook wel eens bij Barcelona of zo. Ik hoop dat hij zijn carrière eindigt in Spanje. Ik vind het altijd mooi. Pau Gasol heeft dat ook gedaan. Dat was natuurlijk wel. Niet meer Pau Gasol, dat, dat nee, was nee. echt... Maar ja, het was niet meer Pau Gasol, maar hij had toen een paar had dat gezegd van nee man, je weet dat dat niet meer de Pau Gasol is van vroeger, maar toch maakte hij er op zijn gemak soms nog twintig. Dat vind ik zo indrukwekkend. Ja, dat is echt... Ja. Die was echt afgeschreven in, ja. in, de, in de NBA. Het was ja. volledig gedaan, dan gaat hij naar Barcelona. Dat is ook niet zomaar aan een ploeg gaan, hè? Nee, nee, want dat was hetzelfde jaar eigenlijk dat Barcelona met serieuze Euroleague-aspiratie... Die wilde echt een Euroleague winnen, hè? En ze hebben toen het finale verloren, denk ik. Pst, wa Waanzin. Ja. Maar, maar nog naar het pony waar ze Chacho. Mm. Sergio Rodriguez. Ja. Heeft drie jaar... Oh, Dat zag hij spelen. Drie jaar of vier jaar NBA gehad. Bij New York heeft hij even gezeten. Ja, drie jaar in Portland, Portland toch? Ja, ook. Maar New York en heeft hij ook nog een zeker jaar gezeten. in New York misschien, maar niet lang. Philadelphia heeft hij gezeten. Philly ook nog. Wacht hè. Drie jaar Portland, één jaar Sacramento. Dan... Um, New York... En dan is hij terug naar Real gegaan en dan nog een jaartje Philadelphia. Ah, toch? Nog ja, meer dan ik gedacht had. Is een jaartje teruggegaan. Want ik, als je kijkt, oké, okay, je zegt ja, het fysische aspect, maar <laughs> Chacho, ja. als hij iets niet heeft, is het fysiek. Dat, dat is echt puur talent. Hè? Dat is pop ja, dat, wow. dat is een tovenaar. Hè? Wat een heerlijke speler. Ja, 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 ja. Maar ja, en dat ziet ook. Ja, die gaat ook terug naar Euroleague. De enige, en dan de Spaanse guard ook Calderon heeft lang ja. in de NBA gezeten natuurlijk. Maar Dino had dat wel, dat fysieke aspect. Hè. Hij was veel fysischer als, als, als guard. Hoe zou jij het gedaan hebben in de NBA? In, in je prime, hè? absoluut. Ja. Dus, ik weet niet, wat vind jij je, jezelf je, je topjaar? Je, je beste jaar dat je gehad hebt. Fysiek en qua basketbal. Welke leeftijd was er ongeveer? Ja, op mijn echte. Ja, mijn jaren die consider, allee, die je beschouwd als je prime. Ik kwam mijn knieblessures had, natuurlijk. Maar, maar welke jaren? Mijn eerste jaar Valencia vond ik, ik vrij goed. Mm -hmm. uh, omdat ik toen fysisch echt... Ja, kon nog helemaal door de muur gaan. En misschien qua maturiteit nog niet het beste, maar wij speelden toen een basket dat er ook niet echt... alleen dat die maturiteit niet... Want dat was met Perassevic en wij speelden... Gewoon lopen. Game, maar dat was niet normaal. Dat, was, wij hadden, dat jaar zijn wij nooit talig geweest, tennis. Ik denk dat wij altijd maar met acht of negen man waren, want dat was al dagen op training twee uur ketsen. Continu blessures, maar die acht, negen man die ze draaiden, die draaiden supergoed. Ja, veel vertrouwen hé, je zijn maar met acht, negen, je weet dat daarachter komen juniors, maar die zaten erbij, maar je wist ook van ja, die komen erop als, als we er twintig voor staan zo, maar anders spelen die normaal gezien niet. Dus dat vertrouwen in die acht, negen gasten die draaiden, dat was zodanig groot. Ja, we hebben een fantastisch jaar gehad toen. Uh, dan nog een ander goed jaar. dat Ik had, heb ik, uh, uh, als ik 32 was, zeker, Euroleague nog met, met Jalmee, denk ik. Of Euro was natuurlijk op dat jaar. Ze kunnen natuurlijk op was. Maar als ik echt zo zou, dan, dan ga je meer naar die maturiteit en is uw fysiek misschien al ietsje minder dan dat was met 26. Want uh, fysisch denk dat je toch, als je, uh, ja, behalve als je LeBron James noemt, begint de fysiek toch een keer dat je 30 voorbij zit. Zeker als je wat blessures je, hebt gehad. Zeker als je wat blessures hebt gehad, begin je toch te voelen dat dat stilletjes aan om erachter bent te gaan. Hè. Maar je, je, je wordt misschien nog een betere speler op dat moment, gewoon omdat je veel mat matuurder zit in je spel, dat je echt alles veel meer onder controle begint te krijgen. Dat wat je minder hebt als je 5-26 zit, dan compenseer je mm -hmm. met je fysiek. Maar hoe zou je het gedaan hebben? Denk je dat je dat... Nou het... ja, op de bank met een handdoek. <laughs> serieus? Ja, ja, ja. Geen enkele, ploeg geen, geen enkele ploeg, geen enkele rol dat jij het kunnen hebben? Eerlijk gezegd, denk dan niet, nee. Oké. Okay. Dat is eerlijk. Ik denk dan niet, joh. Ik heb ook altijd gedacht, lijkt mij loopt het daar de dus rond. Dat kan je over veel spelers zeggen, hè. Ja, maar dat was ook zo'n periode... Kijk, ik heb toen samenspeeld met Damian Rudes bijvoorbeeld, hè. En ook nog in Zaragoza, denk ik. Mijn laatste jaar in Zaragoza was ik samen met hem. Hij is al nog een jaar gebleven. Dan is er vandaar naar NBA gegaan. Dat vooral was ook ja, compleet nuts nut. <laughs> die haar try-out gaan doen of wester in de zomer. Zo, uh, practices hier en daar. Uh, ja, nee, we gaan reis. Ah nee, wacht. Uh, Indiana heeft nog gebeld. Uh, morgen vliegen naar Indiana. Pak vliegen naar Indiana. Is helemaal alleen op die training. Helemaal alleen. Ik zo'n een try-out. Ja, ja, een try-out, maar helemaal alleen. Zonder, want, want Damian was nu niet, om te zeggen, de beste verdediger. Maar ik denk, ik moest hem met een 3 tegen 3 steken met die boys daar. Uh, shake and bake, weet ik kan <laughs> Ik denk dat hij mijn verkwijdheid zat een dag op doen. Maar, <laughs> uh, maar bon, dus hij was helemaal alleen. En ze begonnen te shotten. Die, die mist geen bal. En Larry Bird zit daarboven ah, te kijken. Ja. En die zegt: man, die mist niet. Zak, zak, een uur aan een stuk. Pam, pam, alles ben als... Hij oh, zal wel af en toe keer een keer gemist hebben, maar vrij weinig. Die zou die boete hebben. Poem. In Indiana getekend. Op die manier. Dat je zei van... Kijk, dat is zodanig een specialistenwerk. Hè? Want hij is getekend als een shotter. Pure shotter. Maar als ik hij kijkt naar mij bijvoorbeeld. En dan heb ik, ik zoiets van... Ik, ik denk dat ik een speler ben, als je hem wil definiëren, die, die goed is in verschillende dingen, zonder excellent te zijn in één misschien. Snap je? En ik denk dat meer en meer NBA-ploegen soms zoeken naar die vaste profielen van die is excellent in dat ene ding. Shotters, uh, een verdediger. En die andere mannen die goed zijn op verschillende dingen, die zijn iets beter in die verschillende dingen dan dat ik. Was, denk ik. Mm. Maar, ja. maar je hebt toch van die spelers. Denk aan Pablo Prigioni. Ja. Ik denk aan. Oh, weet je nou. Ja. Ja, die, die, die is Die nou was de juiste rookie in de geschiedenis mm. van de NBA. Die is ja. dus ja. gegaan als een 35e. Okay, nee? Hij heeft toch altijd een kans gekregen? Hij ja, was dat niet fantastisch, waar. maar toen hebben je die kleine andere Argentijn. Campazzo? Werd dat? Campazzo. Campazzo. Dat ettertje. Ja, maar Campazzo was ook wel een hype Neuroleague, hè? Ja, tuurlijk. Ik ben, ik ben ook nooit een hype Neuroleague geweest. Hè? Ik ben een degelijke speler geweest, maar zonder meer, hè? is dus niet dat ik uh, alleen Campasso, ik weet niet of hij een MVP. Ik denk niet dat hij een MVP was, maar dat was ook. Dat was Campasso kijk. was ook die jaren met Luca, denk ik. Heeft hij ook meegemaakt de stukken? Bij, uh, bij Real. Bij Real. Uh, ja. Dus ja. denk dat ook daar ook scouts die naar Luca kwamen kijken, die hebben gezegd: "Oh, loopt hij nog in rond, dat is ook wel interessant." Is hij nee, is nooit MVP geweest van de Euroleague. Maar wel, uh, wel, wel vreespal bepaald. Wel van de finales van de ACB bijvoorbeeld. Maar ja, dat was ook zo een energiebom. Uh. Maar bij, bij Faco had ik ook zoiets, ja, hij had een NBA, maar is klein. Hè. En het is wel een klein blok en vol energie en zo. Maar ik dacht van, pff, dat gaat toch moeilijk zijn, denk ,80 ik. 80 maar. Hè. En ja. als je hem ziet spelen, lijkt hij veel kleiner dan 1,80 meter. Ja, 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 ja. Dat echt, zeker <laughs> tegenwoordig lijkt hij een box. Ja. Iedereen is nu ja, ja, ja. Iedereen is nu groter dan in de tijd dat ik boog speelde. Ja. Want dat is het gevoel dat ik maar, daarbij had. van vandaag, hoeveel van die vree kleine point lopen er nog rond in? En niet zoveel meer hè? Onder een meter onder een meter 80 bijna niemand. Onder meter onder de meter 85 gaat er ook niet zoveel nee. vinden denk ik. Nee, niemand denk ik. Ja. letterlijk niemand. Want iedereen we vinden, we vinden Stephen Curry vinden wel bijna klein, die is een meter 92. Hmm. Met, of meter 90 zoiets. En dat vinden we eigenlijk al een kleine guard tegenwoordig. Ja. Dus je hebt er gewoon niet heel veel. Maar kijk naar Luka. Luca, ook... Luca's zijn lengte is zo wat de standaard geworden. Dan is 2 en 4. Ja, maar dat is toch zot, hè? Dat, dat, is, dat is waanzinnig. Dat van is vandaag 2 meter moet zijn. Dat is ook... Saturanski heeft eigenlijk lang in de NBA gespeeld. Als je kijkt bijvoorbeeld... Saturanski. Ja. Ik vind puur spelverdeling, kan een veel betere spelverdeler dan, dan Saturanski. Maar Saturanski was nooit echt goed, hè? In ja, maar MBA. die heeft toch wel een, een vijf, zestal jaar in NBA gezeten. Een paar jaar gezeten, ja? Van wat is het kijken? Eh, drie jaar Washington, twee jaar Chicago en dan nog een eh, jaartje New Orleans, San Antonio, Washington. Dus eigenlijk van 16 tot 22. Dus zes jaar heeft hij daar gezeten. Ja. Maar dat was ja, er de... niet. Ik was geen fan. Ja. Terwijl internationaal bij zijn ploeg is hij fantastisch. Bij zijn club is hij dan fantastisch. Ja, 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 ja. Nu bij Barcelona. Oh, het is gelijk Vesely, hè? Hetzelfde. Dat, dat, dat ja, vind toch. ik zo'n straf, vooral. De enige gast die dat zijn lief ooit heeft binnengedaan op een draft. Ja, serieus? Ja, ja, ja. <laughs> ik wist dat niet. Maar word, je wordt gedraft en iedereen dat nog wel zo'n. Hey, los erin steken, zegt hij. <laughs> <laughs> Nooit gedacht dat dat effectief iets zou worden in Europa zelfs. Ik vond die zo slecht. Maar in de NBA, dat is zo slecht. Kleine, als ik me niet vergis, bij Partizan, bij hen, spelen die 3-4. Uh, die is naar de NBA gegaan. Wat speelde die in de NBA? 4-5, hè? Ja, en nu is hem een 5, een pure 5 geworden eigenlijk. Ah, yes. In Europa. Veel van die mannen, hè. Er is nog één die, die er nooit is doorgekomen. Nikolos Tschitisvili. Oh, die uh, Georgier. Georgier. Dat <laughs> ja. is het, als, vier, als vijfde gedraft ooit, hè. Vijfde, hè. Overall. Oh, dat, dat, dat vind ik wel het zotste van al, eigenlijk. Was het, maar dat was een tijd dat iedereen aan het zoeken dat was... nog tegen met de nationale ploeg, denk Dat was een tijd dat iedereen aan het zoeken was naar... Het jaar daarvoor is Pau Gazol gedraft geweest als derde. En het jaar daarna komt Milicic als tweede. Want Iedereen was dan op zoek naar het Europese talent. Naar de nieuwe Dirk Nowitzki. Ja. Nowitzki was dan gedraft in 1998. En daarna was iedereen elk jaar op zoek naar van... We moeten naar de, ruwe diamant, de, de, de nieuwe, nieuwe Dirk vinden. En dan had ze Pau Gazol gevonden. Die dan, wat ook een gigantisch succes was. Maar daarna was het ook eens wat moeilijker. Ja, het is toch... Het ja. blijft toch... Het blijft toch moeilijk hoor. Mm. Um, de naam Stephen Curry is al een paar keer gevallen hier. De ja. Warriors die hebben het wat moeilijker. En nu ja. Stephen Curry geblesseerd is, bewijs hoe snel het kan keren, eigenlijk. Want vorige week nog vol lof over Golden State. En ja. sindsdien. Clay Thompson bijvoorbeeld, een van mijn favoriete spelers van de laatste vijftien jaar, maar. Is gedaan, vrees ik. Het is alweer oh, zo slecht bezig dit jaar. Nee. Um, nog eens, het is vrijdag als we dit opnemen, dus als er nog iets gebeurt de komende dagen, het is een beetje baam. Maar dat is het ding. Want we kunnen nog een screen maken of zo. Um, maar ja, er is maar één ding waar we het eigenlijk echt over moeten hebben. Over wat er afgelopen week gebeurd is. De is Draymond. Draymond Green. Uh, mensen die het niet gezien hebben, zoek het incident op tussen Draymond Green en Rudy Gobert. Uh, want Clay Thompson krijgt het uh, aan de stok met Trivast. Ja, um, ik weet niet meer wie dat het was. was het weer. Het was tegen Minnesota. Ik kan me... En ook het strafste van al. Dennis na twee minuten match, hè, was nog niet gescoord, hè? Het was 0-0. <laughs> was... uh, Jaden McDaniels. Maar dat, dat viel heel laat. Uh, maar goed. Um, en dan Rudy Gobert, die komt daartussen. Hij pakt Clay Thompson heel even vast. Volgens sommigen ja, om hem vast echt? te grijpen, volgens anderen om te bemiddelen. Die ja, de kans gehad om hem lang vast te hebben. Nu, he. Dat was Raymond Greener. Ja. Hij pakt hem daar in een chokehold en houdt hem daar, hoe lang? 6, 7, 8 seconden vast. Ik moet wel zeggen, Gobert die vloog daarmee gelijk een visken aan de vislijn. Lang lang. <laughs> <laughs> dat ik dacht, amai. Oh. Kijk, ik ben geen fan van Gobert. Dat is zo, ja. een beetje het gevoel dat ik bij Chad Hongroen heb. Mhm. Mm kan perfect zien wat hij allemaal kan en niet op een veld. Okay, bij Chat vind ik gewoon een veel betere speler. Gobert mag de bal eigenlijk nooit vragen in de post. Nooit. Dat is alleen maar pick and rolls. Oh, nee, oh, Nooit vragen. Dat is ook niet het type speler dat hij moet hebben. Nee, ja, nee ja, maar hij denkt zelf, of dacht zelf van wel. Bij Utah waar wij de bal hebben. Zwat, dat er zeiden. Het ging er een pak over wat Draymond Green gedaan heeft. Hè. Maar dat is niet, ook al niet de meeste keer. Nee, want dit media. is toch wel next level, hè? Ja, ik zeg het. Het deed mij enorm denken aan, aan die brawl verleden jaar met Madrid en Partizan in de Euroleague. He, toen had Jabu Axum daar vast. Maar die deed er dan nog een judo move bij ook, want die oh, ja. vloog daar op de grond. Draymond heeft dat nog heen gehouden. Hij heeft hem gewoon in die, uh, die choke-positie gehouden. Volgens maar... Gobert wilde uh, Draymond Green hem wel echt doen slapen. Was dat de bedoeling? Om hem echt effectief... Amai. Maar het lukte niet. Het was ja. gewoon niet goed genoeg. Zijn. Maar ja, het zou nog wel eens kunnen. Die heeft acht seconden die echt zo vastgehouden. Oh, ja. Hè? ja, dat is wel lang. Voor geen enkele reden, hè. Nee, nee, nee. nee, Maar ja, dat zijn zo openstaande rekeningen zeker? Ja, het was al, het was al een paar jaar geleden hadden ze al uh, wat wel, wel ruzie. Want, wacht hè, uh, Draymond Green was Defensive Player of the Year in 2017 en Gobert heeft dan het jaar daarna gewonnen. En dan hebben die zo wat uh, over en weer ruziekens gehad. Um, in, wat was het? Um, insecurity uh, is loud op, uh, op Twitter, wat over en weer gegaan. En dan als we teruggaan naar in de Utah-tijd bij Gobert, ook al een paar incidentjes geweest. En nu was het de tweede keer in een paar dagen tijd dat Golden State en Minnesota tegen elkaar speelden. Ja, een paar man. dagen ervoor had Anthony Edwards al Gobert, had Anthony Edwards, Draymond Green, compleet afgemaakt. Mm -hmm. Verbaal een spel, vind ik fantastisch. Ja, ja, ik hou van Draymond Green als, als speler, maar zo'n groot bakkes hebben en dan eindelijk iemand die antwoordt en die dan zegt, <laughs> niemand is nog bang van u Draymond, en hem dan ook nog eens afmaakt, oh, dat vond ik fantastisch. Ja, je moet wel allebei kunnen doen dan. Hè. Maar Anthony Edwards doet het ook. Ja, 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 ja. nee, nee dat, is, dat is. Maar ja, ik zag ook ik zag op Twitter dan ook weer een filmpje. Als je als atleet een compilatiefilmje hebt op Twitter, <laughs> waarin dat er allemaal zo agressies op het veld opstaan, ja, dat scheelt er toch wel iets toch? Hè? Wanneer er geen ene basketbalplay in zit. Ja, maar allez, ja, ik, bedoel, allez, ik zag daar nog die, die fase. Ik denk dat het in de playoffs was tegen de Kings, Tegen dat Sabonis. Hij, dat hij zijn voet op Sabonis zijn bordkast zet. Ik weet niet of dat hij daar toen voor geschorst geweest ja. is of niet. Eén match. Eén match. Maar kijk, als je voor zo'n dingen maar één match krijgt, tennis, dan moet je ook niet verbazen dat hij zo'n dingen blijft doen. Hè. Want dat is. En toen hebben ze gezegd, hij wordt geschorst omdat hij een repeat offender is. Oh. Recidivist. Daarom werd hij geschorst. Anders was het gewoon geweest en de volgende match terug spelen. Ja, maar maar je st niemand stamt. Want ze zijn nog altijd Golden State Warriors-fans die zeggen: Ja, hij probeerde zich los te rukken. No way. Marley. Dat was stampen. En dan je, begin vorig jaar heeft hij dan op het gezicht van zijn ploegmaat geslagen. Ja, ja. niet ja, maar zomaar. Cool. Ja, bij Poel. Ja. En, en als je dat compilatiefilmpje ja. ook ziet. We zien dat Poel nu heenigd is, dus het was misschien wel mijn reden. Een veteraan die een jonge gast heeft even op zijn plaats gezet. Ja, oké, okay, maar je, dan moet je nog altijd niet proberen om die zijn gezicht te breken. Hè? Ja, nee, dat is waar. Dat je is kan waar. duwen en iets ja. zeggen, maar. Ja. En dat was iets te agressief. Hij heeft Steven Adams heeft hij ook ooit heel hard in zijn kloten geschoten. Oh, ja, ja, dat zat er ook bijna compilatiefilmpje. Ja. Maar het <laughs> waren er nog, hè? Denk. Pff. 35 seconden of zo. Goh, langer, was langer of, het was langer. Het was, was langer. Ja, ja, ja. Ik of... <laughs> ja, Je bent na 35 seconden gestopt, want dat is echt een volle minuut, denk ik. Hopp. Pure highlights van marginale dingen die Draymond Green maar, deed. Maar dan moet het toch ook als NBA wel een keer eindelijk een, keer, allez, een voorbeeld beginnen stellen en zeggen: van, Hé, hey, gast, nu is het wel echt wel genoeg. Dan is, hij is nu voor vijf matchen geschorst. Maar ja, dat is ook weer vijf matchen. Dat is, dat is tien dagen. Dat is toch veel te weinig? Maar ja. Want ze hebben natuurlijk, het probleem is, ze hebben geen vaste strafmaatregel voor zo'n dingen. Maar nu zet je wel een precedent. Dus nu weet je, oké, okay, als ik iemand ja. zo vastpak, is maar vijf matchjes. Het zal een Euroleague vorig jaar, hè. Wat jouw Bouchel zelf, je dat hij doet? Die krijgt toen ook vijf wedstrijden. Want dan nog de vijf mogelijke. Want dat was in de derde match van de playoffs tegen... Uh, een de derde of een de tweede. Derde, denk ik. hè. Ja, derde, want het was al in Madrid. De derde match, dat waren er nog twee. Uh, mogelijk in die serie en dan nog uw twee Final Four wedstrijden. En denk dat hij dan nog de meeste van dit seizoen heeft uitgereden Als ik me niet vergis. Mm. ik kon het ook verkeerd hebben. Maar ik dacht dat hij vijf matchen had, vier of vijf. Dat was ook veel te weinig. Want ik had, ah, hey, ik had, ik had op die moment Jobiselle ook gezegd: van ja, hier geeft hem vijftien of twintig wedstrijden. Hè. En dat is in de Euroleague in Europa. Een half seizoen. Is dat ja, veel meer dan in de NBA. Maar ik vind dit. Hier moet je nu een, een statement maken ergens ook, want de NBA probeert dan um, constant uh, gevechtpartijen te vermijden. No. Daarom bij elke keer dat iemand nog maar staart naar iemand anders ja, het dunk, een Ja. Dat is er nu ook wel los. Het is ook wel iets. De te... technische die Ben Bayama krijgt. Oh ja, voor die bal, omdat hij dribbelt die bal ja. naar beneden en hij, hij mist hem gewoon. Ja. Ja. En daar krijgt hij een technische fout ja, voor. Voor het belachelijkste ooit. Daar grijpen ze in. Um, Want het was zelf ook niet, denk ik, op de call van de ref. Hij was boos op zijn eigen. Tuurlijk, zelf. omdat hij een stomme fout maakte. Wordt ja. minste, Anthony Edwards dunkt over iemand, staart twee seconden technische fout. Janis Tocumpo ja. kijkt een halve seconde technische fout. Zijn tweede, moet net Wordt daar <laughs> zot van, van die technische fouten. Dat verpest zoveel voor het spel. Laat. Ja, Basketbal is, is emotie. Ja, en dat is ook gewoon aanvoelen, hè. Ik snap niet dat, dat een ref op dat niveau niet die voeling heeft met die wedstrijd op dat moment om te zeggen van, oké, okay, het is daarom, laten we laten dat passeren. Dat is bewijs dat die mannen nooit of heel lang genoeg gebasket hebben. Dat kan, ja. Anders, maar dat... zijn er veel ex-basketters die ref worden? Ik zou nu nooit zeggen, als, als, ik, als ik een basket speel, oh, nu ga ik mij eens uh, toeleggen een, op een de ja, maar dat is, ja, dat is anders. Maar ik bedoel, professioneel, hè? Nee. Stel een professioneel NBA-speler die zegt: Oh, mijn um, carrière zit erop, kan eens arbiter worden. ah oh, wel, ah oh, weet dan weer. Hayward? Van, oh, nee, um, oh, damn. Maar ik denk dat er één of twee tussen zaten in de ja. NBA, maar ben het niet zeker. Maar hoe weet je weer? Ik denk dat er vorig jaar zijn. een. Hayward keer... Workman, ex-NBA-speler, ja. die scheidsrechter geworden. En er is er nog een. Ah, oh, er is er nog een die daar inderdaad ook nog altijd fluit, maar ik weet niet meer hoe die heet. Maar, er zijn er twee, denk ik. Dat is toch de most hated job in de circus? Hè? Nee. <laughs> dat snap ik echt niet. Um, uh, waarom dat je het zou willen worden. Maar los, los van die, uh, los van die, die, die schorsing van Draymond Green. Uh, ik vind, moet ik het schild anders zeggen? Ik vind dat het gewoon. De, de verhoudingen zijn compleet verkeerd. Mm. Je krijgt een technische fout voor niks. Voor even te staren. Terwijl taunting een beetje uitdagen. Dat hoort bij de sport. Ja. Dat hoort bij basketbal toch? Maar dan moeten nu ook elke keer. Nu, nu beginnen ze het allemaal zo te doen. Hè, dat teken zo van. Uh, too, uh, too little of west of too small. Ja. Uh, Fluiten ze dat dan ook eigenlijk? Nee, af? want ze, dat die niet. Die Kimber tombe vroeger. Hij mocht het vingertje ja. niet doen als hij naar iemand keek. Maar hij mocht het wel doen aan blok als hij wegkeek. Dat mocht dan wel. <laughs> maar, maar dat is ook zo. Want dat was dan niet rechtstreeks uitdagen. Dus je oh. mag too little doen ja. als je dan wegkijkt. Als je het doet terwijl je naar iemand staart. krijg je een technische fout. Belachelijk. De baas van de refs. Uh, dat is Monty McCutcheon, ex-scheidsrechter, heeft dit als uitleg gegeven. We weten historisch gezien dat taunting leidt tot confrontaties, tot meer fysiek spel. En nu? En om het zacht uit te drukken, tot meer gepassioneerd basketbal. We kijken toch naar die sport om passie te zien? Nee? Dat is toch de domste uitleg die je ooit kan hebben gehoord? Ja. Ik, allee... Ja, je neemt de emotie weg. Hè? Ik vind het jammer, een zo zo'n beetje trust al genoeg, dat mag toch. Dat en dan de manier waarop ze het ook doen. Ja, want praten, Draymond Green en, Anthony, Davis, en um, Anthony Edwards mogen dan wel tegen elkaar praten. Ja. Dan is daarna um, Anthony Davis, die krijgt dan een duwtje van um, Aldama, tegen, Lakers tegen Memphis. En dan is ook meteen een technische fout. In België zie je dat ook soms. Hè? Twee mannen die zo half tegen elkaar botsen, direct dubbele technische man. Voel dat toch een beetje aan. Niet alles is direct een technische fout. Nee, 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 Ja, zeker. Ja, maar, ja. ik weet niet of dat, dat is omdat ze zelf niet gebasket hebben of, of. zij volgen de regels, bij mijn manier van spreken, maar te veel op de letter volgen is ook nooit goed. We moeten altijd een beetje ruimte laten voor interpretatie. En als je, als, je alles, als je alles ook op de regel gaat volgen, dan kan er als, je ja, kijkt, nee, dan als wordt we er kijken naar basket, uit... dan, dan heb je 120 fouten na een wedstrijd. En want... heb je elke seconde als je kijkt naar de eerste klasse, bijvoorbeeld de B nex League, hoeveel keer dat ik iemand zie de bal zien pakken en een loopfout zie maken nog voor hij oh, gedribbeld heeft. Dat is niet alleen bij ons. Nee he. nee, dat is in maar in de Euroleague ook. <laughs> Absoluut. Ja, in de NBA ook, maar dat kan je. Maar in de NBA, ik zeg bewust NBA niet, omdat de loopfouten daar toch al de helft ja, van de tijd niet gefloten ja. worden. Daarom, maar. Dan kan je het elke keer opnieuw afluiten. Als je toch de regel volgens de letter volgt. Dat is gewoon een heel slecht excuus, vind ik dan. Trouwens, ex-NBA-spelers uh, die ref zijn geworden: Bernie Fryer, Leon Wood, Heywood Workman. En nu is er blijkbaar een vierde: Smush Parker. Die wil nu ook NBA. En Hij Smush... wil worden. Ja, Smash Parker was de point guard van de Lakers toen Kobe 81 punten heeft jo, gemaakt. Hoe weet jij dan nog? Smush Parker, dat nog? Smash Parker. Omdat Kobe er heel zot van werd, toen gaf ja, ik toen geen passen. Mijn point guard was Smash Parker. <laughs> ik moest met zo'n mannen samenspelen. Tuurlijk pakte ik elk shot. Dus er zijn er mogelijk vier. Ja. Ik vind dat nog redelijk veel. Ja. Maar ja, vier in 77 jaar NBA. Ah, dat zijn de geschiedenis van de NBA, dat ja. zijn niet de vier die nu nog actief zijn? Nee, nee, nee. Oké, oké, oké. Dus in, in de geschiedenis van de NBA. Ah, ja, ja, dat is heel weinig. Dan dan. Is... <laughs> ja, ja. Ja. Uh, maar ja, die vijf-matjes-gorsing, vijf het is gewoon, het is, het is, ja, ik snap het niet. En ik, vooral, het probleem is, Draymond Green die was er al beginnen, beginnen barken weer, of had een hele uitleg op Instagram gezet in een story, niemand moet mij leren hoe ik Draymond moet zijn. <laughs> Maar, Ik vraag eh, me af hoe jij zou reageren met zo'n ploegmaat. Eigenlijk is dat mijn collega, Dennis. Die, die heeft ook een podcast over de league. <laughs> uh, maar hoe zou jij reageren, moest jij zo'n ploegmaat hebben, die dat eigenlijk zijn ploeg zo vaak in de steek laat? Ja, je kunt dat zien als in de steek laat natuurlijk, omdat hij, hij wordt uitgesloten. En, uh, maar hij komt op... Ik heb vaak ook ploegen gezien die zo'n ene hadden, waarvan je dacht, dat, dat is echt een netter. Hè. Dat is echt een varken... Als er iets gebeurt, dan zit er altijd tussen, een elbo hier en een elbo daar, een vuile speler. He, dat zijn zo van die typische hassen, dat zegt van als die tegen u spelen, bah, om van te walgen. En dan zit er een in je goch, dat is eigenlijk wel gemakkelijk. <laughs> maar, he, als er iets echt... gebeurt en anders allemaal wel een koek uit komt dat maar goed. Weet je, dat is zo wat dubbel. Maar het, gaat, ja... maar, maar het is nu wel een feit: met Draymond is het al. Zijn er al te veel dingen gebeurd, waardoor dat wel veel meer is dat hij zijn ploeg nu wel in de steek laat? Want allez, gelijk nu ook was, was totaal overboden. Mm. Ik snap dat je het doet als je zegt: ja, het is echt een Brawl bezig of zo, ik ga er eens een gaan uithalen. Uh, als Hans de ploeg op dat plein staat, ja, de is snel sluiten ze Hans de ploeg uit. Sava, hè? Maar als je er elke keer opnieuw maar weer tussen zit en zelfs zoiets klein doen, dat... ja, bij dat zijn handen op, op ja. kleed. Okay, wat, wat ging hij doen? Maar soms is het inderdaad nodig. Ik weet, de finals 2022, game 4 spelen ze in Boston. Um, we staan twee en achter de Warriors. En game 3 was um, Green nergens. Ik weet niet meer welke match of match 2, maakt niet uit. En hij wist van voorhand: ik ga vandaag voor chaos zorgen. Ik moet voilà. beginnen praten. En hij heeft van het begin beginnen praten en hij wist. Ah, de refs laten dat toe. Oké, okay, ik kan ver gaan. Uh -huh. En dat zorgt ervoor dat de tegenstander en het publiek een beetje geïntimideerd werden. En dat het een dikste uh -huh. nijkel was. Maar daar is op een dan heeft die ploeg dat nodig. Dat is degoutant als tegenstander. Maar als ploegman is dat fantastisch. Maar nu zorgt het ervoor. Hij doet iets wat totaal niet nodig was. Uh -huh. En waardoor hij, oké, okay, het is maar vijf matchen, maar wel vijf matchen geschorst wordt. Vijf matchen waarin Stephen Curry geblesseerd is. Dus waarin ze alle hulp eigenlijk kunnen gebruiken. Ja, ja, en dat maar, bedoel dus ik Dat is een van de redenen ook waarom dat kleedje nu totaal niet draait, denk ik. Dat het al zeggen van. Oké, okay, hij moet meer in handen pakken, maar <laughs> kleed is ook wel... Ja, een scorer, hè, een mm. shotter. Hè. Hij, hij leeft ook vaak van die passen, die dishes dat hij krijgt van, oh, van en, Steven. Zo. En Joe Wiggins is ook nergens. Die is nog slechter ja, nee, aan het spelen ja, dit ja. jaar. Die is vreselijk. Het ja. ja. is niet altijd in de steek laten, maar Green, soms denk ik ook, als hij een technische krijgt en dan wordt hij uitgesloten en zo naar dat publiek blijven gaan, denk ik, maat. Oh ja, dat was ook weer. Uw ja, kleine ook denken. Het was toch ook weer van de week of vorige ja. week dat hij uitgesloten werd met een tweede technische, dat hij dan nog drie toeren <laughs> rond dat plein liep en dat publiek maar zitten ophitsen en doen. Ik, ik, ik vind het alleen, wel man. grappig om te zien. Ja, maar en, en het is ook niemand die ingrijpt, hè, die zegt, kom Draymond, we zijn naar de kleedkamer, kom maar mee met mij. Je ziet daar en dit probeert maar Ja, niks van. Maar niks Steve Curry heeft vand... ook na de match gezegd: eerst van ja, wat ja, uh, Draymond Green gleep enkel in omdat Rudy Gobert de nek van Clay Thompson vast had. is niet, ja, helemaal okay, waar. maar Hij gaat zijn de speler wel verdedigen. En daarna nee, ja, heeft hij gezegd: ja, Draymond Green moet inderdaad beginnen opletten. Um, zo um, een technische fout krijgen en een grote mond hebben is niet erg. Maar als het fysiek wordt en tot schorsingen leidt, dan doet het de ploeg pijn. Dat moet hij vermijden. Um, nog één ding hierover. Uitspraak van Rudy Gobert. Als Curry niet speelt, dan wil Draymond ook niet meedoen. Dus hij wist dat het ja. ging gebeuren. Oh, Peter Tijn. <laughs> oh. Ik heb daar de cijfers van. En? Dus, um, Green is al zeven keer uitgesloten als Curry niet speelt. En dat is gemiddeld één keer per 18 matchen. Wow, Met ja. Curry erbij is het één keer om de 65 matchen. Ja, dat is wel een groot verschil. Dat is een heel groot verschil. Dus dat is vijf maar, keer zoveel als jullie niet speelt. Dat er misschien ook komt? Als, als Stef er niet bij is, draait het misschien ook veel meer vierkant en is er meer frustratie. Mogelijk. Maar denk... Ja, ja, nee, dat is niet omdat Stef niet meedoet dat een ander zegt poef, ik heb ook geen hoesting, ik kan me na twee minuten... Dat was ook, dat, het strafste van al vond ik van dit dat na twee minuten wedstrijd was. Het stond nog 0-0. Er was toch geen bal gebeurd, hè? Er was er niks er, gebeurd. Het was 0-0. Er was er niks gebeurd. Dat, dat gebeurt zo als zo, zeg maar iets, het is 77, 79 en het is nog, is nog 12 minuten te spelen of nog 11 minuten te spelen. Dat dat dan gebeurt, oké, okay, er is wel al wat gebeurd tijdens die match, wellicht en boom. Maar nu? Dit was puur ook nog van de match daarvoor. Het oh, ja, is, is gewoon doorgetrokken. Maar, een paar maar dagen is ook daarom, Ik vind dat ook wel raar, wat, uh, ik was erover aan het babbelen met een paar in de kleedkamer. Er was nog zo een match-up, ik weet niet meer juist wie dat was. Maar ze hadden dinsdag gespeeld en de woensdag. India Twee keer op dezelfde plaats in de dezelfde ploeg. Indiana Was het Indiana en die hebben ook een paar Ze zijn het meer en meer aan het doen met tournament games. Dat ze het kort een beetje zo'n baseball series van maken eigenlijk. Maar, dat is toch raar, Dennis? Ik vind dat tof, want dan krijg je een beetje meer die playoff-atmosfeer. Omdat je, je weet wat je mag verwachten. Ja, maar de playoffs en... zijn toch voor de playoffs dan? Ja, maar. Ze willen het interessanter maken, het reguliere seizoen. Hè? Er was iets nodig. Ja, hey, hier, uitsluiting, hier, uitsluitingen, hey, daar. Poef. Als, als NBA-fan is het toch hilarisch om te zien. Is het is toch grappig. Warriors-fans gaat het niet tof vinden. Ja, maar, maar als, 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 okay, als NBA-fan, zware fan, ja. Maar gelijk nu, een fan dat ik ben. Ja. Dan denk ik dat ik naar de herhaling aan het kijken ben van de match van gisteren. Snap je? Dus. Ze hebben andere, tenuwen, ze hebben andere En ja, Nu nee, was er een andere en, veld. En de terreinen, ja, de treinen. Oh, de treinen, moeten we het daar nog over hebben? Eén ding heb over één dingen voor Draymond, laatste. Ja. Hoeveel. hoeveel dollar, denk je dat hij al heeft moeten betalen aan boetes en uitsluitingen. In zijn carrière? Ja. De, de, de boetes vallen meestal mee qua... Het is meestal rond de 50.000. Ja, 50.000. Dat is waarder had dat men ook, denk ik. Uh, in totaal. Laat ons stellen... Uh, 2,5 miljoen. Oh, in de buurt. 2.231.000. Hé, hey, is dat er niet ver naast? 780 dollar, is het er niet echt naast? Ja, de Velden. We hebben het er vorige week uitgebreid over gehad. Ben je fan ja, wacht, of niet? Wacht. Ben je fan of niet? Is dat net heel Bruto? <laughs> Goeie vraag. <laughs> nee, de velden. Um, van, ja, sommige veldjes wel, andere veldjes doen zeer aan mijn ogen. oké C vind ik cool. oké OKC was cool. Ja. Dat was nog te doen. Uh, ik zou dat Toumani zijn eerste starting 5 heeft mogen vieren ook op een in tournament. Uh, uh, in season tournament Van Portland vind ik ook nog wel cool. Ja, maar het was niet nee, het was dat, in Utah. het dat, dat was in Utah, he. in Utah. Dat was, was dat paars. Twee paars. Ah, ja, ja. paars. Nee, dat was het niet. Maar daar kon je nog wel de lijnen zien, maar ik vind rood en geel zo verwarrend. Alleen, ik bedoel, rood niet nie samen op een val, maar een rood veld vind ik heel raar om naar te kijken. De, maar... de boel is zo volledig rood. Ja. Dat is zo precies, eh, volledig bloed. Dat is ja. echt, nee. En het gele veld zie ik de lijnen niet opstaan na van de tijd, dus dat vind ik ook <laughs> heel irritant. Um, als ik zo naar die highlights aan keek, was, dat, dacht ik wel is dat. Het beste blijft, vind ik nog altijd dat. Maar het is hebben ze dat twee keer moeten aanpassen. Hè? Dus in Denver was het was de driepuntlijn, was de verkeerde afmeting. En nu de match van Dallas, wanneer was het? Ik heb die match gezien. Dinsdag, denk ik. Of, vrij, of vrijdag, vrijdag, vorige week vrijdag, denk ik. Van Dallas. Um, er was een probleem met het veld, dus hebben ze het niet kunnen gebruiken zelfs. Ah ja, alles. maar Luca was toch ook aan het klagen dat er veel dode deadspots in zaten ja. en zo, en dat de bal niet botste. En... Dus daarom hebben ze het niet gebruikt toen. Ah, ze hebben het effectief niet gebruikt Nee, dan. ze hebben echt een gewoon veld gebruikt, maar het effectief gewoon was een ah, fout okay, gebeurd. oké, okay. oké. Maar ik snap, ik snap wel de bedoeling van de NBA ook om, zo, om, het, uh, ja, om het zichtbaarder te maken, ja. hè, dat het over het tournament gaat. Dat vind ik wel goed gedaan, okay? dat je weet dat, het is een tournament Het game. idee is goed. Hè? Alleen is het misschien te... Ik zou misschien gewoon zeggen, maak die een band in het midden, maar laat de rest van het veld gewoon de parket zijn. Ja. Sommige zijn heel cool, maar sommige zijn echt om aan te kotsen. Uh, Toumani Kamara, wat heb oh. je er al van kunnen zien? Well, echt, echt. Wedstrijden zien nog niet zoveel. Ik heb zijn stats gevolgd. Ik heb af en toe wat highlights gezien. Ik heb ook gezien dat ze hem een keer een micro gegeven hebben altijd tijdens de mars. Dat is ook wel... Dat is toch zot? Het is een rookie, hè? Ja. En ze yep. geven hem de, de, de micro ze maken hem op. Ja, een up. rookie. Wim Bajama is ook een rookie, maar het is een ja, ja, second maar, round pick, 52e pick. pick. 50, ja. uh, al getradet geweest ook, dus... Allee, maar ja, de mensen zijn er daar precies wel zot van. Hè. Hij heeft ook zijn, 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 zijn starterspositie gekregen nu, dus dat is wel... Veel blessures, het dus gaat ook wel want Scoot Henderson ja. is ook geblesseerd, Anthony Simons is geblesseerd. Um, maar ja, toch. Wie ontbreekt er nog? Malcolm Brogdon was ook geblesseerd. En, en Robert Williams is out no. for the season. Maar, De, het is nu niet dat hij veel punten maakt. Maar hij dat een rol ook niet, hè? Nee, nee, hij heeft een impact op het spel van zijn ploeg. Gewoon als we kijkt naar zijn plus-minus, denk ik dat hij plus 0,5 staat. Bij een ploeg die 3 op 12 heeft, als ik liever is. Dus die al een paar serieuze patatten gekregen hebben ook. Ja, ik heb vannacht nog gekeken. Is, ik zeg nog eens vrijdag als we dit opnemen. Dus ja, ik weet was het niet of tegen, dat die match van vannacht er al bij stond. Tegen, tegen erg, ik zelfs niet meer weet tegen wie dat ze gespeeld hebben. Ja, als je gekeken hebt, al. wel... Nee, het was een match van woensdag. Ik heb echt, alleen... Ik in mm. godsnaam mogelijk niet meer weten tegen wie dat ze gespeeld hebben. Korte nachten, echt vreselijk. Ja. Um, ik heb tegen, er ook Tegen, tegen van. Cleveland. Tegen Cleveland, want Cleveland speelde zonder, der, zonder Darius Garland. Tegen de Cavs ah ja, hebben ze gespeeld. Okay. Um, maar en, ook kansloos, nee? Ja, eigenlijk nog lang aangeklapt. Lang oh. onder de 10 punten gehangen. Maar je wist ook als Mitchell even ging doorduwen, dat was gedaan. Um, Mobley was, heeft zelfs niet veel moeten doen. Um, het was kei-efficiënt. Ja. Maar het was niet de beste match van Toumani. Ik heb nu, denk ik, vier volledige matchen van hem gezien. Dit seizoen voorlopig. En. Je ziet dat hij nog altijd aan het zoeken is naar wat hij in offense eigenlijk moet doen. Ik heb het gevoel dat hij soms nog een beetje verloren loopt, maar hij is niet de enige in, in die aanval. Ja, um, ja. De André Eten is daar nu bijgekomen, die weet ook nog altijd niet helemaal wat altijd zijn rol is. Je ziet dat die ploeg, het is gewoon een slechte ploeg. Ja. Uh, dat is al één. En ze gingen bouwen rond Scoot Henderson, die is dan geblesseerd met die enkelblessure. Maar, en, maar hij was ook nog niet. Het was toch ook niet wat je ervan verwachtte. Nee, maar hij maar, maar was door die blessure, of niet? Nee, 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 maar hij heeft maar een paar matchen gespeeld, natuurlijk. Ja. Je moet er ook in kunnen komen. Ja. Jamal Murray heeft de eerste vijf matchen van zijn carrière niet gescoord. Die heeft de eerste 17 shots van zijn carrière gemist, bijvoorbeeld. Oh, dat is ook een leuke stad. Dus dat kan, het, kan ja. nog, het kan later ook nog komen. Hè. Ja. Maar ik ben heel benieuwd wat het plafond van Camara is. En vooral wat voor speler dat gaat worden. Want je ziet af en toe, hij krijgt zijn shotjes. Vannacht heeft hij niet gescoord viel gewoon niet binnen. Hij heeft een floordikje, maar je ziet dat die een touch daar nog niet helemaal is op dit niveau. Maar ik vraag me echt af wat voor type speler dat gaat zijn en wat hij gaat moeten blijven ontwikkelen om een role te kunnen blijven hebben of om een rotatiespeler te kunnen blijven worden. Goed, oh, dat is ook een moeilijke, hè? Want allez. oké, okay, heb je hebt hem al zo wel kunnen volgen ook tijdens de summer league. Het is een League, mag je wel gemakkelijk zijn punten. Hè? Ja. Maar ja, het is ook Summer League, natuurlijk. Het is niet hetzelfde niveau van, uh, van NBA. Uh, maar ja, ik denk dat, denk dat ook. Ja. Wat was nu het beste geweest voor hem? Dat hij in Phoenix bleef en dat hij daar nee, dit is... een secondary role had. Waarvan dan gezegd: Oké, okay, hij gaat misschien ene match niet spelen, dan een match 10, dan een match 15. Nee. Maar misschien wel in een heel, dan meer kans maakt om, om het echt goed te doen. Of nu, bij Portland, waarin je weet dat geweest, is het een complete rebuild Een vreemde jonge ploeg ook, denk ik. Ja. Um, hier mag hij falen, hè? Ja, hier mag hij falen. Dat is waar. Dat hier gaat hij, hij misschien meer bijleren. Um, maar zijn contract is ook denk, één jaar Ja. Maar hij had wel vijf jaar getekend, of zo. Vier. Ik. Of... Vier jaar. één jaar garantie, ja. Dus ja, het zal veel afhangen van... Het feit dat Billups hem in maar, de starting line ja. zet, dat is echt wel... En een de commentaren zijn wel vrij positief. Hè? Van de mensen in Amerika zelf, als je alles leest uh, om Trent Toumani, zit wel een positieve vibe rond. Hè? In dus Portland zijn ze al... een grote fan, ook de, me de Portland media is een grote ja. fan van hem. En het is ook maar weet jij wat ik het vond? Hij, hij, hij werd getraind vanuit Phoenix. En ik zag die een post op, uh, op Instagram, maar dan ook die comments daarop van die fans. En er waren fans, redelijk wat fans, die zijn alleen, ik vind het jammer dat hij getrade wordt. En hij had nog geen match gespeeld nee. voor Phoenix. Oké, okay, die Summer League. Maar het is ook wel zo'n soort speler waar je als fan, fan van wordt, hè? Waar, je van, waar je gemakkelijk ja. van kan houden. Nee. Geen ego op het veld. Geen ego, een vechter een, een die trouwens gaat aan doen dat zijn in de ploeg zou kunnen winnen. Ik denk dat dat wel zo'n beetje is hoe we hem kunnen omschrijven. En dat punten maken voor hem niet uit, hè. hij gaat doen wat de ploeg nodig heeft. En, maar hoor het ook, hè, die, 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 ik heb dat video gezien als hij met die microfoon was. Ja, hij is al heel verbaal ook. Hè. Want je mag niet vergeten, dat is een rookie, een second-round pick op de 52 ste is, is Er wordt niet van hem verwacht dat hij de leider van de ploeg zou zijn. Of zo, hè. Maar dat helpt dan het feit dat je in een jonge ploeg zit. Dan, ja, ja, ja. daardoor durf je sneller ja, voor kansen. Moest, moest hij bij KD en bij Biel. Dat zou hij uh, 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 veel stiller geweest uh, 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 zijn. Ja, denk dat, ik. Zet hem niet zo, dat is misschien wel waar. Ja, Offensief, eerste elf matchen. 5,5 shots per match. Uh, scoort 27% van achter de driepuntlijn. 38% van erbinnen. Dus geen geweldig percentage. Mm -hmm. Gaat nog omhoog gaan. Maar ik denk ook, heel vaak zie ik het achter de driepuntlijn. Dat zijn meestal open shots. Heeft er vannacht ook twee gewoon helemaal open gemist. Drie. Maar als je naar de ring gaat, dan zie je vaak nog dat het. Ik vind het nog niet genoeg in de flow van de offense zitten. Daar is het werk voor Chance Billows. Die moet daar nog een meer geheel van maken. Maar dat vind ik niet alleen bij hem. Enkel Sharon Sharp komt er nu goed uit. Want Simons is ook geblesseerd. Dus ja, ze spelen ook met, met Mace. Is nu, uh, is nu de pointguard. Ja, dat is een gast die een two-way deal nog had. Die eigenlijk ook in de G-League ging spelen. Die nu een volledig contract gekregen heeft, omdat ze ook gewoon, dat er gewoon armoede is daar. Ja dus ja het is, dus op dat vlak is het misschien niet de ideale situatie maar ja het is slecht al zegt hij pakt veel minuten en ze kracht in ervaring opbouwen nu dat, dat hij anders wellicht niet ging gehad hebben en, en oké okay, ja ik denk dat zowel in Phoenix waren ze al positief over hem nu ook in Portland zijn ze ja. zijn ze super positief dus ik denk dat hij ook wel gaat meespelen stel dat hij bijvoorbeeld na dit jaar uh, dat Portland zegt: Oké, okay, we gaan toch een andere weg op, of zo. Dat hij wel aanbiedingen gaat krijgen voor ergens anders. En, uh, ik, denk niet dat, ik denk niet dat het profiel is dat een vaste starter gaat worden in een NBA. Ik hoop het wel. Vooral in defense. Als hij, als hij zo. Zijn shotje in de hoek kan ontwikkelen, bijvoorbeeld die corner driepunter. Ja. Want als je kijkt, de defensieve cijfers na 11 matchen, het effective field goal percentage van de andere ploeg zakt met 7,3% als Kamara op het veld staat. En uh, tegenstanders schoten amper 20% van hun driepunters binnen als uh, ze kon, gecontest worden door Kamara. Dus hij heeft Dat wel zijn wel... defensieve impact ja. al. Nu uh, in België denken heel veel mensen, NBA spelers, oké, okay, um, Belgian Lions. Ik denk dat een selectie wel logisch is dat die volgt, maar iedereen denkt nu ook: ja, dat gaat direct de man zijn bij de Lions. Maar zo werkt het natuurlijk niet. Hè. Zo, ik denk dat we dat niet, moeten, niet mogen verwachten ook van hem, dat dat ook een heel oneerlijke maar verwachting zeker nu zou zijn. nu nog zijn. niet. Ook. Nu nog niet. Dat je dat zegt als de, als de 27, 28 jaar zou worden, dan misschien wel iets meer. Omdat, omdat, omdat ik denk dat dan iets meer geëvolueerd zit ook als speler. Maar als hij nu gewoon gaat zijn om in zijn rol te spelen bij, bij Portland, gaat ja, het niet zo simpel zijn om in één keer bij de Lions te komen en dat ze daar verwachten dat hij zomaar even een double-double op het bord gaat zetten, dat, nee, dat is niet zo evident. Hè? Hij, hij gaat zijn ervaring meepakken van in de NBA. Uh, hij komt daar tegen zotte dingen. Maar bij de Windows gaan we er al niet op kunnen rekenen. Um, dus ja, ik weet niet. Het volgende grote toernooi is 2025 zeker? EK? Ja. Um, Waar de Belgen aan kunnen meedoen? Ja. ja. Spelen zijn geen optie. Ja, nee, dus spelen, spelen, dat, is, spelen, dat wil ik zeggen. Spelen, dat is het volgende grote toernooi. Maar dat is geen optie <laughs> voor de Lions. <laughs> ja, nee. Um, dus ja, ik ben wel benieuwd om dat te zien. En ook wel, ja, want Toemani heeft de laatste jaren niet, niet voor de Lions gespeeld. Hè. Ik denk dat hij wel. Is hij geselecteerd wel, zelfs? Die is wel. Volgens mij is die wel ook, ook bij de jeugd, wel opgeroepen geweest. Bij de maar jeugd wel, aangezien ja. dat hij in college zat of, of summerschool, of weet ik veel wat. Ging, ging zijn voorkeur daar naar uit, wat ook niet verkeerd is. Hè. Dan moeten we het weer verstaan. Die, die, die positie van de spelers op dat moment. Um, maar ik hoop wel, en hij zegt het zelf ook wel: dat hij wel voor de Lines wil spelen. Absoluut. Dus... Het zou wel top zijn. Ook 2025 moesten we op dat IK geraken. Dat is al twee jaar verder. Twee jaar meer geëvolueerd. Tegen dan kunnen we misschien ook al een heel andere Toumanie te zien krijgen dan, dan dat we nu al zien. Dat ja, zat in de jeugdselecties onder andere met Frans Blijnberg. Dat is die lichting ja, waar, ja. Hij, waar hij eigenlijk in zat. En toen, ja, ja Het is niet dat hij de, sta, de vaste starter was of zo. Wacht, hè, Frens, dat is dan ook nog met. Niels Ritter? Thijs, nee. Thijs is jonger, nee, denk Thijs ik. Tijs is jonger, ja. Tijs Thij, zat nu nog bij de U20. Maar die, die generatie, dat was met Harris, Bratanovic. Ik zo. ga kijken wat Arne Ruts, uh, journalist van, van Sporza, heeft me die ook uh, doorgestuurd, die lijst, denk ik. Dus ik denk dat ik die ergens. Bratanovic zat er zeker ook bij. ...in mijn berichten heb, de vraag is waar. Kijk. Maar die uh, generatie heeft het goed gedaan hè, op de m 20, Dennis. Denk. De mannen toen, de, ik weet niet van welk jaar het precies was, maar. Uh, Niels de Ridder, Frens Blijenberg, S. Hofman. Gaat Sam Hofman zijn? Sam Hofman, ja. Um, zit Botou ook in Amerika, denk ik. Potouli? Oh, ja. Zat er ook bij? Ja. Coleman. Geen idee wie Coleman is. <laughs> en de vreugd? Stilman. Was er ook een van de spelers toen? Stilman. Zeg mij iets. Stilman zit nu bij... Waar zit hij nu? Zit hij bij Brussels? No. Bij Mons? Ik moet het weten, want we spelen mooi ja, tegen ons. Maar ook, ik <laughs> Mons. Maar ook kijken naar mijn reportje. Denk Mons. Ja, zit bij Mons. Ik heb veel stil, uh, Van den Boogaard, Amerlink, Madoki. Dat zijn, die allemaal oh, die zijn niet allemaal mannen die zijn doorgebroken, natuurlijk. Maar was, de was dat die generatie? Van... Of was dat, was dat die ploeg die het zo goed gedaan heeft op de U20? Of was dat... Dat denk ik niet. Oh, maar... Ja, als wat, Maakt niet meer uit. Ik denk dat ik verkeerd ben dan dat een andere ding was. Kijk, dat daar... NBA mag, ik, mag je terugvragen tot in 1950, maar ja. Nationale ja. Jeugdploegen... <laughs> Sorry, Nationale Jeugdploegen... Ja, er zijn ergens limieten. Hè, ook, daar, eh, daar kan ergens, ik niet mee, ergens, niet ergens, mee, ergens, niet mee ja. in teruggaan. Maar ik vind het wel straf dat hij eigenlijk... Oké, okay, misschien is deels zijn eigen keuze geweest, maar dat hij nooit bij een selectie heeft gezeten de afgelopen jaren. Want je gaat me niet zeggen dat er het niveau in college lager is dan dat in de B-next League of toen de Belgische nou, competitie nee. alleen... Maar ze hebben hem nu ook, denk ik, afgelopen zomer. hebben ze hem ook effectief al gevraagd om, om dat pre-Olympisch kwalificatieternooi mee te doen. Hè. Maar ja, hij was bezig met de Summer League en zo. Het was nu een drukke zomer voor hem. Dus ik denk dat het moeilijk was om dat te combineren mm -hmm. ook. Um, maar het gaat wel een meerwaarde zijn voor de ploeg, toch? Tuurlijk, ja. Ja, als dat geen meerwaarde meer gaat zijn, <laughs> dus dan, euh, dan is het een serieus luxe probleem. Nee. Ik hoor dat, dat hij erbij komt en snel. En ik hoop vooral dat hij een succes wordt in de NBA. En dat, er, dat AJ Mitchell bijvoorbeeld dat hij zijn voetsporen kan treden. Stel je voor, jongen, dat we volgend jaar weer in een gedraft hebben. Kan, hè? Het kan, ik, Wat, AJ op zich... Ik vind die goed. Ja, maar die is goed. En er is ook wel een, een bepaalde hype rond in de States, denk ik. Want hij komt toch in de mockdrafts. Mm -hmm. uh, Weet je waar hij stond de laatste? 52e. <laughs> ja, ja, ja dat is echt de nummer voor de jong. jongen. Um, dus als die nu een goed seizoen kan draaien weer in Santa Barbara, ja, pff, dan heeft hij wel een serieuze kans zijn. Is ook veel groter dan je zou denken, hè? Dat is een meter 93. Ja, maar ja, ja, dat dus... is ook zijn <laughs> <laughs> um, Mis jij de Belgian Lions. Ja, pff, missen. Ja, ja, ja. Ik heb dat altijd super graag gedaan, hè, nationale vloeg. En je hebt er een onmogelijke keuze moeten maken vorig jaar? Ja, dat is mijn keuze geweest. Ja. Uh. Zou, ik mag dat zeggen, jij mag jij gaat, Ik weet niet of je nu al mag, 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 mag je op ingaan of niet, maar je hebt die keuze moeten maken. Ja, maar hè? ik heb wel van in het begin ook gezegd ah, ja, hè, dat je die keuze moet maken. Heb. Het is niet jouw eigen keuze geweest, hè? Maar ik, jawel, ik, vind, ik, vind ik kon tegen Valencia hebt hebben, maar wel verder blijven doen ze met de Lions en ergens anders naartoe zijn. Maar dat is ja, toch altijd een gedwongen keuze? Ja, zeker in de situatie dat ik zat omdat ja, ik, ik was niet weg in Valencia. Hè. Ik had er negen jaar gehad toen op dat moment. En mijn laatste jaar daar, mijn negende jaar, was voor mij nog altijd een jaar waarvan ik zei: van, het lukt nog wel, ik, ik kan dat niveau nog wel aan. Dus dat wilde daar ook wel aan, aan vasthouden. Dat wilde dat niet zomaar, uh, zomaar weggeven, natuurlijk. Hmm. Maar het waren wel, moet wel zeggen dat dat voor Hans mijn carrière, en misschien is dat dan ook een beetje een luxe probleem, dat dat wel de moeilijkste onderhandelingen zijn geweest dat ik gehad heb. Logisch ook, hè? Ja, ze hebben het ook het geduurd. En je kiest tussen de ploeg van je hart en het ja. land waar je met heel je hart altijd voor hebt gespeeld, ja. voor een drogreden eigenlijk. Ja, zei, de stan, het standpunt van de club was van ja, je hebt u je blessures gehad in afgelopen jaar? Want jaar voordien was ik wel nog met de Lions naar de, na de Windows geweest. Ik had dan de ene keer was ik teruggekomen met COVID. De na de eerste. Ik had toen met mijn matchje wel gespeeld, maar dan de week nadien COVID. Dus ja, wel echt opgelopen op die trip of zo. Um, en dan de tweede window, val ik geblesseerd uit met mijn hamstring. Um, en ook al ben ik, ik, in het verleden heb ik blessures gehad, maar altijd in Valencia. Ik had voordien nooit geen blessures oplopen met de Lions die ik meegepakt heb naar de club. Um, maar dat jaar hadden we verschillende blessures in de, in de club die oplopen waren bij nationale ploegen. En zij hebben toen gezegd: van kijk, zo of niks. En voor mij was dat super hard omdat ik zei van. Ik, ik zit hier al negen jaar en nu, je weet hoe belangrijk dat de nationale ploeg voor mij is, altijd al geweest is. En nu ja, stelde mij voor de keuze dat ik totaal niet wil maken. Ik vond dat, dat niet correct. Ik vind dat is ook niet correct. Dat, dat is ook niet correct, maar... Vooral omdat, vooral omdat jij inderdaad al een, een clubicoon was. Maar ja, het was niet dat, dat ik twee jaar in de club zat en dat ik, weet ik, allee, heb problemen gehad met een speler of zo, dat je dan zo'n dingen doet. Sofha, so kan, kan ik nog heen komen, bij hem, niet van spreken. Oké, okay, en ik weet ook, een professionele club, dat is geen liefdadigheidsinstelling. Maar er is wel nog een persoonlijke kant aan de zaak ook. De, het is hetzelfde met Dubljevic. Tegen hem hebben ze niet gezegd, hij had nog een lopend contract natuurlijk. Uh, ik denk dat Prepelis nog een optie had, maar tegen hem hebben ze bijvoorbeeld ook niet gezegd: van, ja, hij mocht niet gaan. Terwijl ik zoiets had van: ja, oké, okay, ik ben 36 jaar of 35 jaar op dit moment. Uh, ik word een dag ouder, ik weet dat ook, ik besef dat ook. Maar er is nog een EK en er is nog kwalificatiewedstrijden voor de WK waarin we echt wel nog kans hebben om er wel te raken. En dat was echt voor mij nog een, nog een, nog een motivatie in mijn carrière. En, en pff, ja, dat was echt. Ja. Dat was thuis twee weken zonder klank, geloof ik. En Thaluk, het, het had ook een grote impact kunnen hebben, denk ik, op die wk kwalificatiematch als hij erbij was geweest. Ja... Je, je, je gaat het misschien over jezelf niet toegeven, Sam, dat weet ik we, niet. We, we, maar... we, we hebben we hem eigenlijk gemist in die dubbele window met Letland. Hè. Mm -hmm. Allee, in die in de ene window dat we die dubbele confrontatie hebben met Letland, dat we thuis een verplaatsing tegen Letland spelen. Daar hebben we het gemist. Hè. Want als we, daar een, we hadden die matchen alle twee eigenlijk kunnen winnen. En dat is toen niet gebeurd en... Ja, dat had een handzonder beeld kunnen geven. En ook wel jammer dat je het niet hebt kunnen afsluiten met een toernooi. Ja, dat helemaal. Want allee, ik, ik, tijdens die onderhandelingen zat ik trouwens op stage met Lions in, uh, in Westende was dat? En ben je ineens weg moeten gaan? En ben ik moeten, ja, ben, uh, ik heb overlegd met, met Jacques Sals en met Dario. En ik heb toen gezegd: van kijk, dat is een situatie die hem voordoet. Uh, ja, ik vind dat meegaan want... En ik wil niet stoppen bij de Lions, maar ik wil ook niet weg in Valencia. En uh, ja, over en weer bal en gebabbel en dit en dat. hoe gaan we daarmee doen? En ja, kunnen we geen weg vinden dat je toch nog deze zomer minstens kunt, kunt blijven spelen? En dat was onmogelijk. En dan is het bij mij ook zoiets ja, gekrakt. En dan heb ik heb ook gewoon gezegd: van van, ja, Kijk, ik kan niet meer dat WK. Dat WK. Ja, sorry, maar als ik nu die windows ook helemaal mee meedoe, heb ik weer in ene window meegedaan en in de rest niet. Dan is het ook aan de andere jongens als ze zich plaatsen mm. dat ze mogen gaan naar het WK. Ik ga daar dan op mijn 36 jaar ook niet meer komen tussenlopen en zeggen van hé, hey, ik kom hier terug of zo. En dan heb ik die deur toegetrokken en pff, ja, weet je, dat was niet Dat toch wel. Uh, maar goed ja, dat is het leven zeker. Gaat niet altijd te pakken lijken hoe dat komt, hé. Heb je er ook meegespeeld om. Met je beslissing om Valencia te verlaten, of lag je dat sowieso vast dat je laatste jaar ging zijn daar? Maar toen op dat moment lag dat nog niet vast dat het mijn laatste jaar ging zijn. Maar afgelopen jaar was het echt. Uh, ja, gevoelde dat. Uh... En ook die onderhandelingen die hebben daar wel in meegespeeld. Want... Het vertrouwen Pff, moet toch een beetje kwijt ja. zijn. Want tussen een club waar, ja. je, waar, waar je zo lang bij gespeeld ja. hebt, waar je zoveel liefde voor hebt. En zeker ook met mensen van de club waarvan ik dacht van. Ja, weet je, ik heb daar al die tijd zo goed mee kunnen samenwerken en nu doen ze zo foos. want ze deden echt foos. Het was, hey, was lines, maar het was ook dingen ernaast waar, waarvan ik zoiets zei. Maar dat is dan ook weer zo, die... Ken je dat? Dat, dat, dat moeilijk moment dat een speler doormaakt naar het einde van zijn carrière toe, waarin dat hij denkt van, ik heb recht daarop, want... Mijn prestaties vorig jaar waren nog meer dan goed genoeg om dat te, uh, om dat te verantwoorden. Tegenover een club die zegt: van Ja, maar ja, je wordt een jaar dit en dat. Je bent blessuregevoelig, bla bla bla. En dat is dan eigenlijk de eerste keer dat dat bij ons gebotst is daar. En dat was nog niet gebeurd verdien. En ja, als je dan, ik zeg maar iets, als je dan uh, één jaar bij een club zit of twee jaar, dan zijn er veel gemakkelijker van. Pff. Laat me vallen, ik doe wel iets anders. Maar had daar zoiets leuk en mooi opgebouwd, eigenlijk, dat ze zei van ja, dat tiende jaar dat, is, dat zou zo schoon zijn om dat nog mee te maken. En dan is het eigenlijk ja, uiteraard dat het een, een rotjaar is geweest. <laughs> Spijtig aan de titels, gewonnen, Europees succes. Ja, pff, blessure. Ja. Ja, Kijk, maar die die jullie zijn blessure. een van de weinige clubs die de hegemonie van Barça. En Real heeft kunnen doorbreken, hè? Ja. Dat is uniek in het Spaanse basketbal. Dat was heel lang niet meer gebeurd eigenlijk. Dat, dat een andere club. Ja, geweest. dat gebeurt zo elke tien jaar zo ja, keer. Dus, Maar toen was het even geleden ja. dat dat nog eens gebeurd was. Dat er een ploeg was geweest die daar effectief zo door was gekomen. En jij was er een belangrijk deel van. En denk nummer negen is ook uit de relatie genomen daar, of wordt uit de relatie genomen? Ja, ze doen dat pas als je zelf op pensioen gaat. Hè? Het gaat het plan wel zijn dat er? Allee, dat heb ik toch gehoord dat wat toch? Dat ze gezegd hebben, maar ja, dat moet nog officieel bevestigd worden. <laughs> Dat zou heel lame zijn, moesten ze dat, moest dat niet doen. Oh ja, maar ja... Ik, het, ik heb het altijd gezegd, dat zijn beslissingen die die clubs moeten nemen. Ja, okay. maar ze hebben het beslist. Ze hebben letterlijk gezegd toen jij wegging... Ze hebben het gezegd, hè. Als je ermee stopt, die, en, dan in, kom je in terug. In het gezegd. hebben ze dat gezegd. Daarom. Dus uh, ja... Allee, ja, dat is ook... Je ziet dat niet zoveel meer. De dag van vandaag, dat spelers zo lang bij dezelfde club blijven, in het buitenland, of... of allee, Oustende heeft dezelfde situatie meegemaakt met Djordjevic. Ja. Ze hebben Petrovic had verdiend, waarbij dat, dat ook zo was. Maar dat zijn uitzonderingen, dat gebeurt niet zo vaak niet meer. Ja. Uh, en in Valencia waren we eigenlijk nog met twee, want Double Vision had er elf jaar gezeten, ik had er tien jaar gezeten. En daarvoor hadden we nog Rafa en zo. Dus we hadden zowel een blok uh, de, laatste, uh, de laatste jaren die daar lang gezeten had. Dus dat was vrij leuk. Maar ja, alles komt een keer tot een einde, hè Dennis. En waarom ben je dan naar België teruggekeerd? Want er zijn toch ook aanbiedingen zijn geweest uit andere clubs uit het buitenland? Ja, dat was een beetje familiaal ook, hè? het tweede kindje dat onderweg was. Um, en ook, ja, weet je, ik was op een punt gekomen dat ik zei van kijk, ik wil, ik wil niet stoppen op de manier dat ik nu ben. Hè? Dat is maar een blessure, ja, frustratie sowieso, omdat je zegt van le, wat is dat nu, waarom gaat dat weer niet in orde. Um, en dan zei ja, je wilt niet een, een hoofdstuk van je leven, dat je, je leven zodanig lang gedomineerd heeft, op die manier afsluiten. Ik weet dat het soms niet anders kan. Hè. Er zijn spelers die zij moeten stoppen met blessures omdat het niet anders kan. Maar ik dacht van, ja, ik wil daar nog één keer gewoon voor gaan. En dat zien we wel, waar het schip weer strandt. Maar we hadden geen zin om zo nog in het buitenland zo een jaarke daar, een jaarke daar en een verhuis naar daar en een verhuis naar hinter. Met twee kleine kindjes. Met twee kleine kindjes. Met, met Jana, die het dan ook in het buitenland ja, alleen ging voorstellen, weer allemaal nieuwe dingen leren kennen. En al dan ook zoiets van ja. Het is gewoon misschien ook beter dat we terug gaan naar België en daar nog iets leuk vinden, iets, iets, iets dat uitdagend is. En uh, oh, gevonden in de standen. Hè, ja. Er waren wel meer andere aanbiedingen. Hè? Want ik weet, er waren heel veel geruchten die rondgingen. Ik wist, ik wist van begin dat je naar Rosendijk ging teruggaan. Je had het nooit nee. tegen mij gezegd, maar ik wist het eigenlijk al. Nee, maar het is ook uh, tot het moment dat het bekendgemaakt werd. Ik had pas vijf dagen voor die tekening. Ja, ik heb nooit aan getwijfeld dat je daar zou gaan. Bijvoorbeeld, ik heb heel veel gehoord. Het wordt zeker kortrijk. Zeker kortrijk. <laughs> Mensen, <laughs> ik, ik heb nooit gaan. geloofd dat je naar kortrijk zou gaan. Nee, dus hij spreekt nog eens met kortrijk, maar er is nooit een concreet voorstel gekomen ofzo. Maar Zij, ja, hoeveel, hoeveel Belgische clubs hebben effectief een voorstel gedaan? Effectieve voorstel. Ja, of heb je mee gepraat? Ik heb gepraat met uh, Kortrijk, ik heb gepraat met Oostende. Dat is het. Ja. Vind ik, ik vind dat heel straf dat er niet meer Belgische <laughs> ploeg geprobeerd hebben. Uh, pff, ja. Ik heb dat met mijn agent besproken ook. En die zei. <laughs> ja, ik denk dat ze denken dat je te duur bent. <laughs> maar ik had iets van: ja, ik kom terug naar. Maar ik ben realistisch, hè. Ik ik bedoel. Ik weet dat ik niet meer hetzelfde contract ga krijgen als in Spanje. Dat weet ik ook. Ik, ik ben ook bij mezelf ook bewust van de budgetten die er zijn in België. Wat dat mogelijk is en wat niet. Dus ik ga ook geen onmogelijke dingen gaan vragen. Hè, uh, en ook geld is nu absoluut niet meer de drijfveer. Ik bedoel, dat is echt... Ik wil me nu nog uh, amuseren en mijn en me, goed gevoel nu de, de laatste jaren of het laatste jaar, ik weet het nog niet, we gaan dat zien op het einde van het seizoen, van mijn carrière. En dat dan mooi kunnen afsluiten op, op een leuke manier. En, uh, dus ja, ik denk dat er ook veel clubs waar hoe vanuit ging: van, ja, weet je, het was al geweten dat George Vitsch ging stoppen, dat Van der Vurst ook buitenlandse ambities had. Dus dat er sowieso een gat kwam in een En ik denk dat er veel gedachten voor van ja, de logische beslissing zou zijn. Oostende. Voelde dat als thuiskomen toen je terug bij ons ja, aan kwam? Want ja, hoe lang ja, ben je er weg geweest? 15 jaar? 15 jaar. <coughs> ja, die club gaat Slang, toch, toch niet meer hetzelfde zijn als toen je bent weggegaan. Oh, nee. Maar er zijn nog altijd wel een aantal mensen die daar nog altijd zitten, van, van, mijn, periode, van mijn eerste periode daar ook. Uh, maar ja, een club verandert duurde de jaren. Dat is logisch. Hè? Maar ja, de zaal is nog hetzelfde. Maar de kleedkamers heeft een upgrade. De Weightroom heeft een upgrade. Het zit, het zit allemaal wel goed in elkaar. Zeg. Maar iets dan aanpassen als je vanuit de Spaanse competitie komt, want ik heb een upgrade gekregen, maar je komt natuurlijk wel van een, een van de. Ja, topploegen, subtopploegen in de Spaanse ja, ja. competitie. Misschien wel de beste Europese competitie die er is. Maar het is misschien een beetje aanpassen naar, uh, naar puur qua, entourage, qua entourage toe. Meer dan puur faciliteit. Want okay. faciliteit in een standaard is eigenlijk helemaal niet zo slecht. Nee, dat bedoel ik niet. Maar het gaat het niet over dat het slecht is. ik gaat meer over het verschil met Spanje. Dat het ja. daar misschien net zo goed is. Dat, dat bedoel ik eigenlijk. Ja, meer. nee, maar qua, qua faciliteit en zo heb ik geen problemen gehad. Uh, Entouragegewijze natuurlijk, ja. In Valencia hadden we drie kine's, twee physicals, uh, uh, vier, vijf coaches uh, die continu bezig waren met deze ploeg. Ja, je weet dat dat, dat, dat hier anders gaat zijn. Hè. En dat is ook niet erg. Ik bedoel, je moet realistisch zijn. De budgetten in België zijn niet meer wat ze zijn vroeger. En, en als je het nu vergelijkt met Europa, zijn ook niet, absoluut niet meer de hoogste. Hè. Dus ik denk dat wij in de Champions League. Zullen wij toch een van de ploegen zijn met de, met, de laagste, met de laagste budgetten? Um, maar wel een ploeg met ambitie en een ploeg die het wel goed wil blijven doen. Hè. Dus uh, dat was voor mij ook on, niet onbelangrijk om... Ik, ik weet dat ik mij zou opjagen moest ik in een, uh, in een omgeving komen waar dat er geen ambitie mee ging zijn omdat ik heb, ben Hans mijn carrière gewoon geweest om in een omgeving te zetten waar dat mensen ambitieus waren, waar dat ze naar voren waren, waar dat ze het zo goed mogelijk wilden doen. En als ze dan zo ergens zouden komen, waar als ze dan zouden zeggen van ja, we hebben nu drie matches na elkaar verloren, Pff, maakt niet zoveel uit, kom wel goed. Jullie hebben, Weet je, je bent bij een club waar je maar één optie hebt. Hè? Ja, ja, ja. Dat, dat, dat brengt een bepaalde druk mee natuurlijk. Maar uh, ja, er is maar één optie, dat is winnen. En iedereen denkt dat. dat dat ook zo, gaan. Uh, Iedereen verwacht dat, hè? Ja, maar dat is. Zelf als de coach van de Giants al zegt, na jullie laatste match, van het is nooit een goed moment om tegen Oostende te spelen, ik dacht toen, oeh, Kangaroos is een paar maanden. was het wel een goed moment. <laughs> nee, nee. Het was voor niemand een goed moment om die match te bekijken, Kangroes tegen Oostende. Ja, ook al niet. Als supporter nee, nee, van nee, Kangroes nee. zou je blij geweest zijn, maar, maar die match op zich ja. was een draak. Ja, het was ook niet Kangroes onder hun beste wedstrijd Het was gewoon. Het was na 5,5 minuten stond het 8-9, denk ik. Andere ja, ja. dus was het 32-27. Ja, nee, bij ons was het echt niet goed. Het was niet mooi. Het was niet mooi. Het was niet mooi. Ja. Want wow. en ik waar een commentaar aan het geven, hebben yeah. vaker naar elkaar gekeken. Zo dat is een vermoeiend ja, match ja, om te doen, want dat ja, is het niet. Maar we zullen ja, het niet over die match hebben. Dus... Nee, maar dus ja, weet <laughs> he, we gaan terug naar de ambitie en zo. Dus, <laughs> ja, iedereen denkt dat die in 13 dertiende land <laughs> zo gaat komen, maar dat gaat niet zo evident zijn hoor. En ja, jullie hebben ook een volledig nieuwe ploeg, hè? Ja, en dat is ook een beetje anders in de standen nu, want de afgelopen jaren hebben die altijd verder kunnen bouwen op, op een blok dat er toch al een aantal jaren zat. En nu uh, hebben we al, ja, aangezien dat Cervazi en Harry zo geblesseerd zijn, spelen we de meeste wedstrijden met drie spelers van. Die vorig jaar of, of de afgelopen twee jaar actief zijn geweest in hun Dus dat is wel een, een grote verandering daar, denk ik. Dus het gaat misschien iets meer tijd nemen, hier dat, hier dat die ploeg echt continu op niveau gaat zijn. Dat, dat, dat de ploeg moet zijn. Eh, want nu zie je dat er nog vaak te veel ups en downs zijn. Maar nu ook, bijvoorbeeld ja, woensdag spelen we dan een vreemde wedstrijd tegen Oldenburg. Dat eerste kwart was ook niet goed, maar daarna pakken we ons en ja, komen eruit met een goed gevoel ook nadien die slechte match in Kangaroes. Maar ja, je ziet dat er nog een beetje op en af gaat gaan. En dat gaat misschien nog wel een maandje duren, of twee, twee maandjes duren. Uh, je moet dan een beetje tijd geven, maar dat komt denk ik wel als okay, Kijk, Het seizoen is nog maar een paar maanden bezig, maar de ploeg waar je nu in speelt en de ploeg waar je het laatst bij Oostende mee gespeeld hebt, voor je naar het buitenland bent vertrokken. Vergelijk die eens met elkaar qua niveau. Oh. Kan je dat? Maar ik vind dat ook altijd aan tennis, Want dat is zo appels met peren verleiden. Ja, dat, okay. sons, dat budget toen was ook drie keer zo groot, of nu denk ik. Als het niet meer is. En toen was er een pak meer geld. Maar ja. Maar wacht, wacht hè. mijn laatste ploeg. Uh, Wanneer was toen, het? Welk jaar? 2008? 2008. Dat was met... Goh, uh, Jerry, Jerry, hoe noemde je die spelverdeel weer? Jerry Green. Uh, McCray, Brunner liep daar nog bij, denk ik. Ik denk dat ik de ploeg... 2007, 2008 was ja. het, hè? McGray, Davis, Davis, Chuck Davis. Of China, Brunner, Jerry Green, Belin, Geukes, Petrovic Ivory. Oh. en Ivory. En Sharon Drucker als coach, denk ik. De coach staat er niet bij. Hier. Maar wel nog meer spelers, hè? we hebben er nu maar. Een... Ja, maar dat zijn de. Dat zijn de, de stads die op basketball reference staan. Ja, ja, dat was wel een stevig ploegje. <laughs> zullen daarbij houden. maar ja, nee. Ja. <laughs> nee we zijn toen in... was, toen, maar ik zei dan niet graag van toen was beter en al dat u altijd zo uitklinken en zo, maar. So, ja, we, worden, de... we worden oud, hè? Ja, zeker. Ja, voor nee, een basketer ben je als, stokoud, als je, hè? Ja, voor een basketer ben ik stok Ja, heb dat gezien aan zondag. <laughs> nee, maar. Uh, ik kan me daar niet over Eh... <laughs> Ja, nee. Ja. Als je eerlijk bent, dan was die ploeg van toen kwalitatief al beter. Dan... Maar inderdaad, het financiële aspect is gewoon heel belangrijk. Ze was ja, ja, volledig, ja. Anders, volledig anders ja. dan nu. Uh, misschien gemakkelijker te vergelijken. Ook al gaat geld daar ook een rol in spelen. Het spelniveau in België. Hmm. Vergelijk dat eens. Hoe is dat veranderd? Uh, het is like ook an een ander soort spel geworden. Ik heb nu Nendrik dat zo. Uh, veel ploegen heel gesloten zijn beginnen te spelen. Wat vroeger toch wel minder was. Uh, en ik denk ook dat dat misschien onrechtstreeks wel een beetje een verbonden is met Hans' verhaal van uh, minder haalt, misschien iets minder kwaliteit aan spelers. Uh, waardoor dat alles nog iets tactischer wordt, denk ik, dan, dan wat vroeger was. Ook ploegen die beginnen nu soms en die proberen zo van die bepaalde dingen waarvan ik zeg: hé, dat is nu raar dan die man dat hier... Wat, 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 wat doen die eigenlijk? Ik, ik snap het nog niet zo goed. Zoals, ik zo geef eens een goed. voorbeeld. Je moet geen namen noemen, maar. Switching defenses of zo. Of in een keer. Uh, ja. Ik Had hij tegen mij high hat spelen. En dan in een keer onder. Oké, Susan. En dat je daar zo staat. Dat je zegt: wat moet ik nu doen? <laughs> dat ze niet, iets niet <laughs> verwachten zo, weet je? Uh, vroeger was het dan duidelijker? Ja, vroeger was het duidelijker. omdat... Uh, ploegen zijn misschien iets minder beschermd, het was iets opener. En ook, allez, pas op nu ook, hè, ik moet wel zeggen: like, uh, uh, de competitiviteit is denk ik wel beter dan de afgelopen jaren. Als ik kijk nu, Limburg, Brussel, Antwerpen, Oostende, denk ik dat het iets dichter bij elkaar bent te liggen dan dat het twee, drie jaar geleden was of vorig jaar geleden. was. Het. het was vaak zo één of twee ploegen en dan de rest was toch een pak mm -hmm. minder. Ja? Mm -hmm. Uh, en ik denk dat het nu misschien van boven iets breder aan het worden is, wat dat wel goed is voor de competitie. Uh, maar als je kijkt naar vroeger ook, ja, de, dat laatste jaar bijvoorbeeld hadden wij de Beker gewonnen, denk ik. Maar ze hebben eruit geknikt in deze ronde van de playoffs tegen Aalst. En toen zat er nog met Bree, Antwerpen, Mons, Charleroi, Aalst. Uh, als je, als je dat naast elkaar legt van toen. En vergelijk dat met nu, ja, dan, dan is het verschil wel redelijk groot, denk ik. En jijzelf? Ik denk dat we dat redelijk moeten zijn. En jijzelf, de speler Samarossen? Je, je bent echt een volledig andere speler geworden. Hè? Maar ja, vroeger was dat door de muren gaan, hè, tussen die grote molen daar gaan, gaan friemelen en doen en contacten. Ja, nu zie je het toch dat met die jaren dat dus er meer R Ronnie Bayer had doen. daar de mooiste uitspraak over, over zichzelf in zijn jonge jaren. Young, dumb en of cum. <laughs> oh ja, ja. Zoiets. Ja. <laughs> <Do it. laughs> ja, dus ja, nee, nu. Ja, nu, ik ben ook een ander speler geworden. Dat is niet meer, dat is niet meer hetzelfde. Je gaat mij ook, als je nu ook naar mijn stad zou kijken, bijvoorbeeld, hadden mij veel meer drie punten zien nemen dan vroeger. En veel meer. Een salonbasketter dan... geworden. Waarom? Een salonbasketter. <laughs> ja, shotjes dus ja, pakken. Van ja. Shot driepuntlijn naar driepuntlijn lopen. Oh, dat is die leeftijd hè, Dennis. dat Dennis niet meer. Nee, maar ja, nee, probeer ook je ervaring te delen met, met, met die man in de ploeg. Er zijn veel jonge gasten ook bij ons, je moet het ook niet, niet onderschatten. Um, maar ik amuseer me wel. het is, het is geestig. Dagelijks ook de training. En zo. We trainen veel, maar het is wel leuk. Ook tof om binnengehaald te worden als zo de, de elder statesman. Je nee, bent zo de, ja. de ervaren man. Alles meegemaakt in het buitenland. Jarenlang leider geweest van de nationale ploeg. Titel gewonnen in Spanje. Europese bekers gewonnen. En nu terug naar de ploeg waar het in eerste klasse voor jou allemaal begonnen is. Mm -hmm. um, en waar je je eerste successen mee hebt gehaald op het hoogste niveau. En nu terugkomen met heel wat jonge gasten. Denk dat jij en Pierre Antoine Gilles zijn de enige twee met echt veel ervaring in de ploeg? Denk ja, 30 er, ik. Ja, dertig ja. plus. Vergeet ik iemand? Wow, Diop, die heeft nu ook al wat. Ja. En nu Jean die terugkomt. Jean Salomon die erbij komt. Ja. Job dus zijn ik... Frans trouwens dat is onverstaanbaar. Ja, moet tegen mij zeggen. Oeh. Ik ben ik gesprek tegen dieop. een mix Spaans, Frans, Engels, alles door elkaar. Is zijn Spaans duidelijker? Ja, Ike. Oké, okay, die gaf een interview ja. aan Maarten. Ik versta hem beter in Spaans dan in het Frans. Dat geloof ik. Ja. Ik denk dat iedereen hem beter in Spaans. Ik denk dat ik hem zelfs beter in Spaans zou verstaan dan in het Frans. Dat is <laughs> waanzin, waanzin. Ja. ja, maar hij ook. Maar ja, we waren ook bezig trouwens over die gemiddelde leeftijd. Ja. Want OKC okay, Spurs waren de twee jongste ploegen van de NBA die tegenover elkaar ja. stonden, die waren... Hoe was het? 24 en een beetje. Ja, ja doorgestuurd. Kijk, je Alte, al, straks, of hè? de ene is al 23 en een beetje, en de ander 24 en een beetje. En ik zei: ik ga eens beginnen. We rekenen nu dat dat zit bij ons in de standen. En wij zaten naar 25,3 ofzo. Ja, 23,5, oké, okay, zie je. En 24,1 zijn het Ja, al, ja. En ik vond dat super jong. Ik zei: Alleen dat is jong. Ik zei: ik Ga eens kijken bij ons in de standen. Dat is 25,3. Maar ja, als de was 37, de tussen zit, die trekt de gemiddelde van en Pierre, wat jij ook is Ja, 32. Oh, is er nog maar 32? Ja, ja, ja. Valt eigenlijk nog heel goed mee. Ja, ja. Ja, maar Jean Saloumou die erbij komt, ik ben heel benieuwd welke Saloumou jullie gaan krijgen, want hij heeft ook wel eens een blessureleed al gehad. Mm -hmm. um, en in de competities, en de ploegen waar hij gespeeld heeft, ik ga er niet over liegen, ik volg die niet zo hard. Mm -hmm. Dus ik weet ook niet hoe hij geëvolueerd is. Ik ben heel benieuwd welke Jean Saloumou jullie gaan krijgen. Maar als hij effectief het nog altijd het beste eruit kan halen, het gaat niet meer de Jean zijn van in zijn, in zijn laatste jaar bij Oostende. Hij gaat ook een andere speler geworden zijn. Ja. Maar dat is zo'n kwaliteitsinjectie die jullie kunnen krijgen... Maar hij heeft in het begin van het seizoen ook. Uh, was het de bij ons. Mm -hmm. Nog? Uh, ja, Jean was nog altijd wel Jean's. Dus uh, ja, ik denk dat we al dat wel een serieuze meerwaarde is. Ja, sowieso. Cool. Ja. Ik ga ook niet zeggen, ik heb wel één idee van iemand die er nu niet meer gaat bijlopen bij jullie, maar ik ga het jou sparen om de naam te noemen. <laughs> hij heeft de laatste match in de Champions League vooral op de fiets gezeten. Ik zal, ik zal, ik zal het zo zeggen. Uh, even terug naar, uh, naar uw tijd in, in het buitenland. Daar wil ik nog een paar dingetjes even over, over hebben. Um, je hebt tegen veel ploegen gespeeld, mm -hmm. tegen veel spelers gespeeld. Um, en het is de typische cliché-vraag, maar ik denk dat zeker veel luisteraars dat heel leuk gaan vinden. Wie zijn nu de beste spelers waar jij tegen gespeeld hebt? Dat moeten niet de beste Mercedes-cliché-namen zijn, want je hebt tegen Luca Doncic gespeeld. Ja. <laughs> dus die ga je misschien er wel bij zetten. Maar He. als jij echt zo'n top 5 zou moeten maken in, in, in willekeurige volgorde, dus niet, niet van 5 naar 1, maar gewoon welke vijf spelers oh, zou jij dan noemen? Van, vijf, je, aan, mijn, aan mijn kinderen en kleinkinderen zou ik daar wel over willen vertellen dat ik daartegen gespeeld heb. Goh. Ik, zou er, ik zou er wel nog veel kunnen uitpikken. Eigenlijk, je mag er ook 10 op noemen. Je mag er ook 10 op noemen hoor. Ja, Theodosius sowieso. Um, als, je, als je echt op mijn positie kijkt, dan zou ik zeggen, oké, okay, ja, Luca moet erbij. Hè? Dat, is, dat is een must, denk ik. Uh, ook al was het jonge Luca Doncic. Ook al was het jonge Luca Doncic. Maar ja, zijn laatste jaar was wel ook al dominant. Hè? Dat is MVP in de Euroleague. Ja. <laughs> ja, MVP van alles, denk ik. Spaans <laughs> competitie. ook. is dus belachelijk dat je dat op je achttiende kan. Ja, ja, Zot, uitzonderlijk. Uh, Joel. Ehm. Um, Navarro. Mirotic. Maar ook al is dat uw positie niet, dat zijn zo van die spelers waarvan hij zegt: van jongen, echt. We mochten nu een keer proberen te doen wat je wilt, Die gaat doen wat hij wilt. En dat is echt, soms is dat gewoon zo. Hij zegt: van oké, okay, ja, we hebben vandaag nu echt een supergoeie match gespeeld, maar het was niet genoeg. Punt. Gewoon te veel individueel talent. Ja, te veel individueel talent. Ik ja. Was er altijd van toen ik bij Chicago zat, had ik daar een gigantisch zwak voor ook. Voor Ah, oh, is het talent, hè, jong. Je ziet dat nog altijd. Dat is, die, die komt zo gemakkelijk tot scoren. Ook uit de NBA geslagen, hè? Bobby Portis, nu bij Milwaukee. Ja, Op training ook uh, ja. Ja. een, een dremonje gedaan. <laughs> nee, een dremonje doen. <laughs> ik ga dat niet proberen doen. Uh, wie hebben we nog? Ja, wat ik ook indrukwekkend vind is Tavares. <kijkt> dat is een beest. Ja, een beest. En ook gewoon. Ach, dat is nu een keer zo één waarvan je bijt soms als Gart, die switcht, ik ben die kwijt. Uh, <laughs> en ik krijg dan een wafel rond die oren van boven aan die ring. Dat is echt van, van: waar komt die nu? <laughs> uh, Zo'n ding, nee. Ja, ja. Wat zijn er zoveel, Dennis? Uh, we hebben nog Spanoulis. Dat vond ik altijd leuk om tegen Spanulis te spelen. Omdat ik Spanulis ook vroeger ook altijd zo. Op het moment dat ik naar Nurlik begon te kijken. Want in het begin eigenlijk van mijn carrière keek ik. En toen ik in de stand speelde. Ik keek ik bijna geen Nurlik. Ik ben Nurlik. Ik ben de volgende keer dat ik naar het buitenland gaan. Um, nog wat meer met Thomas ben babbelen en dit en dat. Um, maar als Spanulis. Ik vond dat al vrij uitdagend om op daar tegen te spelen. Zo. En proberen stoppen en erop proberen verdelen. Want ik heb hem misschien niet meer in zijn absolute prime-prime meegemaakt. Maar we hebben wel het Olympia gespeeld in 2014. Dat was het wel nog. dik in orde. Mm -hmm. uh, en ja, daar dan mogen op dat valt. Uh, ja. Fantastisch. Weg van de bal ook. Ja, ja zijn de zijn set zetten. En iedereen wist dat dat zo zat. En iedereen zei van we gaan daar zo verdelen en zo verdelen en zo. Daar kon je niks tegen doen gewoon. Dat allemaal in de vuilbak gooien. Je mocht jij zeggen zoveel je wilt. Hij ging zijn bal krijgen wat hij moest krijgen. En hij ging er wel iets mee doen. Dat, dat zijn ze van die dingen waarvan dat zegt echt bij ons was ook zin. Iedereen wist. Ga altijd naar rechts. Je gaat altijd naar rechts. <laughs> en elke keer was dat drilletje naar links, naar reverse en naar rechts. En elke keer lukte dat tegenom TVW. Maar je wist dat dat kwam en toch. Weet je, dat zijn, dat zijn ze van die dingen waarvan dan zegt van hoe kan dat? Maar ja, die gasten die waren zodanig goed in het geval dat ze deden. Uh, Want nog, toen Parker veel tegen speelde, een nationale ploeg. Dat is juist. Dat was ook top altijd. Dat was, dat was vrij wijs. Omdat... Ik heb ook nog basketbal bij dat Borders Camp gedaan in Treviso. Dat is al een kamp voor uh, elk land, mag dan één of twee talenten sturen. En dan komen er, ik weet niet hoeveel NBA's kijken. En, al... en ze brengen ook vaak NBA-spelers over die dan coach worden. Op dat kampje. Dat duurt drie dagen of zo. En Parker was er toen en Gazol was er ook. En ik had toen nog foto's met, met Tony. <laughs> ik, ik was nog zo, hè, jong. Uh, ik mocht een foto met Tony en dan een aantal jaren spelen, later spelen daartegen. tegen. Dus dat zat zo wel... Uh, alleen man, een beetje zot. Ja. En, en ook omdat dat gewoon een van de beste spelverdelers is geweest, Europese spelverdelers die dit gemaakt hebben. zo dus niet de beste, nee. Ja, ja, de beste spelverdelers te Koer? ja 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 ook Top al in de, de NBA zelfs ja, ja, ja. Dat, is, dat is een ja. dat is een legende ja, dat hij in de Spurs gedaan heeft, dat was sot zo wil daar daarbij houden. heb je ooit tegen Spanje gespeeld met de Lions nee ja, ja? tegen Pau en Mark allebei dan of uh, waar is het wat jaar hebben jullie tegen dan we hebben een keer in Voort gespeeld tegen Spanje mm -hmm. op, op een op een EK nooit hè tegen Spanje denk ik uh, ik, me ik niet nee Vorig jaar wel, hè. Ja, ja met jou erbij, wil ik zeggen. Nee, ik op een EK niet, alleen maar oefwedstrijden, Maar we hebben wel zo'n periode gehad, waarin dat we, we oefwedstrijden speelden, zoals like in Spanje, Frankrijk, Duitsland. We uh, waren oefwedstrijden van niveau. En, en die oefwedstrijden met de Lions... Uh, uh, nationale ploegen oefwedstrijden. die intensiteit en in al, die is er wel. Hè, want die, die voorbereiding is zodanig kort. Uh, je moet echt snel je ding vinden als ploeg, om het goed te doen op een toernooi. Dus die oefenwedstrijden waren echt stevige potjes. Hè. Dat was niet zomaar even van zeggen van ja, oh, maakt niet zoveel uit vandaag, Zo uh, spelen we het spelen. En uh, ja, toen tegen Spanje, Spanje nog, ik denk nog steeds na Europees kampioen zijn geworden. Ze zijn een paar keer Europees kampioen geworden. hè? Ja, veel. Dat is echt ja. niet normaal. Wat ja. um, ik altijd cool vind, is dus aan, die, aan die Euroleague matchen, zeker in Servië, in Griekenland. Die ja, sfeer. Dat is voetbal, hè? Ja, dat, dat is pure zo. voetbal. Hè. Bengals vuurwerk binnen. Dat is, ik ben, ben daar nog nooit naar gaan kijken. En dat is, maar dat dat heel hoog op mijn bucketlist staat om een match in zo'n omgeving eens te kunnen zien. Om, even, ja, dat is een voetbalsfeer bij een basketmatch. Ja, dat in het Zuiderland is dat zot. Hè? Hoe is dat ermee te spelen? Maar, dat, is, dat is toch, toch indrukwekkend? Letterlijk indrukwekkend. Dat ja, hangt aan jagen misschien Maar dat, dat hangt ook zo'n beetje vanaf van de situatie. Ik hem een aantal keer tegen Panathinaikos gespeeld wanneer dat, dat niet goed draaide en er zat geen kat in de zaal. Hè. Maar ja, dat is dan ook dat is een gigantische zaal. Hè. Dat is een barak van 18.000, 19.000 19 man. En als er daar 5.000 man in zit, dan verdwijnt dat in het niets. Hè. Dat is gelijk dat er daar geen volk in zit. Dus dat hebben we ook meegemaakt. Maar dan, like, uh, red star in de Star Carina of Partizan daar. Dus, dat is wel kikken. Hoe kom je aan het veld op? Is dat met schrik? Maar nee jong. ik vond dat max. We max. We verstaan elkaar niet meer. Hè. Op het einde, <laughs> het einde van de match zijn we meer. Ze staat, staat te roepen tijdens die wedstrijd. Hij ah, ja, ja. naar daar, hè. dat, dit, dit systeem, dat, 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 dat. is geweldig. Fantastisch. Dat moet heel cool zijn om, om inderdaad gewoon daar klaar te staan voor die tip-off. Ja, ja. Dat is echt, uh... Maar ja, die mannen maken echt zo tyfo, zijn al leuk. Dat is ook. Ik weet nog goed, met de nationale ploeg. Ooit een keer, in power Test, dat was. Uh... We moesten barragewedstrijden spelen voor een ATK gaan, dat was tegen Frankrijk zelf. Ah ja, tuurlijk, want het was in Power Test. En we wonen de eerste match thuis met een punt. Ik weet nog goed dat Leo Bosco was daar weer een Tony aan het amperen met zijn tackles. <laughs> Tony was al heel, uh, heel generveerd. Hij wint thuis met een punt en daarna gaan we naar Power Test. En die zaal zit er stampvol en die beginnen daar de Marseillaise te zingen. Oeh. Maar ik heb nog nooit een volkslied zo luid gehoord, denk ik. Daar in Turkije heb ik ook nog een leuke had, maar... Het is ook nog eens een cool volkslied. Ja, dat is een oorlogslied, ja. letterlijk. dat is echt wel we dat, dat is wel indrukwekkend. Dat is daar zo dat einde van dat lied, en heel die zaal die er vol mee in zit. Dat stond daar zo van, oh, dat is wel nice. En, en daar staan jullie dan voor vorst, voor vrijheid en voor recht. Maar ja, het is ook cool. Heb je ooit meegezongen? Ja. ja. Maar ja, he. Jij wel, als je we maar de weinig. Oké, okay, dat wist ik zelfs niet. Misschien heb ik te weinig opgeletst. Ik heb veel maatjes van nou, online eens becommentarieerd, dus ik, weet, ik, zou het, ik zou het moeten weten. Ik heb u veel zien staan, maar... Ik weet nog, toen dat Belin kapitein was van de nationale ploeg, heeft hij gezegd, uh, iedereen gaat volkslied meezingen. En hij heeft een tekst afgedrukt voor iedereen in het Frans en in het Nederlands. En mocht kiezen in welke taal. En niet zoals de, iedereen moest meezingen. Niet zingen, zoals de hockeyers even... die dan zo er één versie van maken. Wie? De hockeyers, die hebben ook zo'n Frans-Nederlandse versie? Ah ja? Ja. Oh Ja, was heel ingewikkeld, jong. Ja. Pa ik is uh, Nederlands, paagin ik is Frans, terug naar het uh, Nederlands. Ja, ja. Nee, nee, maar ik heb dat, ja, ik heb dat altijd mee Ja, En aan het einde toe, als, als dan niet iedereen meer meezingt, ja, dan die mannen rond mij zitten en dan ze te kijken de nauwen is weer aan het meezingen. Well, Uiteindelijk einde ik er niemand meer mee, toch? Ja, bijna niemand als meer. Als ik mee nu mee. kijk, denk ik denk niet dat er één is die meezingt. Geloof nee, ik niet zelfs. Nee, wel, ik weet het niet. Ik moeten kijken. Dus pierre Wangele zou ook de enige vinden die je daar nog toe in, in staat zijn om dat te doen? Verder nog wel kunnen, no. mm, Maar dat is ja. Ja. Ik zie Retin dat niet doen. Nee, Retin. Jean-Marc ook niet. Oh. Nee, jongen. Nee? Nee, jongen. Hij heeft dat wel nog gedaan. Ja, omdat hij toen dat moest, ja. omdat jij waarschijnlijk verplichten. Ik heb dat nooit verplicht. <laughs> ik had hem misschien wel moeten doen. Ja, eigenlijk wel. Ja, ik heb nog heel wat vragen, maar misschien moet je, we moeten we gewoon eens een keer terugkomen. Want ik wil het nog hebben over de toekomst van de BNX League, bijvoorbeeld. Dus ik vind dat heel interessant, maar daar gaan we nog we zullen we eens in, uh, te lang over in een bezig zijn. Um, maar kijk, jij praat elke week over de BNX League ja. in mijn eigen podcast. Hey. Maak reclames, Sam. maak <laughs> reclame. Maar niet, ons geluid is slecht, dat is. Maar ik heb het al gezegd, ik koop gewoon allemaal goede micro's. Ja, ik heb hier goede tips meegekregen. Allemaal goede van de micro's van, uh, van X en Noos. <laughs> Dat is allemaal goede micro's. Dat is vooral een, een tip naar mijn Nederlandse vrienden, want de mijne is goed. <laughs> Uw klankjes is vaak het beste, dat is waar. Nee, maar we amuseren ons daar eigenlijk wel mee. Want het is de BNE Blockparty. De BNE Blockparty, ja. Uh, dat is met Henk Norel. Ik heb er nog mee samenspeeld in Zaragoza in Spanje. Uh, ik kom daar heel goed mee overeen. Hij ah, ik kom er nog altijd heel goed mee overeen. En we zijn daar vorig jaar zo wel mee begonnen. Uh, omdat we ook zijn van, oh, ja, we zien wel waar dat strand uh, Het is leuk om een keer wat mee bezig te zijn. En ook voor de competitie is het misschien wel leuk dat er een keer zoiets is. Omdat op die manier kunnen misschien wel wat mensen het meer de volgen ook. Uh... Vind je het nu, nu niet moeilijker, nu je hier zelf speelt? Ja, weet je wat het moeilijkste is? Vorig jaar zag ik nog veel meer wedstrijden dan nu. Nu zie ik er zoveel niet, okay, maar je moet... Ik zit er zelf in en maar niet, je... maar... is, is het niet moeilijker om als je in een competitie speelt, om dan over je tegenstanders en over andere ploegen je mening te geven in een podcast? Ja, misschien wel een beetje, maar ik probeer nog altijd wel mijn mening te zeggen over de dingen waar dat we het over hebben. Het in Tuurlijk, ja, interne keuken blijft wel interne keuken. Dennis. Ik kan niet alles uh, wat er in de kleedkamer bij ons gebeurt, ga ik niet, ga ik niet buiten gaan gooien. Hè. Zo slim ben ik ook wel. Maar uh, als het gaat over algemene dingen in de leak, die gebeuren, oh, dat ga je wel zeggen. Of, over ja, scheidsector ga je ook minder zeggen nu. Oh, ja, misschien iets minder. Ja, sowieso. Maar, maar, maar gelijk dat IRS-systeem. Ja, sorry, maar ik vind, het, ja, ik vind het slecht. Ik vind het slecht. Ja. Als je dat moet doen met een systeem dat niet goed op point staat. dan doe je het beter niet, bijvoorbeeld. Ik heb dat ook al gezegd. Yo. Ik vind dat niet professioneel. Maar, dat is ook zo. Uh, de TV-wedstrijden, doe dan alleen met de TV-wedstrijden. waarin dat een verschillende engel zet. Maar uh, de IRS, als uw camera niet goed werkt. Heeft ook geen zin. Hè. Die, die en ik zie dan ook soms arbiters daar vijf minuten aan de tafel staan, op een iPad kijken, op een beeld, waar ze niks op zien. Om dan uiteindelijk toch bij dezelfde beslissing te blijven. Die, die ene camera die volgt de bal, want je kan dan, als je nu het abonnement pakt, dat is nu betalend dan ook blijkbaar, ja. wat, al, wat een schande is. Dat ze voor, ja, je kan betalend vragen, maar dan moet je voor deftige camera's zorgen. Soms zie je de ring letterlijk niet in beeld. Ja, nee, nee. Heb, en dan, ah, ja. is gescoord. Het is niet mee, dat systeem. Ik nou. heb ook gezegd in het begin, ik geef de kans. Ik heb, ik, heb ik heb het geld betaald. Maar, maar de eerste was het ook al zo van, ja, als er een fausbrek is, een af van zie je hem niet. Hè? Nee? Dus ja, het is inderdaad, ja, het is een... Dat is een pijnpunt. Dat moet, mag aangewerkt worden. Nu, Zeker. het financiële aspect is niet zo gemakkelijk. Moet erbij gezegd worden. Ja, 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 Belgische ja, en Nederlands ja. basketbal heeft een kapitaal... Het zou tof zijn moest, er, moest Mark Koeken ineens van basket beginnen houden. Mai. Dat zou tof zijn. Maar niet of... alleen Mark Koeken, hè? nog meer mensen. Ja, maar gewoon, <laughs> gewoon iemand met het kapitaal van Mark Koeken. Ja, dat is een beetje het probleem. Hè? Maar de, ja... En niet alleen voor één ploeg. Hè? Ik bedoel voor de competitie. Nee, hè? Die voor de competitie ik schaar me achter de liga. Natuurlijk. Hier, die investeer ik in de sport. Dat zou fantastisch zijn. Ik weet, dat is opnieuw heel naïef. Maar zo ene zotte weldoer... Ja, het wel is wel vast aan het tanden ook. Media-aandacht en zo speelt natuurlijk ook een rol. Ik ben al blij dat er wedstrijden op tv zijn. En veel matchen eigenlijk, hè? Ja, elke week doe je er toch ook in de ja. play. Uh, dus dat is al goed. En ook, ik denk dat VRT nu ook een aantal wedstrijden ja, doet. soms. En de of, Beker doen zij ook. Ik weet niet hoeveel matches ze gaan doen, maar ze hebben ja, een paar matches. Ja. Dus dat is wel goed. Zeker ook voor visibiliteit naar sponsors toe en dergelijke meer. Maar uh, ja, als je dat vergelijkt met grotere competities, is het nog altijd. Niet genoeg. Hè. Werk aan de winkel. Ja. Uh, komen we voor een paar maanden nog eens terug. Dan heb je NBA nog meer gevolgd. Voilà, voilà, voilà. Uh, Kunnen we het nog hebben over, wil, onder, over de Cats, die bijvoorbeeld dan al wat meer matchen gespeeld hebben richting de Spelen. Wanneer speelt... In februari, februari is het kwalificatie Ja. Ja. Heel... ja, uiteindelijk de States komen, maar die ja. zijn er al bij. Ja. Yep. Als ik me niet vergis. Ja. En dan is het nog Cinehal. Senegal. Oh, die groep zit ze weer. Wacht, hè. Eh... Uh... Dat is echt heel erg dat we moeten het is. vrijdagavond. Nee, maar ja, dat is nu, dus nu niet zo erg. Bij de Lions wist ik ook vaak met een groep Aleme de week nadien. <laughs> Wat is die groep? Dus, uh, US, Senegal en nogin, denk ik. En als ik er nu gigantisch naast zit met Senegal, ik denk dan dat je gelijk tussen hier kutten. <laughs> uh, VS, Nigeria, Senegal nigeria houden. Ja, wel. moet wel echt wel te doen zijn. Ja, het is een sportpaleis. Het is hey, top, cool, dat is wel top, Dat Cool, Ik vind top. dat heel cool. Dat is tien minuten stappen voor mij. Oh, dat, dat is beter. Dat is echt fantastisch. Ja. Dat is vlakbij huis. Uh, uh, kun je een abonnementje kopen voor alle wedstrijden? Ik denk het wel. Ik hoop dat ze dat gaan doen. We gaan het ook doen. Ik ga mijn perskaart gebruiken. Hè? Oh ja, goed. Ik <laughs> kan ik ik wel betalen. Ik betaal elk jaar voor mijn perskaart. Het moet het ook, ik moet het er een beetje uit kunnen halen. Ik moet ook wel. Dus ik hoop waar. dat ik daarmee binnen kan. Maar ja. ik denk wel dat mijn vrienden en mijn broers. die wel tickets gaan, uh, gaan kopen. om dan maar te gaan kijken. Ja, maar ik zou ook graag gaan kijken. Kun je wat lukken. met ons kalender en onze training. Ja, ik zeggen, misschien ja, via gaan. Jana zou je wel iets moeten kunnen regelen. Hè? Oh, ja, nee, we we zou wel moeten lukken. Maar madame heeft alleen maar de Olympische Spelen meegedaan, bijvoorbeeld. Om maar iets te zeggen. Ja. Goed, oké. Okay. Um, volgende week is er een um, giveaway, dan kunnen jullie dit winnen. Wat hierin zit. Dat is volgende week duidelijk wat dat gaat zijn. Um, en dan is Jelle Takker. We gaan op donderdag opnemen volgende week. Ja, deze aflevering op maandag uh, online. Uh, het is een rustigere week, geen clubvoetbal. Dus uh, voor een keer op maandag online deze aflevering. En dan uh, donderdag gaan we opnemen. Vrijdag komt een nieuwe aflevering online, dus eigenlijk over een paar dagen dan. Uh, Jelle Tak die gaat um, de hele week de NBA in de gaten houden, want het is uh, interlandvoetbal. Dus heeft hij tijd, moet hij de Premier League niet volgen. Het is een gigantische New York Knicks supporter. Hij houdt van basketbal. Dus hij komt met zijn voetbal. Kijk, hier zitten. Heeft hij heel wat vragen? Gaat hij een paar dingen volgen? Dus ik ben heel benieuwd waar dat heen gaat gaan. Uh, je kan wel nog altijd luisteren naar Mit, Mit. Die was er natuurlijk ook weer. Uh, Brecht de Jagere, die is langs geweest. Uh, donderdag was dat. En Nighty Minutes van volgende week. Als u gewoon nog uh, wil inhalen, kan u dat ook doen. Maar uh, zeker aan Mit, Mit luisteren. Want we hebben opnieuw een award gewonnen. gewonnen. Dus uh, Sam en Evert proficiat met uh, de oorkonde. En Brecht de Jager, geweldige gast. Uh, die is komen praten. En Brecht komt ook over een paar weken nog eens naar XNO's. Hopla, het was een goede aflevering. Ik heb zo geluisterd. Ja, Mit, Mit. Ja. Okay, Ik heb nog niet geluisterd. Westerd, maar, maar Bracht is ook een nba van. Ja, ja. Heel een toffe gast. Is al twee of drie keer in Exxon geweest voor we hier zaten. Eén keer denk ik misschien boven. Samen met Yannick Toelen onder andere. Maar hij ja, woont in North Carolina. Zal dus veel gaan kijken ja, naar, uh, naar Charlotte. Ja. Ik weet alleen nog niet de belangrijke vraag. Hij heeft tegen Messi gespeeld. Eén goat. Maar heeft hij Michael Jordan al ontmoet? Dat is belangrijker. Die ja. woont in North Carolina. Ja. Eigenaar van de Hornets nu nog. Nu uh, wil verkopen. Hij niet, heeft toch? een heel groot deel verkocht. Maar ja. op, nu zit hij er nog, nog altijd. Oh, het zou toch wel eens moeten lukken dat hij eens naar de voetbal komt. In hetzelfde nee? jaar Messi en Jordan tegenkomen. Ja, loh. Lo. Hey. Niet slecht hè. Oh, so, uitdaging daar voor Brecht de me, eigenlijk... foto met Michael, Jordan en Messi. Dat is zo cool zijn, met die. Met alle twee. Hij in de midden. alle oh, jongens, staat er voor man. <laughs> hey. Brecht, Brecht zou geen een sporten zijn die zo'n foto nee, heeft okay. Brecht, als je luistert, dat is je uitdaging voilà. volgend seizoen. Goed, Sam, bedankt om langs te komen. Geen Succes bedankt, de komende mis. weken met, met welstanden en uh, over een paar maanden kom je nog maar eens terug. Top. Voilà. Right. Dank voor het luisteren. Tot de volgende keer. Salut. Oh,